Je bent live, bedankt voor de mededeling. Yes, daar zijn we weer. Vandaag heb ik twee punten die ik wil bespreken met betrekking tot een onthulling voor Jehovah's getuigen. Twee onderwerpen in het kort, maar ook een antwoordbespreking voor zij die daar behoefte aan hebben. Het hoeft niet alleen over Jehovah's getuigen te gaan. Misschien kun je wel iets vertellen als je tijd hebt. Of je hebt een ervaring, misschien vanuit het verleden, met Jehovah's getuigen. Stel dan daar een vraag over. Maar het mag ook over andere dingen zijn gaan. Dus de Q&A-sessie, die doe ik zo meteen als laatst. En dan mag iedereen vragen. Vraag maar los, zou ik zeggen. Mag over Jehovah's getuigen het onderwerp. Een ervaring die je hebt gehad nogmaals, of misschien ken je iemand of binnen je familie, of je hebt moeite ergens mee, doe dat. Dus voel je daar vrij in, maar het mag ook over de Bijbel of andere onderwerpen gaan. Goed. Allereerst de twee punten over Jehovah's getuigen die echt shocking zijn als ze hier zelf in zich in zouden verdiepen. En dat bedoel ik, ze hebben natuurlijk door de jaren heen zo'n stapel aan lectuur opgebouwd, een bibliotheek, zowel online als letterlijk. Je ziet door de bomen het bos niet meer op een gegeven moment. Nou, het eerste punt is feitelijk, en ik wil ook een referentie doen voor Jehovah's getuigen zelf, mochten ze kijken, dan verwijs ik naar het artikel zodat ze het zelf kunnen nazoeken, dat ik niet zomaar iets zeg, maar dat het echt gebaseerd is op hun lectuur. En de twee shocking punten die ik wil benoemen is allereerst dat Jezus, hoewel middelaar genoemd tussen God en mensen, voor Jehovah's getuigen niet geldt als middelaar. Dus Jezus is in de leer van Jehovah's getuigen, zo moet ik het zeggen, geen middelaar tussen God en hunzelf. En waarom is dat zo? Nou, 1 Timotheus 2 vers 5, ik lees hem even voor. Die kennen we denk ik wel. 1 Timotheus 2 vers 5, daar staat, want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Dat was 1 Timotheus 2 vers 5 tot en met 7. Merk op dat Paulus hier spreekt over dat Jezus een middelaar is tussen God en mensen. En hij zegt daarachteraan dat hij een losprijs is voor allen. Voor allen, zegt hij. Daarna zegt hij, juist met dat doel ben ik tot een prediker, een apostel, aangesteld voor de heidenen. Dus allen en de heidenen, dat zijn kerngedachten uit deze tekst. En Jezus is middelaar tussen God en die mensen. Merk op, ik heb nu een artikel, en de meeste Jehovah's getuigen beseffen dit zelf helemaal niet, omdat ze daar nooit bij stilstaan, omdat ze zo bezig gehouden worden. Zo'n strak schema hebben eigenlijk, geestelijk programma hebben, waardoor ze gewoon, ja, door pure indoctrinatie gewoon niet meer weten wat ze eigenlijk zoveel jaar geleden ooit hebben geleerd. Dan staat er, en dat is een artikel, ik zal hem noemen. Het is de vragen van lezers uit de wachttoren, en je kunt hem noteren. De wachttoren van het jaar 1979, 15 juli. Dus de vragen van lezers, wachttoren 1979, 15 juli. En let op wat voor shocking hier staat. Luister goed, ik lees voor. Daar staat, in een tijd waarin God bezig was, degene die in dat nieuwe verbond zouden worden opgenomen uit te kiezen, schreef de apostel Paulus dat Christus de ene middelaar tussen God en de mensen was. 1 Timotheus 2 vers 5, die ik net las. Redelijkerwijs gebruikte Paulus hier het woord middelaar op dezelfde wijze als de andere 5 keer voordat hij 1 Timotheus 2 vers 5 schreef.
en wel in verband met degenen die in die tijd werden opgenomen in het nieuwe verbond, waarvan Christus de middelaar is. In deze strikte Bijbelse zin is Jezus dus alleen de middelaar voor, let op, gezalfde christenen. Ik ga zo verder, maar wacht even. Dus Jezus is, zeggen ze in strikte Bijbelse zin, alleen middelaar voor gezalfde christenen. Nou, wat is het feit bij Jehovah's getuigen? Er zijn maar een paar gezalfde, en gezalfde bedoelen zij mee, zij die dus met de geest gezalfd, dus degene dus wedergeboren zijn eigenlijk, en die de geest woont in hen, en ze zullen een hemelse hoop hebben om bij Christus te zijn na de dood. Volgens hun is dat die groep van 144.000. Dus het is maar een heel klein groepje vergeleken met meer dan 8 miljoen getuigen. Dus wat hier feitelijk staat, is dat Jezus alleen middelaar is voor die klasse van gezalfden bij Jehovah's getuigen. Ze zeggen het in hun eigen lectuur. En dus niet voor degenen die niet gezalfd zijn. Dus het gros, de miljoenen andere Jehovah's getuigen. Ik ga verder. Het nieuwe verbond zal eindigen met de verheerlijking van het overblijfsel dat in deze tijd in dat verbond met Jezus als middelaar is opgenomen. Let op, de grote schare andere schapen, daarmee bedoelen ze alle andere Jehovah's getuigen, dus die 8 miljoen, die dus niet in het nieuwe verbond zitten, moet je nagaan, zitten niet in het nieuwe verbond. Dat is ook de reden waarom ze niet van het bloed en de wijn, of de wijn en het brood nemen, symbool, van het bloed en het lichaam van Christus, dat nemen ze niet tijdens het avondmaal. En dat is de reden. Ze zitten niet in het nieuwe verbond. Dus kun je je voorstellen, als je in een koninkrijkszaal zit, dus een aanbiddingszaal van Jehovah's getuigen, dat bijvoorbeeld maar één persoon gezalfd is, die eet van het brood, die drinkt de wijn, en die andere 99 passeren het gewoon. Nemen er geen deel van. Want zij zitten niet in het nieuwe verbond. Dus Jezus is niet hun middelaar. Nou, dus dat is wat ze hier bedoelen. De grote scharen andere schapen bedoelen ze dus al die andere getuigen mee, die dus daar niet in, die daar niet bij horen. Die heden ten dagen worden gevormd, is niet in dat nieuwe verbond opgenomen. Ze zeggen het hier zo. Klaar en helder. Door hun, let op, door hun omgang met de kleine kudde, oftewel die kleine groep gezalfden, dus de omgang van alle Jehovah's getuigen die ze hebben met de kleine kudde gezalfden, die paar, hun omgang, denk, laat het even tot je doordringen, die onder dat verbond staan, ondervinden zij echter de voordelen die uit dat nieuwe verbond voortspruiten. Wauw. Is dit shocking of niet? Is dit shocking of niet? Dus ze hebben een kleine groep gezalfden. Tegenwoordig heet dat het besturend lichaam. Dat zijn die leiders in New York van Jehovah's getuigen. Dat zijn maar 8 man, geloof ik. Die kleine groep, die moeten ze dus ondersteunen, gehoorzamen en volgen om voordeel te kunnen trekken. Terwijl ze zelf niet in het nieuwe verbond zitten, alleen die 8 man, of ja, de gezalfden dan, dat is maar een klein groepje dat nog heeft. En daardoor kunnen ze voordeel trekken door omgang met hun. Ik weet niet welke Bijbel jullie lezen, maar ik heb het nooit in een Bijbel gelezen. Dat je voordeel kan trekken van Jezus' offer als je niet wedergeboren bent. Dat je, denk er eens over na. Nou, dit is feitelijk dus de wachttoren van 1979. Het staat in een eigen lectuur geschreven. Het staat er echt, dus ga het na. Je kan het checken, factchecken. En als je dacht dat dit al erg was, het gaat nog verder. Want wat doen die gezalfden? Die zetten zich feitelijk op de plaats van Christus, nietwaar? Die zeggen via ons tot God. Dat is wat ze doen. Wij eten en drinken, maar jullie mogen niet. Zie je hoe duister dit is? Zie je hoe donker dit is? Verschrikkelijk. En bedenk, het woord gezalfde, wat is dat in het Grieks? Christus. Christus is de Messias, is dan weer in Hebreeuws, maar het betekent beide. Het is het equivalent ervan, Christus en Messias. Het ene is Grieks, het andere is uiteraard Hebreeuws. Het betekent allebei gezalfde. En wat zei Jezus? Pas op, in de laatste dagen, Matthäus 24, het eerste wat hij zei, pas op, word niet misleid. Vers 4 van Matthäus 24. Na die vragen van die apostelen, weet je nog? Wanneer komt het einde? Wanneer komt u terug? Etcetera. Teken van de tijd van het einde. Pas op, word niet misleid. Pas op voor valse wat? Christussen. Gezalfden betekent dat. Oké, hele ernstige gedachte. Maar die gezalfden, die gaan nog verder. Oh, dit is nog meer shocken. Dit is nog erger. Jehovah's getuigen, ik heb een andere referentie voor jullie.
Dit is het openbaringboek. En dan heb ik het niet over het openbaringboek uit de Bijbel. Maar zij hebben een eigen commentaarboek, zou je kunnen zeggen. Een studieboek. Vers voor vers bespreking van het boek Openbaring geschreven. Dus een eigen publicatie. Waarin een hele verdraaide leer is. En daar staat in, let op, openbaringboek van Jehovah's getuigen. Dus niet uit de Bijbel, maar van Jehovah's getuigen. Dus een rood boek was dat altijd. Is een paar keer herzien ook. En dan staat er in hoofdstuk 12, dus hoofdstuk 12, schrijf het op. En dan paragraaf 19, dus hoofdstuk 12, paragraaf 19 van die publicatie van Jehovah's getuigen, het openbaringboek. Daar staat dit. Het wordt nog erger, let op. Vanaf 1919 heeft het gezalfde overblijfsel, dat bedoelen ze dus weer dat groepje mannen die de leiding hebben, die gezalfde. Vanaf 1919, dus meer dan 100 jaar geleden, heeft het gezalfde overblijfsel in navolging van Jezus voorbeeld een energieke veldtocht op touw gezet om het goede nieuws van het koninkrijk wijd en zij te verkondigen. Als gevolg daarvan zijn sommige van de hedendaagse synagogen van Satan, de christenheid, tot dit gezalfde overblijfsel gekomen. Dus hier noemen ze de christenen in feite. Dus u en ik, als je christen bent tenminste, noemen ze de synagogen van Satan. Het is maar even dat je het weet, zeg maar. Hè? Dat wij, op ons wordt neergezien door Jehovah's getuigen als de synagogen van Satan. Oké? Het is maar dat je het weet. Nou, nog een keer. Als gevolg daarvan zijn sommige van de hedendaagse synagogen van Satan, de christenheid, tot dit gezalfde overblijfsel gekomen. Oftewel, ze hebben zich aangesloten bij de organisatie van Jehovah's getuigen. Dus ze zijn gestopt met christen zijn en ze zijn bekeerd tot Jehovah's getuigen. Hebben van berouw blijk gegeven en hebben zich, let op, neergebogen. Hebben ze wat? Ze hebben zich neergebogen door de autoriteit van de slaaf te erkennen. Hoor wat hier staat. Ik ga nog verder, dat wordt nog erger. Maar de slaaf, dat is een andere bewoording voor die leiders van Jehovah's getuigen. De getrouwe en blijdvolle slaaf. Dat is een tekst. Getrouw en blijdvolle beheerder of wijze en voorzichtige beheerder, zo staat het in Statenvertaling. Dat is die tekst, ook uit Matthäus 24, vers 45. En dat is de profetie waar alles aan ophangt bij Jehovah's getuigen, de leer, dat ze die groep mannen op basis van die tekst moeten volgen. Ik zal zo die tekst wel even lezen, maar dus wat ze hier zeggen, mensen die bekeerd zijn vanuit het christendom eigenlijk tot Jehovah's getuigen, en dus eigenlijk nu zich aansluiten bij het groepje gezalfden. Dus ze ondersteunen zijn van die grote andere scharen schapen waar ik het net over had. Dus ze nemen niet van de symbolen. Ze horen er eigenlijk niet bij, maar ze ondersteunen het. Dat die mensen zich neer moeten buigen voor de autoriteit van die slaaf. Dus van die groep mannen in New York. Het wordt erg, let op. Ook zij zijn gekomen om Jehovah in eendracht met de ouderen van de Johannesklasse te dienen. De Johannesklasse, ja, alles is klasse. Dat was vroeger heel erg. Jonadabklasse, Johannesklasse, slaafklasse. Ze plakken er allemaal klasses aan. Dus ze zeggen eigenlijk dat die slaaf, dat een klasse is, een groep mensen, dus gezalfden, vandaar. En dat noemen ze dan hier weer de Johannesklasse. Maar goed. Om hun te dienen, staat er. Zie je dat? Om hun te dienen. Om die groep mannen te dienen. Oké, en dan gaat het verder. Dit bleef doorgaan totdat het volledige aantal van Jezus' gezalfde broeders bijeengebracht was. Hierna is een grote schare, dus dat is weer die overgrote meerderheid van Jehovah's getuigen die er niet bij hoort, eigenlijk. Hierna is de grote schare uit alle natie gekomen om zich, let op, daar komt hij. Voor de gezalfde slaaf neer te buigen. Say what? Neer te buigen voor die slaaf. En waar baseren ze dat op? Openbaring 7, vers 3, 4 en 9. Wat helemaal niks zegt over dat je moet neerbuigen voor een andere groep gelovigen. Maar oké, dat is hun redenatie. Maar tezamen verrichten de slaaf en deze grote schare dienst als de ene kudde van Jehovah's getuigen. Moet ik hier nog iets aan toevoegen? Of is het duidelijk, denk je? Dus wat ze feitelijk zeggen is, jullie horen er niet bij. Alle andere Jehovah's getuigen en iedereen die zich bij de organisatie van Jehovah's getuigen aansluit door zich te bekeren en te dopen, et cetera. Die horen er eigenlijk niet bij.
jullie mogen niet van de bloed en het brood, hè, van Jezus, het lichaam en zijn vergoten bloed. Die symbolen mogen jullie niet van deelnemen, van het avondmaal dus. Maar jullie kunnen wel voordeel trekken, maar dan moet je wel ons dienen en je voor ons neerbuigen. Klinkt dat niet een beetje iets zoals aanbidding? Wat vinden jullie? Wat is jullie mening erover? Ik wil graag jullie mening eens horen. Dus zeg, vertel me wat je over deze twee punten vindt. Dat was even kort de intro van de video. Eigenlijk ben ik klaar. En dan nu dus de Q&A. Dus vraag en antwoord. Mag over dit gaan. Mag over nogmaals een ervaring die je met Joost Tuigen hebt. Misschien zelf een gesprek gehad. Of een familielid hebt die Joost Tuigen is. Brand los. Het mag ook gewoon over de Bijbel gaan. Over andere onderwerpen. Stoer, hè? Bierpil. En dan gewoon vol water. Oké, ik ga eens even kijken wie er aanwezig zijn. Robert van der Toren. Hoe kan het dat iemand voor die paar jaren hier op aarde en die paar fouten die hij of zij hier door onvolmaaktheid maakt, eeuwig gestraft moet worden in geval hij Jezus niet aanneemt? Een mooie vraag, goede vraag, pittige vraag. Simpele antwoord, Robert, daarop. Ik weet niet of het Robert is of Robert trouwens. Maar het simpele antwoord is, God is rechtvaardig en God is heilig. En wij zijn zondig en we zijn in opstand gekomen feitelijk. En we komen elke dag, overtreden we zijn wetten. Elke dag zijn we zondig en opstandig. Soms bewust, soms onbewust. Maar het zit nou helemaal in onze aard. En een God die heilig is en rechtvaardig. Heiligheid en zonde gaan niet samen. En rechtvaardigheid wil zeggen dat hij ook een terechte straf moet geven aan mensen die zondig zijn. Dat is het simpele antwoord wat de Bijbel geeft. Maar ik snap dat dat niet gelijk zaligmakend is voor je. Dus het is goed om daar misschien wat in te verdiepen en eens wat meer studie naar te doen aan de hand van de Bijbel zelf. Dus, maar dat is even het korte antwoord. Maar het is lastig, voor mensen is het soms lastig om dat te bevatten. Des te groter is de genade van Christus. De vraag zou je eigenlijk ook kunnen stellen, waarom zou je die genade van hem niet aanvaarden? Geef eens één reden waarom je Jezus niet zou willen aanvaarden. Waarom je hem niet in je leven wil. Je kan het ook omdraaien. Dus God geeft de uitweg voor iedereen. En bedenk, hij is de rechter. Hij is de schepper. Dus als hij de schepper is, heeft hij de autoriteit om te doen en laten wat hij wil. Wie zijn wij om, wie is het leem om tegen de pottenbakker te zeggen, hey, waarom heb je me gemaakt? Of waarom doe je dit of waarom doe je dat? Maar er ligt een hele lading op, dat snap ik, op die vraag die je stelt. En kijk, als je het vergelijkt met Nederland, hè, gewoon met ons rechtssysteem bijvoorbeeld. Hoe vaak, als je in het nieuws hoort dat, laten we hele ernstige delicten of hele ernstige dingen pakken. Een kind bijvoorbeeld mishandeld is of pedofilie is gepleegd. Het zou jouw kind zijn. Hoe vaak hoor je ouders wel niet zeggen? Zo iemand moet, nou ja goed, moet ik het gaan zeggen, die moet uit elkaar getrokken worden. Die moet gepijnigd worden. Als dat mijn kind was geweest, die vent die zou dus, nou ja goed, je snapt wel wat ik wil zeggen. En wat zeggen ze dan? Na een paar jaar, vooral die komt wel weer vrij, zo iemand. En wat een ongeloof in de maatschappij. Hoe kan zo iemand die dit heeft gedaan, na een paar jaar weer op straat lopen? Hoe kan dat? En dan eisen we eigenlijk levenslang, nietwaar? Het liefst wel. Of de doodstraf, of levenslang. Ik spreek even in het algemeen. En er zullen mensen verschillende meningen over hebben, uiteraard. Gelukkig maar. Maar dus dat onrecht, we zien dat recht niet altijd in de wereld geschieden. Of als iemand vermoord wordt. Een onschuldige dochter van 15 van iemand of zo. Noem maar op. En dan schreeuwen we om rechtvaardigheid. En vaak, ja, is het recht er niet helemaal. Hè? Het is niet voldoende, laat ik het zo zeggen. En waarom ik dit zeg, is puur om eventjes in die gedachte, in die sfeer te komen van hoe zou je je voelen als het je kind was of wat dan ook. Wat wil je dan, wat wil je daar tegenoverstellen? Wat voor recht moet er geschieden voor het onrecht wat gedaan is? Het gaat om een mensenleven of het gaat om het vernielen, het molesteren van een kind. Denk daar eens over na wat voor effect dat voor zo'n kind de rest van zijn leven heeft. Dus, en voor de ouders, voor de familie.
En dan zou zo iemand, moet je eens nagaan, dan zou zo iemand, neem even Hitler, neem ik altijd als voorbeeld, omdat extreem iedereen kent hem. Dus een figuur als Hitler, die eigenlijk gewoon zoveel dingen op zijn kerfstok heeft. Hè, die 6 miljoen Joden heeft uitgemoord, ook heel veel zigeuners. Ga maar door. En dan zou zo iemand ermee wegkomen door gewoon een kogel door zijn kop te schieten. Of gewoon dood te gaan. Ja, nou, dat was de straf. Is dat gerechtigheid, Robert? Robert of Robert? Gelukkig, godzijdank, halleluja, is er een rechter die na dit leven zegt: jij wordt recht gedaan. En jij wordt ook terechtgesteld in die zin. Je wordt ook echt. Dus boontje komt om zijn loontje, om het maar even heel simpel te zeggen. Dus gelukkig is er een God die mensen straft. En. Ja, dus het is lastig om het altijd van, je moet het nooit van één kant bezien, je moet het van meerdere, denk ik, perspectieven gaan bekijken om er een beter beeld van te krijgen. Maar dat is even wat ik erop kan zeggen. Goeie vraag overigens. Bisou Rottweiler. Goedenavond, oké. Okay. Robert gaat nog verder, zie ik. Oh, ook goedenavond. Henny van der Sluis. Als de opname bijvoorbeeld volgende week zou komen, wat gebeurt er dan met onze huisdieren? Vraag krijg ik wel vaak. Vele mensen zitten daar erg mee. Ik heb veel huisdieren. Ik heb veel huisdieren, ik we. Ja, ik weet niet of je al klaar was met je antwoord, maar of je vraag. Wat gebeurt er met de huisdieren? Anderen hebben die vraag ook gesteld aan mij in het verleden. En ook over de kinderen, hè, of over hun partner die ongelovig is. Ja, wat gebeurt daar dan mee? Als je het heel zwart-wit wil stellen, moet je kijken van, in het geval van mensen dan even, jij hebt het over dieren, maar in het geval van mensen, de gelovigen zullen opstaan in de eerste opstanding, en dat is in de opname. Dat houdt automatisch in dat de ongelovigen niet zullen meegaan. Dus dat is wat de Bijbel leert. Wat dieren betreft, ja. Ik denk dat mijn hond het wel leuk zou vinden om mee te gaan. Nou ja, weet je, de Bijbel zegt daar niks over, zwijgt daarover, over dat aspect, zeker met betrekking tot de opname. De Bijbel spreekt wel over bijvoorbeeld het duizendjarige rijk, het koninkrijk op aarde, dat er wel weer dieren zijn. Dus dat op zich ja. Nee, er is weinig, ik kan er weinig zinnigs over vertellen, helaas. Ik kan alleen maar aanmoedigen en zeggen: God weet alle dingen, God. Daar moet je op vertrouwen dat alles goed komt op het moment dat hij ons komt halen. Dat is het enige antwoord wat ik kan geven eigenlijk. Verder. Zo, Robert gaat even door, zeg. Ik heb veel lappen tekst. Als anderen nog vragen hebben of je hebt een ervaring of zo die je wilt delen, ook nogmaals over je overtuigen, het eerste onderwerp waar het over, of over de Bijbel of iets anders, dan voel je vrij. Robert gaat verder en die zegt, even kijken, die lectuur verandert om de zoveel jaar vergeleken met de tijd van Russell of Rutherford is alles nu totaal anders. Ja, weet je, dat is helemaal waar wat je zegt. Als Russell of Rutherford nu zouden leven, worden ze uitgesloten. Even voor duidelijkheid voor degenen die niet weten waar wij het over hebben. Charles Taze Russell was de oprichter van Joodse Stuigen. Eind 19e eeuw, 1874, 1878, die beetje die periode. En stierf in 1916, op Halloween trouwens. Maar, en zijn opvolger was judge of rechter Rutherford. Totaal ander karakter, die man was altijd dronken trouwens. Heeft een huis laten bouwen, Rutherford, in de jaren 30. Nee, in de jaren 20 al. Van de vorige eeuw, van de 20e eeuw, in ergens in San Diego, geloof ik, in California ergens. Een prachtige villa met zwembad en alles erop en eraan. En dat huis werd genoemd Bet Sarim. En dat betekent het Hebreeuws Huis der Prinsen. En wat ze leerden in de publicaties van Joop Stuigen, dat in 1925 Abraham, Isaac en Jacob, de prinsen genoemd, zouden een opstanding krijgen in dat jaar.
En vandaar dat het huis in San Diego was gewoon. Jehovah's getuigen weten dit niet, want het wordt ze nooit verteld. Dus als ze dat gaan factchecken, dan gaan hun ogen misschien een keer open. Maar dat mogen ze dus niet, ze worden klein gehouden. Alleen maar binnen hun eigen organisatie. Terwijl die oude lectuur staat dat gewoon. Maar daar kunnen ze vaak niet meer bij, want het is al meer dan 100 jaar geleden. Of het is al ongeveer 100 jaar geleden. Dus dat huis was gemaakt. Maar ondertussen, de opstanding kwam natuurlijk niet, dat snap je ook. Geen Abraham, Isaac en Jacob. Dus de zoveelste valse profetie. Met als gevolg dat Rutherford, daar met zijn dikke Cadillac, dat was in de jaren 30 later ook, in de recessie, de grote depressie, recessie, noem maar op, de crisis die ze toen hadden. Niemand had het zo breed in die jaren, maar hij had een dikke Cadillac, ik geloof zelfs 3, en hij woonde in zijn prachtige villa, want de prinsen zouden daar thuis horen te komen. Snap je? Nou, dat was dus de leider van Jehovah's getuigen in die tijd. En die hadden een leer, heel veel valse leringen uiteraard, die ze nu weer afgezworen hebben als het ware. Want ze hebben natuurlijk iedere keer nieuw licht. Dus dat wil zeggen, hun zienswijze kan telkens weer veranderen zoals zij het willen eigenlijk. En door te zeggen, ja, maar wat we vroeger leerden, ja, nee, we hebben wat aanpassingen gedaan. Het is niet tegenovergesteld hoor. Het is niet dat het vroeger niet waar was, maar het is nu iets anders. Oké, anyway, de logica. Maar, en dat is dus de truc die ze gebruiken om... dan schiet me ineens wat te binnen. Dus zij zouden nu uitgesloten worden. Zo, dat wou ik nog even afronden. Ik zou die tekst nog lezen, op basis waarvan ze... waarom zeggen jullie dat nou niet? Van, hé, je zou die tekst nog lezen. Matteüs 24 over die slaaf, weet je wel? op basis waarvan Jehovah's getuigen dus die slaafklasse hebben, die gezalfde groep, weet je wel? Dat is één tekst. Die ze ook weer uit de context halen, uiteraard. Zoals altijd. Matteüs 24. Ga nog even lezen. Dan gaan we verder. Maar... Matteüs 24. Dus Jezus spreekt daar over de eindtijd, grote verdrukking en zijn wederkomst. En dan zegt hij in Matteüs 24, vers 45. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar? En bij hun staat er dan slaaf. Die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven. Moet nagaan, ik zeg altijd op één tekst, op basis van één tekst in de Bijbel, kan je geen theorie bouwen. Je overstuigen wel. Die doen dat gewoon. Dus die hebben deze tekst uit de context, want waar gaat de context over? Jezus spreekt over christenen moeten waakzaam zijn. Voordat Jezus komt op een dag of een uur dat wij niet weten, dus wees waakzaam. Val niet in slaap. Als je helemaal doorleest, dan zie je dat hij spreekt over de 5 dwaze maagden, de 5 wijze maagden, hè, met die olielampjes. Jullie kennen dat denk ik wel. En over de talenten, wat je ermee gedaan hebt. Dus die hele context laat gewoon zien dat christenen individueel gewoon waakzame dienaren van God moeten zijn, van de Heer. En Jezus heeft ons de autoriteit gegeven en de bevoegdheid om anderen te onderwijzen. Dat is het geestelijk voedsel. De Bijbels delen we uit. We geven misschien Bijbelstudie in de kerk of wat dan ook. Of misschien op straat. Maakt niet uit hoe. Hè. Alleen Jehovah's getuigen lezen dat niet. Zo, op die manier. Die lezen dan alleen op basis van die ene tekst. Totaal uit de context. Dat het een groep mannen is, gezalfd, die aangesteld zijn door Jezus. En dat alleen door hun het geestelijk voedsel, door middel van die duizenden, miljoenen publicaties, boekjes, brochures die ze allemaal hebben, wachtwoorden. Dat is het geestelijk voedsel en door middel van hun wordt de rest gevoed. Nou, als jullie dat erin lezen, ik vind het knap, maar dat is dus dat is wat ze doen. Dus die tekst moest ik nog even lezen. Ten eerste is het een slaafklasse, wat ik al zei, een groep mannen. Terwijl hier Jezus in enkelvoud spreekt. Wie is dan de trouwe en verstandige dienaar? Kortom, het gaat gewoon om de individuele christen, de geloven. Zie je hoe ze twisten en draaien en... Enfin, dus dat was ik vergeten, dus die moest ik nog even laten zien. Nou weer terug naar, even kijken, Robert was bezig. En ondertussen, I need questions, dus stel ze maar. Ik heb de hele avond de tijd. In de jaren 80 gaat hij verder, oké. Even kijken. Hun zeggen, zij zeggen. Het is altijd zij zeggen. Niet hun zeggen, maar zij zeggen. Ja, sorry, ik ben wat dat betreft irritant.
Zij zeggen dat dit het helder wonder wordend, oh, het helder wordend licht, inderdaad, wat ik net zei. Over het licht gaat steeds helder schijnen, inderdaad, klopt. Maar iedere keer is het vorige fout. Het is soms gewoon tegenovergesteld. Ja, precies. In de jaren 80 heeft de ene helft van het besturend lichaam de andere helft de tent uitgewerkt. Omdat ze het niet met elkaar eens waren. Er is ook een, voor iedereen die dat interessant vindt, er is het besturend lichaam, dat is dus dat die leer hè, van Joost Stuyver op basis van deze tekst die ik net las, dat die groep gezalven in New York, die paar mannen, die hebben de leiding, dicteren alles over het leven van Joost Stuyver. Wat ze doen, wat ze moeten zeggen, hoe ze moeten denken, alles wordt gecontroleerd en beheerst. In de jaren 70 is er een lid van hun leiders is uit de groep gestapt en uit de hele organisatie van Joost Stuyver, omdat hij dingen zag die niet klopten, die niet bijbels te ondersteunen waren. En dat is een hele zachtaardige, nederige man. Hij heet Raymond Frans. Moet je maar eens googlen. Raymond Frans. Frans, ik meen met een Z. En zijn boek is Crisis of Conscience. Dus een gewetenscrisis eigenlijk. Dus, en dat is een prachtig boek. Ik heb hem ook grotendeels gelezen, niet alles. Maar ik heb hem digitaal, heb ik hem volgens mij ook nog ergens. Moet je maar eens googlen. Dat is rete interessant, want dan zie je echt van dichtbij, van eigenlijk de hoogste regionen van de organisatie, de leider, een van de leiders van toen, die zich teruggetrokken heeft, die er ja, uiteindelijk ook weer behandeld is en uitgesloten, alsof die niet bestaat natuurlijk, maar die dus gewoon een insight geeft, een inzicht geeft in die organisatie, hoe dingen werkelijk, hoe bijvoorbeeld de uitsluitingsregel werkelijk, wat de motivatie is, wat werkelijk tot stand gekomen, de bloedkwestie, en ga zo maar door, hè. Joost Stuyver neemt geen bloed, je weet het wel. Dus, en hij onthult het, ontmaskert dat allemaal, hij zat er middenin, hij besliste daarover. Dus Raymond Frans, ik zal het wel even, je kan het gewoon hier in de chat zetten natuurlijk, is makkelijker. Raymond Frans, en dan het boek, Crisis, ja, of Conscience. Zo, echt de moeite waard, zeker als je Joost of ex-Joost Stuyver bent. Joost Stuyver mogen hier natuurlijk niet naar kijken en niet naar onderzoeken. Die mogen niet eens naar mij kijken op dit moment, maar toch doen velen dat wel. En wie weet dat de Heilige Geest ze wakker schudt. Ik hoop het maar, ik kan er alleen maar voor bidden. Maar het is zeer de moeite waard om eens een evenwichtig beeld te krijgen. Oké, dus inderdaad, goed. Kijk, Robert, was je, al, je had nog meer dingen te zeggen. Heel faal. Hey, kom op, jongens. Niet alleen maar. Ik zie dat er meer kijkers zijn. Dus niet alleen maar Robert. Zijn, ik waardeer Robert, hè, prima. Maar meer vragen stellen. Iedereen mag even zijn woordje doen. En niet alleen maar Robert, natuurlijk. Hè. Het wordt zo'n one-man show joh, de hele tijd. Ik wil je niet ontmoedigen, Robert. Ga gewoon door. Maar. Even kijken. Toch. Duidelijk, maar eeuwig is lang. Als iemand dan sterft en niets meer bewust is, lijkt me logischer dan miljoenen jaren in een hel, zoals sommigen geloven. Overigens neem ik Jezus wel aan. Ja, weet je, het punt is, Robert, ik neem aan, zo aan jou te horen, maar ik weet het niet zeker dat je je hoofdstuiger bent of geweest bent waarschijnlijk, of dat je in ieder geval met ze gestudeerd hebt, dat weet ik niet. Je mag het bevestigen als je het liever niet doet, ook goed. Maar zo aan jou te horen hoe je praat. En dan snap ik dat dat een leer als de hel ontzettend. Dat is voor de meeste Joodse stuigen die eruit gaan. En die toch op zoek gaan naar God en naar Jezus. Is dat echt een van de moeilijkste onderwerpen. Want wat hebben Joodse stuigen altijd geleerd? De, laat ik het nou eens goed zeggen. Annihilatieleer. Oftewel de annihilation in het Engels zeg ik dan beter. De vernietigingsleer. Nou, jij weet waar ik het over heb, Robert, waarschijnlijk. Dat het ophoudt en dan klaar, je lost als het ware op, je lichaam verteert en jij bent weg, je bent slechts een Gods herinnering. Dat is wat ze leren. Maar dat is geen Bijbelse leer. En wil je er meer over weten, dan kan ik je daarbij helpen. Ik heb trouwens video's gemaakt, ik geloof eergisteren of gisteren, eergisteren denk ik, over die vraag van wat gebeurt er als mensen sterven volgens de Bijbel. En het is zo helder wat de Bijbel leert daarover. Alleen het is moeilijk voor jou om dat te accepteren en aanvaarden. En dat hoeft ook niet in één keer. Moet je de tijd voor nemen voor zulke dingen. Dat hoeft niet. Maar dit is wel wat christenen geloven. En
ook de historische kerk, het orthodoxe christendom, altijd geleerd heeft. En dat is hetzelfde voor de drie-eenheid. En dan snap je alle grote leerstellingen van het christendom. Maar ik snap, als je uit een sekte als Jehovens Getuigen komt, of je bent daarmee geassocieerd geweest, dan gaat dat er niet zo 1, 2, 3 in. En dat moet je de tijd geven. Je moet het niet forceren. Maar laat gewoon de Bijbel tot je spreken. Laat gewoon eerlijk, ook al, ik zeg altijd, ook al snap je soms iets niet, of vind je het moeilijk, als het er toch in staat, en het wordt toch geleerd, moet je het gewoon aanvaarden. Wij aanvaarden God ook, terwijl we weten toch niet alles van God. Als wij alles van God weten, dan is God God niet meer. Moet je eens over nadenken. Als wij alles van God weten, als we precies weten alles, hoe die is, wat hij doet, en waar was God voordat alles geschapen werd? In de eeuwigheid. God staat buiten de tijd. Hij is tijdloos, ruimteloos, immaterieel. Precies de drie dingen die geschapen werden in het begin. Tijd, in het begin. Tijd werd geschapen. Schiep God de hemel, ruimte en de aarde, materie. Maar God staat er buiten. Dus voor hem is er geen verleden en heden. En voor hem is het gewoon altijd heden, of er geen verleden en toekomst. Voor hem is het altijd heden, zeg maar. Hij is, dat zit ook in zijn naam, Jehovah, Yahweh, de bestaande. Ik ben die ik ben, ik zal zijn, ik zal worden. Dus dat is precies wat ook zijn naam betekent. Maar goed, dan gaan we een heel theologisch gesprek aan. Maar, dus hij staat buiten de tijd. En hoewel wij denken aan, als iemand dan naar de hel zou gaan, dat dat miljoenen, miljoenen jaren is. Maar eigenlijk is het gewoon in de eeuwigheid. En het is gewoon altijd het heden. Ja, je kunt het bijna niet voorstellen. En dat moet je gewoon accepteren, want we weten nou helemaal niet alles. We zijn maar mensen, moet je dan doen. Alleen geef jezelf de tijd en als je wil, kan ik je daar iets over toesturen. Ik kan een studie daarover toesturen als je dat interessant vindt over dat onderwerp, om het gewoon eens je gedachten over te laten gaan. Geef jezelf de tijd, oké? Maar het is toch echt waar wat de Bijbel leert. Even kijken, duidelijk maar even naar, oké. Dan hebben we Robert van der Toorn weer. Ik ben sinds 1992 uit de organisatie. Zo, dat is al lang geleden inderdaad. 1992 zeg. Dat is echt lang geleden. Nou, dan was je nog voor het internettijdperk, was je er. Maar dan wil ik eigenlijk wel, ben ik wel eens benieuwd hoe jij er dan uit bent gegaan. Wat de reden was, maar als het privé hoef je dat natuurlijk hier niet te vertellen, maar onderling zou ik dat wel eens willen weten. Je mag me best een keer een bericht sturen. Als je dat wil natuurlijk, dat hoeft niet. Gerdien, welkom. Als Jehovens Getuigen Jezus niet erkennen als zoon van God, waarom nemen ze dan het avondmaal? Nou, dat hangt ervan af. Kijk, zij erkennen in hun filosofie, erkennen ze Jezus wel degelijk als zoon van God. Want zij zien zoon van God niet als God. Dus niet als, de drie-eenheid, de Godheid. Zij zien zoon van God als, omdat zij zeg maar de vader alleen als Jehovah, als God zien. Alleen de vader is God bij hun. Dus dan zien ze, dan als Jezus de zoon van God is, dan is hij niet God, de vader. En dat klopt ook, hij is ook niet de vader. Maar hij is wel God. Dat komt ook omdat ze geen juiste perceptie hebben van wat de Godheid is. Wat de drie-eenheid is. En zelfs heel veel, ja, christenen hebben soms niet eens een beeld van wat het nou feitelijk is. Er zijn zoveel verschillende gedachten over, terwijl de Bijbel is wel heel duidelijk daarover. Maar goed, dus ze geloven wel in Jezus als de Zoon van God, alleen ze gebruiken, laat ik het zo zeggen, vele valse religies en vele sekten gebruiken dezelfde terminologie als dat wij gebruiken, alleen zij hebben er een andere definitie aan gegeven. Dat is het. Zij praten ook over de hemel, ze praten ook over een paradijs, ze praten ook over Jezus, de Zoon van God. Maar ze hebben er een ander beeld mee. Zij bedoelen iets anders dan wat wij bedoelen. Dus dat is het misleidende. En soms denk je, oh, nou, dat lijken net christenen, toch? Maar hè, ze gebruiken dezelfde taal, ze doen soms dezelfde dingen. En toch vatten zij het anders op dan wat er in de Bijbel staat. Dat is het listige eraan eigenlijk. Dus op jouw vraag terugkomen, als Jehovens Getuigen Jezus niet erkennen als zoon van God, niet zoals wij hem erkennen als zoon van God. Waarom nemen ze dan van de avondmaal? Alleen de gezalfden nemen dus van de avondmaal, zoals ik al zei, en de rest niet, het overgrote gedeelte niet. Dus ze hebben een speciale klasse, en dat is eigenlijk wat sekten altijd doen, hè? Een
leider of een groep leiders op een voetstuk zetten en via hun moet je er komen. Niet alleen zoals Jezus zei, kom gewoon naar mij toe, volg mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, direct naar Jezus en via hem tot de Vader. Nee, via een organisatie of via een kerk. Of, snap je? Dat is wat ze vaak doen. Ze zetten er iets tussen, een pionnetje tussen. Matthijs, hey, welkom. Leuk man dat je er bent. Daar gaan we. Zijn ongelovige kinderen en partner niet geheiligd in de gelovige partner en, of ouder? Zoiets heb ik wel eens voorbij zien komen in de Bijbel. Weet jij daar iets over? Klinkt een beetje vaag. Als je iets voorbij hebt zien komen in de Bijbel en je kaart dat dan wel aan, dan denk ik, ga dan eerst zoeken waar het staat. Het staat in 1 Korinthe 7 trouwens. Maar ga dan eerst kijken en ga het van goed bestuderen. Dat is mijn aanmoediging die ik geef. Maar het klinkt een beetje streng, dat weet ik wel. Maar dat is wel mijn aanmoediging die ik geef. Ja, ik heb wel eens iets gelezen in de Bijbel, ja. sorry. Maar even op jouw vraag. Kijk, geheiligd is iets anders dan gered. Dat is een wezenlijk verschil. Dus dat de partner geheiligd wordt, de ongelovige partner geheiligd is of een kind, met betrekking tot de gelovige partner, dat houdt in dat ze afgezonderd zijn door God, zodat ze gezegend worden, het licht van God ontvangen, door die gelovigen in die familie of in dat gezin. Dat is wat het betekent, maar dat betekent niet dat ze gered zijn. Ze zijn niet behouden. Dus dat is het verschil. Maar de kans is wel aanwezig dat ze wel behouden worden door het gedrag en het geloof van de gelovigen. Dus dat is dan de hoop die we altijd hebben natuurlijk. Oké, goede vraag trouwens, Matthijs. Dat moet ik dan weer wel zeggen, ook al was het een beetje vaag zo, want ik heb het een keer ergens voorbij zien komen. Het is inderdaad in de brief van Korintiërs. En dan hoofdstuk 7. Het gaat over het huwelijk en dat is dat hoofdstuk. Robert gaat verder. Russell hield zich bezig met occultisme, absoluut. Aan de hand van Egyptische numerologie voorspelde hij circa 8 keer de tijd van het einde. Veel volgelingen waren aanhangers van de vrijmetselarij. Klopt. Ja, helemaal een van de Millerieten, de Millerites. George Storrs, geloof ik, waar die mee samen. Of George Storrs was het die? Nee, George Barber. Barber. Nou goed. Maar inderdaad, wat jij zegt klopt. En op basis van de Egyptische piramide van Gizeh. Zeg je het Nederlands? Gizeh? 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 Ja, die bekende piramide in Egypte. Op basis van bepaalde gangen, et cetera, in die piramide. Zo, dan ben je het niet op het woord. Heeft hij dus berekening gedaan. Waaronder inderdaad ook 1914. Hè, dat Jezus onzichtbaar terug is gekomen. Dat heeft hij op basis daarvan onder andere gedaan. Niet alleen op basis daarvan. En inderdaad veel berekeningen. En vooral in die tijd waren mensen heel veel bezig. Hè, met de wederkomst van Christus. Eind 19e eeuw. Midden 19e eeuw. Dus er waren meerdere groeperingen. De vrijmetselarij, wat jij al zegt. Dus dat heeft zeker occulte demonische invloeden. En sterker nog, zoals het Wachttorengenootschap, dus de Jehovens Getuigenorganisatie, zoals ze een meester zijn in het misleiden, zijn ze ook een meester in het verwijderen van hun geschiedenis. Dus bijvoorbeeld die oude lectuur, waar ik net over had, hè, over Abraham, Isaac en Jacob, die dan een opstanding krijgen, weet je wel, en dan in dat huis in San Diego ergens, wat die overtuigen meestal niet weten. Dat komt omdat dat meer dan 100 jaar geleden in publicatie staat. Die kunnen ze niet meer bij. Of je moet toevallig een overgrootopa die overtuigen was, die toen leefde, die nog ergens een boekje ergens in een kast bij jullie hebt staan. Dan heb je kans dat je terug kan vinden. Maar ja, wie gaat daar nog al die oude boeken doorlezen? Daar hebben ze geen tijd voor. Snap je? Dat zijn er maar heel weinig die dat ooit doen. Maar in principe kunnen ze daar niet meer terug, tot zover terug. Dus die geschiedenis. En ze hebben op een gegeven moment hebben overtuigen oproep gedaan, massaal. Een aantal jaar geleden, of al heel wat jaar geleden, ik denk 10, 15 jaar geleden, meerdere keren om al die oude publicaties in te leveren in de Koninkrijkszaal of weg te doen. Waarom zou dat zijn? Omdat die leer telkens verandert, inderdaad. Maar nu komt de shocking moment. Het is goed dat je dat aanhaalt, trouwens. Waarom? Bij het graf, let op, bij het graf van de oprichter van Jehovens Getuigen, dus Charles Stace Russell, die in 1916 overleden is,
bij het graf in Pennsylvania. Naast zijn graf stond een piramide. Je had het over de piramidebreking. Er stond een piramide en erop het wachttorengenootschap getekend. Weet je wat ze nou hebben gedaan? Omdat ex-getuigen, let op, ex-getuigen, nu het internet natuurlijk, alles gaat viraal. Dus die hebben daar video's van. Bij het graf zie je Charles D. Russell staan en daarnaast die piramide wachttorengenootschap. Wat hebben ze nou gedaan? Het wachttorengenootschap heeft vorig jaar, eind, een half jaar geleden ongeveer, hebben ze die, je voelt hem al aankomen, die piramide dus verwijderd. Want dat mag natuurlijk niet nieuws komen, het mag niet bekend worden gemaakt. Maar nu met internet wordt alles bekend. Alles wat in het duister is, komt nou openbaar. Iedereen kan overal bij tegenwoordig. Dus ze hebben gewoon die piramide bij het graf weggehaald. Zodat, ja, ik noem dat gewoon sporen uitwissen van het verleden. Nou, het is nooit gebeurd, kunnen ze nou straks zeggen natuurlijk. Hè? En die boeken, ja, die hebben jullie toch niet meer. Dus het is echt verschrikkelijk, jongens. Het is ongelooflijk. Nou, oké, maar dat dus. Oké, heel goed. Dan hebben we die gehad en die gehad. Ja. Gewetensconflict. Dit boek is ook in het Nederlands, maar overal uitverkocht. Ja, ik heb een digitale versie, maar ik weet even niet of die nou... Volgens mij heb ik hem nog in het Engels. Maar... Nou is Engels mijn... ja, niet mijn moedertaal, maar mijn moeders moedertaal. Dus op zich is Engels nog wel redelijk te volgen voor mij. Maar als het in het Nederlands is, dat zou helemaal geweldig zijn. Inderdaad. Ja. Bedankt in ieder geval. Robert zegt, jouw video's volg ik. Oké, nou, dat is helemaal leuk om te horen natuurlijk. En dan hebben we twee ingetrokken berichten. En dan staat er, ja klopt, is weggehaald de piramide. Ja, klopt. En ik geloof dat ook een ex-getuige, die heeft dat ook gefilmd. En die heeft gevraagd aan degene die dat met zo'n kraantje uit ging graven. En kwam dat dan weghalen. Ja, van wie heb je opdracht gehad van het wachttorengenootschap, heb je gezegd. Dus. En dat ontkennen ze. Want later heeft iemand gebeld naar het wachttoren, naar het hoofdkantoor van Joost Tuigen. En dan zeggen ze natuurlijk, oh, we weten van niks. Ja, je weet hoe dat gaat. Het is echt ongelooflijk. Kop in zand. En, ja, klopt, is er gehaald. Daar stond de krans op met het kruis. Precies, ja. Dat kruis schuin zo in die kroon hebben we daar, of die krans hebben we daar, klopt. Symbolen van de vrijmetselarij, ja, klopt. Ja, wat ik al vorige keer ook zei, Joost Tuigen geven natuurlijk af op de kerk. Hè? Dus ze hebben in de loop der tijd hebben ze alles veranderd. Vroeger vierden ze gewoon in de tijd van Russell, vierden ze gewoon op Bethel. Hè? Dat is een bijkantoor. bijkantoor van Joost Tuigen. In ieder land hebben ze een beetje een bijkantoor. En het hoofdkantoor in Amerika. Daar vierden ze gewoon, er zijn foto's van. Daar vierden ze gewoon, zag je Russell en je zag Rutherford aan een tafel zitten, gewoon kerst. Dat deden ze gewoon. En nou geven ze ook op kerst. En ze hadden gewoon het kruis, wat jij zegt, kruis en kroon. Het kantoor van Russell, daar heb ik een foto van. Achter op de muur, hoog op de muur, hangt dat gewoon. Het kruis gebruikten ze ook. Sterker nog, in een eerste Bijbelvertaling, corrupte Bijbelvertaling weliswaar, hebben ze in de jaren 50 is die uitgekomen. En de jaren 60 in Nederland, denk ik. Of misschien eind 50. Daar leren ze in hun Bijbel, dus hun vertaling, dat Jezus werd aanbeden. En dat hebben ze ook 70 jaar geleerd, hoor. Dat Jezus ook gewoon aanbeden kon worden. De tegenwoordige getuigen weet dit niet. En die geloven het ook niet, omdat ik dat zeg. Dat geloven ze niet. Dus dat zullen ze niet aannemen. Ze gaan het ook niet factchecken, want ze zijn al geprepareerd te denken, je bent toch afvallig, dus ik ga niet moeite steken om dat na te zoeken wat je zegt. Dus dat is het trieste, zo geïndoctrineerd zijn ze. Maar, dus ja, dat is waar wat jij zegt. Ja. Die kruis met het, ja, ze hebben daar een naam voor. Kruis met die kroon, hebben ze een naam voor. Even kwijt. Maar dus, en langzaam werd dus Kerstmis afgeschaft, want het was ineens heidens. Het kruis werd weggedaan, er moest ineens een martelpaal worden. Het heet een genootschap, wat ook van de vrijmetselarij komt inderdaad. Hè? Society in het Engels. Hè? In plaats van een kerk of een church. Een koninkrijkzaal, nou, ga zo maar door. Hè? Dus alles werd langzaam veranderd. Maar toch leren ze dat Jezus hun heeft uitgekozen, terwijl ze al die zogenaamde valse leringen en feesten nog vierden. Zoals wij dan, hè? Want wij zijn uit de synagoge van Satan, weet je nog. Dus terwijl zij dat ook nog waren en deden, heeft toch
God via Jezus heeft dan toch hun uitgekozen 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, als het getrouwe overblijfsel te midden van Babylon de Grote, alle valse religies. Zij waren zuiver. Terwijl ze niet zuiver waren, snap je wat ik wil zeggen? Omdat die leringen hebben ze allemaal af moeten leggen uiteindelijk door de loop van de jaren. Maar toch heeft hij ze op dat moment, heeft God ze uitgekozen. Snap je? Ja. Allemaal heel logisch. Allemaal heel logisch. Even kijken, in het Nederlands. Als alles weer hersteld wordt, paradijs en volmaaktheid, wat voor belang heeft God daarna nog om een hel of wat? Het zit je niet lekker, hè? Het zit je niet lekker, Robert. Blijf maar terugkomen op die vragen. Beter al het fouten uit het verleden definitief voorbij, toch? Ja, maar weet je, zo werkt het nou helemaal niet. Zo werkt het echt niet. Dan, weet je, als je de hel aanvaardt, dat wil zeggen dat je God op een ander niveau kent. Dat je hem beter kent, zeg maar. Als je God goed kent, dan begrijp je ook waarom er een hel is. En dan zeg ik niet dat jij op zich niet God goed kennen zou kunnen kennen, hè? Maar wat ik wil zeggen is dat je, als je de persoon van God begrijpt, nogmaals, dat hij rechtvaardig is, hè, want iedereen praat graag over Gods liefde en dat hij geweldig is en Jezus is je vriend en ze doen net alsof het de buurjongen is in plaats van dat het een heilige God is. Hè? Maar dat is weer voor iets anders. Maar zo wordt er vaak wel gepraat, hè? Zeker in charismatische kringen. Maar heiligheid hoor je niks over tegenwoordig. Een heilig leven leiden bijvoorbeeld, heiligmaking, mensen weten niet eens wat het is. Mensen weten niet eens wat het is. Heiligmaking, rechtvaardigmaking, mensen weten niet eens wat het is. 100 jaar geleden wist iedereen er nog bij wijze van. Maar dat weten ze niet meer, het wordt niet meer geleerd. Dus ook rechtvaardigheid, een rechtvaardige God, die kant moet je ook belichten, weet je. En dat brengt ook alles in balans. Dus, maar nogmaals, ja, weet je, we gaan hier daar niet over discussiëren, maar ik, als je wil, kan ik je iets toesturen en kan ik je erbij helpen. Ik geef ook bijbelklassen, ik geef ook studie individueel ook nog. Dus mocht je dat willen, dan kan ik dat aanbieden, dan kunnen we een keer een afspraak maken. En, maar ik laat het bij jou, want ik merk, je blijft ermee zitten. Dus, kijk, even één korte gedachte. In Matteüs 25... Dan heeft Jezus het ook. Dan komt hij in zijn wederkomst, komt hij terug op aarde en dan gaat hij de mensen van elkaar scheiden. Je kent het wel, de schapen van de bokken. De schapen zijn dan de goede mensen, even simpel gezegd. Die gaan beërven het 1000 jaar koninkrijk. En aan de linkerkant zit hij de bokken. En die. Ik contact binnenkort, top man. En aan de linkerkant zet hij zij die dus niet het koninkrijk zullen beërven. En waar gaan die heen? Nou, als je Matteüs 25 hebt, ik geef je gewoon iets om over na te denken. Ik zeg niet, dit moet je gelijk accepteren, want ik snap als ex-getuige is dit super moeilijk om te aanvaarden en daar een beeld van te krijgen. Maar Matteüs 25 is maar even één tekst, eigenlijk twee, waar je gewoon eens over na moet denken. Dus Matteüs 25, over die schapen en bokken, en dan zegt hij over die bokken, dus zij die dus niet het eeuwig leven beërven in het koninkrijk met God. Er staat in vers 41, dus Matteüs 25, vers 41, dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan zijn linkerhand zijn, dus de bokken, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur, maar let op wat hij dan zegt. Het eeuwige vuur, die voor de duivel en zijn engelen bestemd is. En waarom wil ik dat je hierover gaat nadenken? Omdat het ook niet de bedoeling is in principe. God wil niet dat mensen in zo'n erge situatie komen na hun dood. Daarom heeft hij juist, daarom zeg ik, Gods genade wordt alleen maar groter. Jezus is naar de aarde gekomen, heeft zijn leven gegeven. En dat afslaan heeft consequenties, ja. Maar hoe groter wordt dan die genade weer, als je erover nadenkt? Want voor wie was het feitelijk bedoeld? Voor de duivelen en de engelen. Zijn demonen, zeg maar. En bedenk dit, de duivel en de engelen gaan niet dood. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die blijven leven, daarom stopt hij ze in de hel. En worden ze dag en nacht gepijnigd tot in alle eeuwigheid.
Ze gaan niet, ze worden niet vernietigd. Het is geen Jehovah's getuige praatje hier. Het is feitelijk wat de Bijbel zegt. Dus het is eigenlijk voor hun bedoeld. Maar Jezus zegt hier, omdat ze eigenlijk mij dus, ja, willens en wetens eigenlijk aan de kant geschoven hebben. Het grootste offer. En weet je, ze hoeven er niks voor te doen, hè? Alleen maar geloof te hebben in Jezus. En zich te bekeren, oké? Okay, dat is het enige wat ze hoeven te doen. Het evangelie van genade aanvaarden. En door dat aan de kant te schuiven, zie je de ernst van de situatie. Het is eigenlijk voor de duivel en de demonen bedoeld, maar jullie gaan er toch heen. Zo ernstig is het dus. En kijk nu eens naar het laatste vers van de Bijbel, van hoofdstuk 25, dus dat is vers 46. En deze, dus diezelfde groep bokken, deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen, dus die schapen, in het eeuwige leven. Nou heb ik een vraag voor je. Geloof jij dat die rechtvaardigen eeuwig leven hebben? Voor altijd blijven leven? Waarschijnlijk geloof je dat. Maar diezelfde zin staat hetzelfde woordje eeuwig voor straf, voor de vervloekte. Dus met andere woorden, je kan niet zeggen in deze zin, en ook in die Griekse in de grammatica hier niet, je kan niet zeggen... Ja, het een is wel eeuwig, maar dit komt er niet goed uit, dus dat is niet eeuwig. Dus een rechtvaardig leven voor altijd, dat is eeuwig. Niemand gaat meer doen. Maar in een hel, nee, dat is niet eeuwig. Snap je wat ik wil zeggen? Het staat in dezelfde zin. En het blijft moeilijk, dat snap ik. Maar feitelijk wat de hel is, om het heel simplistisch te stellen, is weg van de aanwezigheid van God. Weg uit zijn tegenwoordigheid, uit zijn gunst. Afgescheiden van God. Dat is feitelijk wat de hel is. En daarom zegt Jezus, spreekt over buitenste duisternis bijvoorbeeld. Donkerheid. Waar ze wenen en kunnen verstanden. Want ze zijn weg van God. En daarentegen omgekeerd, de rechtvaardigen zullen dus bij Gods tegenwoordigheid zijn. Die zijn bij de Heer altijd. Voor altijd. Die zijn in zijn gunst. In zijn tegenwoordigheid. Dat is feitelijk wat de hel is. Het is een scheiding voor altijd in je zonde blijven, want daar heb je voor gekozen. Jezus zegt in Johannes 8, vers 24 tegen de Joden, hij zegt, tenzij je gelooft dat ik het ben, anders zullen jullie in je zonde sterven. En dan bedoelt hij niet dat je zonde klaar afgekocht zijn, zoals Joop Stuigen leren, en dat heb je ook geleerd, Robert. Ja, ik heb daar onlangs weer een video over gemaakt, dus kijk daar terug. Een recente video, waar ik daar helemaal uitleg waarom je overstuigen verloren gaan. Tenzij ze natuurlijk tot Jezus komen. Nee, het houdt niet op bij de dood. Dat zou te makkelijk zijn. En dan zou God geen rechtvaardig God meer zijn. Denk even aan het verhaaltje van Hitler, wat ik net zei bijvoorbeeld. Dus in hun zonde sterven, dat betekent dat ze die zonde meenemen. Naar het hiernamaals. En voor altijd, en je weet, God is heilig, zonde en God gaan niet samen, dus dan zie je weer die scheiding. Voor altijd zonder God leven. En dat is de hel, afgezonden. En dat is feitelijk wat, nou doen we er nog één. 2 Timotheus, en dan houden we er over dit, voor dit moment even mee op, maar 2 Timotheus 1 geloof ik, 2 Thessalonicense 1, daar staat het letterlijk. Daar staat het letterlijk. 2 Timotheus, even kijken, 2 Thessalonicense, ik ga gekke dingen zeggen, maar. Tweede brief van de Thessalonicense, en dat gaat over Jezus' wederkomst, het eerste hoofdstuk. En dan lezen we even in de context, er staat vanaf vers 5. Dus 2 Thessalonicense 1 vers 5. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Merk op. Gods rechtvaardig oordeel. Het is rechtvaardig oordeel dat de rechtvaardigen dus waardig geacht worden om te lijden en uiteindelijk het koninkrijk te werven. Het is immers rechtvaardig, vers 6, het is immers rechtvaardig van God, let op, verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. Dat is ook rechtvaardig, zie je dat? Dat is beide kanten rechtvaardig. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht. En focus nou eens op vers 8 en 9. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, en dan komt hij, vers 9, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht
van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Zie je dat? Dat is de straf. Weg van het aangezicht van de Heer. Afgescheiden, wat ik net zei. Dat is de eeuwige straf. En wat gebeurt er dan? Nou, als je denkt aan de rijke man en Lazarus bijvoorbeeld. Hè, Jezus openbaarde wat er feitelijk gebeurt na de dood. Je kent het verslag, Lucas 16 waarschijnlijk wel. Dus 19 tot 31. Ze werden beide, gingen ze dood, hè, zowel de rijke man als Lazarus. Maar hij werd begraven, hij opende zijn ogen, die rijke man. En waar bevond hij zich? In Hades, hè? In pijn, zijnde in pijn, in vlam. En wat had hij nog? Verlangens. Ik wilde die druppel water, weet je wel, van Lazarus wilde hij. Dus die verlangens, die zondige verlangens, zou je ook kunnen zeggen, die neem je mee, je blijft in je zonde, ook de dood in. Neem je ze mee, naar die namaals. Want zonde en God gaan niet samen. Daarom is Jezus gekomen, om je vrij te kopen van je zonde. Als je niet het bloed van Jezus hebt aanvaard, dan is er geen uitweg. Dan ben je nooit rechtvaardig verklaard. Dan ben je nooit van je zonde af. Daar zie je nou hoe ernstig het offer van Jezus is. Hoe groot ook die genade. Je moet door hem bevrijd worden van je zonde. Nou, ik houd hier even bij, maar... Oeh, zo. Maar het is een pittig onderwerp, maar we contacten nog. Dus, kom goed. Denk nou niet toen ik stopte, of toen ik weg was bij Joop Stijver, dat ik het allemaal in één keer snapte en dat ik het allemaal in één keer aanvaarde. Zeker niet, hoor. Maar je moet dit denken. Jij en ik, Robert, hebben altijd geleerd. Dit is de waarheid, hè, toen Joop Stijver het zei. Dit is de waarheid. Wij zijn in de waarheid. Hè. Als je tot geloof was gekomen, nou, hè, wanneer ben jij in de waarheid gekomen? Wanneer ben je tot geloof gekomen, feitelijk? En waar moet je anders heen? Weet je nog? Dat zei jij ook waarschijnlijk. En ik ook. Waar moet je anders heen? Wij hebben de waarheid. En dan zeg ik altijd, wat zou de vraag beter zijn? Naar wie moet je? Niet waar. Waar impliceert een kerk, een organisatie, een locatie. Maar niet de waarvraag, maar de wie-vraag. En dan zegt Jezus, kom tot mij. Amen. Dus daar begint het bij. Ga eerst naar Jezus. Ga eerst Jezus. En waarschijnlijk doe je dat al, maar want je zei, je aanvaardt hem al. Dus dat is mooi. En als je ziet wie hij werkelijk is en hem accepteert, denk nog een keer aan die tekst die ik net zei. Je zult in zonde sterven, zegt Jezus. Johannes 8, vers 24, tenzij je gelooft dat ik het ben. Wat zou Jezus daar nou bedoeld hebben met die uitspraak? Huiswerk. We gaan verder. Oké. Even kijken, we piramide hebben gehad, ja. Gewetensconflict, Nederlands, alles hersteld, die hebben we ook gehad. Jantina Visser, hey, leuk, je bent er weer. Hallo allemaal, wij kunnen God nooit doorgronden, want hij, met een hoofdletter, heel goed, is onze maker. Sorry. Steeds last van mijn keel, zeg. Griepje gehad 2 weken geleden. Het blijft een beetje hangen, die... Niet de klachten, maar alleen mijn keel dan. Bedenk dat alles wat God doet rechtvaardig is. Daar hoef je nooit aan te twijfelen. Amen, Jantina. Matthijs Schenk zegt, dit is geen vraag, maar een verrassing. Mijn broer is aangeraakt door God, pas. Hij is wedergeboren. Net zoals God bij mij heeft gedaan, hij zit te zingen in zijn auto en te huilen van geluk en ontroering. Nou, dat is toch fantastisch? Dat is toch fantastisch? Dus, gezegend. Kijk, Matthijs gaat verder. Hij zegt, ik denk dat hij hier naar gaat kijken. Hahaha, love you broer, ik ben God zo dankbaar. Nou, superman, dankjewel echt. Ja, hey, je weet het, als één zondaar tot berouw komt, zei Jezus, dan is het feest in de hemel. Hè? De engelen, die zingen dan, althans zo zegt hij dat niet, maar in ieder geval, die zijn blij. Die snap ook wel. Denk ook aan de verloren zoon, hè, die illustratie, prachtig. Ja, Helena is er ook. Oh, wat mooi om te horen, Matthijs. Schenk, God is goed. Amen. Oké, dan gaan we naar... Raymond Frans is ook... Oh nee, niet Raymond Frans. Raymond Fernandez.
Het leek op Bram & Friends. Slaven van mensen, zoals apostel Paulus aanhaalde in 1 Korinthe 7 vers 20 tot 24 zegt, die zogenoemde besturende lichaam worden aanbeden als valse goden. Ja, en wat jij nu zegt, Raymonde, ik weet niet of ik het goed zeg trouwens, maar je slaat de spijker op zijn kop, weet je dat? Want weet je wat de tactiek namelijk is bij overstuigen? De organisatie, Jehovah. Ik heb het al vaker uitgelegd. Sommigen zullen denken, hoe gaat die nu? De organisatie, Jehovah, op één lijn. Dus met andere woorden, ze praten zo door elkaar. Dus zeggen, als je de organisatie uitgaat, oh, dan heb je Jehovah verlaten. Kom je terug, oh, dan ben je weer terug in Jehovah's gunst. Snap je? Organisatie, Jehovah. Je moet gehoorzaam aan Jehovah zijn. Je moet gehoorzaam zijn aan de organisatie. Snap je? En zo praten ze constant, zodat die hoofdstuigen de indruk hebben. En daarom zie je ze ook alleen maar nog tegenwoordig met jw.org. En sterker nog, als mensen vragen hebben, tegenwoordig is er iets aan de hand bij die hoofdstuigen, iets geheimzinnigs trouwens. Want ze komen niet meer samen, terwijl kerken gewoon samen kunnen komen. Ze doen alleen nog maar Zoom. Ze prediken niet meer. Ze gaan niet meer langs de deuren. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er is iets aan de hand. Er is een motief achter. Maar goed. En ik roep ook andere getuigen, ex-getuigen op, om eens uit te leggen wat jullie denken waarom dat die reden is. Terwijl alle kerken gewoon samen mogen komen. Ondanks corona zijn er vele doorgegaan. En zelfs nu mag het weer. Al hou je maar afstand. Noem maar op. Doe je aan al die poppenkast mee. Prima. Maar in ieder geval, je mag samenkomen. Ja? Van huis tot huis kun je perfect afstand houden, toch? Maar ze doen het gewoon niet. Al anderhalf jaar niet. Of bijna twee jaar. Dus er is iets aan de hand bij jouw stuif. En ik wil wel eens horen van iemand die weet waarom dat is. Waarom ze denken dat dit nog steeds zo is. Maar even los daarvan, ze aanbidden de organisatie feitelijk. Hun wil is wet. En ik had net die twee stukjes, ik heb er een screenshot van gemaakt van hun website, jw.org. Even kijken, ja. Kijk maar. Ik weet niet of je het kan zien. Zie je dat blauwe blokje hier zo? Hier zo, sorry. Boven, rechtsboven. Voor jullie links misschien. Quinn. Dat is het teken. Ja, het is bijna niet te zien, denk ik. Misschien iets dichterbij. Het is niet scherp te stellen, zie ik. Jammer. Maar dat is dus verderaf. Nou, je kan het niet zien, hè? Het is te fel of zo, denk ik. Ja, hier. Kijk, daar is die. JW.org. Zie je dat? Dat blauwe blokje. Overal zie je dat. Dus dan zie je zo je hoofdstuigen. Stonden ze een paar jaar geleden nog met zo'n stand, hè, lectuurstand. Je kent het wel. En dan staan ze als zombies uren te rekenen. Zitten ze op een bankje, hebben ze zo'n lectuurstand. En ze doen niks. Ze doen gewoon niks. Ze rekenen hun uren, hè, want dan schrijven ze allemaal op. Hè. Hoe meer uren, hoe beter je bent in die organisatie. En ze zitten daar maar. Ze spreken niemand meer aan. Nee, ze wachten tot iemand naar hun toe komt. En dan gaan ze praten. En dat noemen ze prediken. En wat zie je dan overal? JW.org, JW.org. En dan heb je een keer een gesprek met een getuige. Dan ga je wat dieper erop in. En dan zeggen ze, ja, dan moet je naar de website gaan. Dat is echt, ze hebben het zelf niet door. Hè? Vroeger, toen ik Jehovah's getuige was, was het van de Bijbel in de hand. Hè? Ja, wacht hoor, ontwaak, leuk. Maar de Bijbel eerst, hè? Altijd de Bijbel eerst open. De Bijbel in de hand. We hadden ook zo'n fanatieke ouderling vroeger die zei, de Bijbel eerst. Ik denk, nou, zo hoort het toch? Maar nee hoor, het is nu als je vragen gaat stellen, ja, dan moet je op de website kijken. Of ze laten een filmpje zien, ja, een website. Lekker makkelijk, laat hun het woord maar doen. Heel vroeger stonden ze met zo'n radio, of ja, zo'n grote kist hadden ze bij. Sorry hoor. Een grote kist bij. Heeft er iemand een dropje in? Dan had ze, dat is echt zo'n bok, en die hing dan om mijn nek. En die hadden ze dan, en dan klopten ze aan bij mensen. Nou, dat is echt heel lang geleden hoor, misschien 50 of 100 jaar geleden al, weet ik het. En dan gingen ze zo draaien, weet je wel, en dan werd er gewoon een soort bandje voorgelezen. Gewoon een preek van een van de lijf, van Rutherford bijvoorbeeld. Hè? Nou, Robert weet dat nog wel, denk ik. En dan gingen ze gewoon, en dan zeiden ze niks, hè. Dan stonden ze gewoon zo te draaien en dan hoorden ze zo misschien 5 minuten of 10 minuten hoorden ze dan een boodschap. En het ging vaak over dat de kerken vals waren en dat Satan bezig was en dat ze naar Jehovah's organisatie moeten komen, want Armageddon komt eraan, weet je wel. Nou, en zo deze, dat was prediken. En nou zie je eigenlijk een beetje hetzelfde systeem. Ze gaan gewoon neerstaan ergens met een tafeltje of met een paar
boekjes. Het zijn bijna allemaal boekjes. Je ziet nooit een Bijbel. Hè? Die hebben ze wel ergens, maar die zie je nooit op de voorkant. Het is altijd de wachttoren ontwaar. Even een water drinken hoor. En dat noemen ze prediken. En ze zeggen niks. Moet je nou eens nagaan hoe Paulus predikt en Petrus. Op de Areopagus, op een marktplein. Mannen en broeders, hoort het woord. Dat is toch heel wat anders, of niet dan? Maar goed. Dus dat, waar waren we? Waar waren we? Ik zat 28 jaar in die secte. Vreselijk, maar ben vrij in de Messias. En die ouderlingen hebben een boek. Ja, weet ik. Ik ben ook ouderling geweest, dus ik had dat boek ook. Ik had toen al de nieuwste editie, 2010 was dat toen. Wijd de kudde gods heet dat. De ouderlingen hebben een boek waarin duidelijk geschreven staat als een ouderling hoererij of overspel als een ouderling hoererij of overspel wordt, hij niet uitgesloten. Als hij zelf dat doet, wordt hij niet uit, maar de verkondigers wel. zo, het gaat lekker. Hè? Dat zo uit mijn hoofd weet ik niet of dat helemaal correct is wat je nu zegt. Ik heb dat boek moest je inleveren natuurlijk, dat heb ik zelf ingeleverd toen ook trouwens. Maar ik heb nog de Engelse versie van een broeder van mij, die is trouwens ook uitgesloten. Ik heb de Engelse versie nog, ik zal het nog eens nazoeken voor jou of dat zo is wat jij zegt. Want ik was ook ouderling en ik ben ook uitgesloten. Dus vandaar dat ik zeg van, ik weet niet of het helemaal klopt wat je daar zegt, maar goed. Alleen ik was al ouderling af dan. Dus net op dat moment nog. Maar de mind control is een zware hypnose. Dat is het. Je hebt een heel beroemd boek. Is dat van Stephen Hassan. Stephen Hassan of zoiets. Misschien ken je dat wel. Raymond of Robert ook. Stephen Hassan. Moet je maar eens googlen. Dat gaat over mind control. Je hebt een psychologisch boek geschreven eigenlijk wat er gebeurt, hoe organisaties zoals Joop Stuyt, niet alleen Joop Stuyt, maar vele anderen, hoe ze te werk gaan. Tactieken die ze gebruiken, strategieën om mensen te beheersen eigenlijk. Wat ik al zei, bij Joop Stuyt gaat heel ver. Hè? Mensen beseffen dat niet, die geen getuigen zijn, die beseffen dat niet. Hoe ver dat gaat, die controle, tot in je slaapkamer toe hè, gaat dat. Ik overdrijf niet. Dat gaat heel ver. Even kijken. Mind control. Ramon zegt, ik ben eruit. Oké. Nog geen toestemming van governing body om te prediken. Ja, ik ben... Hey, Steven, Patrick. Oké. Ja, ik ben momenteel niet op de hoogte van het laatste nieuws, hoor, moet ik zeggen. Omtrent die overstuigen. Zo. Dus vandaar de vraag die ik bij jullie neerleg. Uitsluiting is demonisch van aard. Nooit heeft de Messias de vrouw die overspel pleegde uitgesloten. Maar die secte doet het wel. Ja. Maar weet je wat het is, Raymond? Sorry, het gaat echt goed. Ik wilde het jullie niet aandoen. Die vrouw die overspel had gepleegd. Johannes 7 vers 53 tot en met hoofdstuk 8 vers 11 staat niet in Jehovah's getuigen hun Bijbel. Dus daar kunnen ze niks mee. Kun je afvragen waarom het er niet in staat? Komt ze niet zo goed uit, maar het heeft ook te maken met de manuscripten op basis waarvan de vertaling en vele nieuwe vertalingen hebben hem niet meer of die hebben hem alleen nog in een voetnoot of iets ergens. Het heeft weer met de manuscripten te maken. Dus het staat er niet eens in, dat gedeelte. Maar het komt er wel heel goed uit dat het er niet in staat natuurlijk. Dat snap je wel. En uitsluiting is demonisch. Ja, ze hebben zelf in 1947, in januari, 8 januari 1947, volgens mij in een wachttoren ontwaak geschreven dat het satanisch was. Het gaat echt niet goed, jongens. Het wordt steeds erger. Ik praat te veel. Gaan jullie eens even praten voor mij? Ja. En dat het van het katholicisme afkomt, van heidense oorsprong, dat was de view die ze hadden.
Ik heb daar wel eens een video over gemaakt, denk ik. En nu, een paar jaar later dan, dus in de jaren 50, hebben ze het geadopteerd. Dan gaan ze zelf mensen uitsluiten. En toen was het ineens wel bijbels, om te ondersteunen. Dat is dus wat ik bedoel. Met het licht gaat helderder schijnen. Eerst zeggen ze, nee, dat kan niet. En dan zeggen ze, ja hoor, toch wel. En zo gaat het constant. Oeh. Misschien een vreemde vraag. Wat is het verschil tussen Israël en Judea? Ik weet, het is heel irritant dat hoesje. Wat verschil? Dat is niet zo moeilijk, toch? Wat is het verschil tussen Israël en Judea? Judea is een gebied, land, hè, waar Jeruzalem ligt, het zuidelijke gedeelte. Israël is het noordelijke stammenrijk. Dan had je die stammenrijken. Israël is noordelijke, 10 stammen. En dan had je het zuiden, had je ook nog 2 stammen. Dus, ik weet niet of dat voldoet aan je vraag. De Bijbel zegt, heb je een probleem met iemand, moet je uitpraten. En niet in een groep bij oudere mannen die voor jou beslissen als je uitgesloten of restricties moet krijgen. Vreselijk. Ja en nee, moet ik daarop zeggen. Want het is wel zo dat Jezus oudere mannen heeft aangesteld. Ouderlingen zeiden wij vroeger dan, hè. Oudste zeggen ze dan in de kerk vaak. Om toch wel leiding te geven en ook streng onderricht toe te dienen in de kerk. Dus zij kunnen daar wel bij betrokken worden. Maar wat jij zegt is waar. Je moet het eerst onderling oplossen. Matthäus 18, hè, vers 15 tot 17 is dat. Om je broeder te winnen. Vervolgens, als dat niet lukt, neem je 1 of 2 of 3 getuigen mee, geloof ik. En dat is stap 2. En stap 3 is, spreek tot de gemeente. Nou werd dat vaak door de vroege kerk opgevat als tot de leiders van de gemeente, de oudsten van de gemeente. Maar er zijn ook gedachten over dat de hele gemeente daarbij betrokken moest zijn. Dat het publiekelijk bestraft moest worden, bijvoorbeeld. Dat lees je ook in de Thessalonicense brief, onder andere. Dus, maar dat, kijk, denk alleen maar aan een tekst als Hebreeën bijvoorbeeld 13, vers 7 en vers 17. Hè? Wees gehoorzaam, onderdanig aan hen die de leiding nemen, voorgangers, et cetera. Zodat ze niet zuchten over jou, maar dat ze het met vreugde kunnen doen, want ze waken over je ziel. Ze leggen verantwoordelijkheid op jou af. Dus er is een balans in, maar het is absoluut anders. Daar heb je gelijk, het is absoluut anders dan hoe Joost Stuiger dat doet met een intern rechtssysteem, waar je ook helemaal geen, waar je in je eentje tegen 3 mannen staat. Hè? Die dan op basis van dat ouderlingenboek trouwens, waar we het over hadden, wij te kunnen gewoon op basis van instructies die daarin staan, beoordelen. Niet op basis van Gods geest, op wat de gemeente ervan vindt, maar op basis van instructies die in dat boek staan, sluiten ze je uit of behouden ze je daar. Of krijg je slechts restricties. Ja. Dus op basis van instructies, en die instructies komen weer van waar? New York, besturend lichaam. Dus daarin zie je al hoe menselijk de organisatie is. Goed. Alle boeken, tijdschriften, bijbels vernietigd. Oké. Okay. Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ja, zou ik het zeggen? Ja, ik ga het. Ik heb mijn persoonlijke 2 bijbels die ik had van Joost Stuiger, mijn persoonlijke exemplaren, heb ik toen verbrand. Toen ik achterkwam hoe demonisch de oorsprong was van hun vertaling. En dan doel ik op Johannes Graeber. En die kennen jullie waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ben je ook al in onderzoek zover dat je weet wie Johannes Graeber is. Die, waaronder Johannes 1 vers 1 is vertaald op basis onder andere van zijn vertaling. Jezus was niet God, maar een God. Dat komt daar vandaan onder andere. En dat was een spiritist. Dat geeft hij ook toe. Hij heeft gewoon een boek geschreven erover. Dat was ik. En hij heeft zo'n bijbel samengesteld. En hoe heeft hij die bijbel in 1947 of 1937... hoe heeft hij die tot stand gebracht? Hij zag door middel van een medium, zag hij dan de woorden van God voorbij komen. Klinkt heel vaag, hè? Of niet? Maar anyway, dus toen ik daarachter kwam, dat is al 5 jaar geleden of zo, toen heb ik mijn persoonlijke exemplaar in de tuin,
noem je dat, zo'n vuurkorf gestopt. En hup, de hens in. Maar ik heb wel, en ik heb heel veel weggedaan. Maar ik heb wel nog wel een exemplaar, de nieuwste editie van 2013, de Grijze Mist. Die heb ik dan nog. En ik heb die oude studiebijbel van 1984, want die grote. Dat is ook trouwens persoonlijk exemplaar. Die bewaar ik, en ik heb nog een oude vertaling. Die bewaar ik bewust om natuurlijk naar te refereren en om in mijn video's te gebruiken, om te laten zien aan mensen, kijk, dit is wat ze toen zeiden, of dit is wat ze leren in hun Bijbel, dit is wat het Grieks zegt, of dit is wat de andere Bijbels gewoon zeggen. Dus, nou, hoesje, ga eens even weg. Dat wist ik niet, oké, dat het niet in hun Bijbel zat. Nee, maar... Mag ik je een tip geven, Raymonde? Koop, wil je een goede Bijbel? Wil je de enige echte? Koop een Statenvertaling. Kost een paar centen als je een goede wil. Maar dan heb je ook wat. En desnoods vind je het te moeilijk. Dan een herziene Statenvertaling van na 2016 editie. En die zijn uitstekend te lezen. En die zijn heel erg grondtekstgetrouw. Dus, dat is mijn tip. En alle andere Bijbels, sorry mensen, ik weet het, je hecht aan je Bijbeltje, maar het is het niet waard, echt waar. Het zijn corrupte vertalingen, spreken elkaar tegen. Jezus ligt in die vertaling ook nog, als je weet waar ik het over heb, anders zal ik het nog een keer laten zien. Het is echt een... die van Joost Tuigen slaat natuurlijk alles, hè? Ik bedoel, dat is de demonische vertaling. Het is niet eens een Bijbel te noemen eigenlijk. Maar de nieuwe vertalingen die zitten niet heel ver vanaf, als ik eerlijk moet zijn. Je ziet dat ze allemaal in dezelfde hoek, tot dezelfde groep horen, categorie. Een beetje dezelfde sfeer, zeg maar. Oké, en dan vragen wij ons af, hoe kan het nou dat er zoveel verdeeldheid is in het christendom? Dan lees ik in mijn katholieke vertaling, in Willibord, dan lees ik in mijn Het Boek, en ik in de nieuwe NBV. Maar dit klinkt anders, hè, maar hoe staat het bij jou? Nee, het staat er helemaal niet in bij jou. Gek, hè? Wie is nou de auteur van verwarring? Niet God, toch? Oké, Statenvertaling dus. Oké. Hun Bijbelschrift. Paulus liet ook een jongen uitsluiten die herhaaldelijk bleef zondigen met vrouw van zijn vader. Toen hij stopte en echt berouw toonde, werd hij weer hersteld. Ja, maar, daar is een maar aan verbonden. Wat jij zegt klopt. Dat is in 1 Korinthe 5. Het hele hoofdstuk. Gaan we weer. Uiteindelijk gaat hij wel weg. Ik win wel. Dus. Ik heb daar ook weer een video over gemaakt. En dat is heel lang geleden. Weer heel ver terug scrollen. Het gaat denk ik over de uitsluiting ook. Ik heb er een paar video's over gemaakt. Maar. Weet je, dat staat in de tegenwoordige tijd. Lees hem maar eens. Dus 1 Korinthe 5. En dat is wel bepalend, want Paulus was niet aanwezig in de gemeente op dat moment. Hij hoorde wel dat die zoon met de vrouw van zijn vader, dus niet zijn moeder, stiefmoeder zou je kunnen zeggen, dat hij hoereerde. 1 Korinthe 5. En let dan op. Vanaf vers 1. Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt. Let wel, tegenwoordige tijd. Het komt voor, nu, zegt Paulus. Terwijl ik niet eens bij jullie ben, ik hoor ervan. Het gebeurt nog steeds. Met andere woorden, daarom wordt Paulus ook een beetje giftig in deze brief. Met andere woorden, hij had geen berouw, want ze lieten het gewoon doorgaan. De gemeente liet het doorgaan, tot op de huidige tijd. Zie je, tegenwoordige tijd, dat is wel heel belangrijk. Het was niet zo van, hij had het gedaan. Hij had seks gehad met zijn stiefmoeder. Nee, en daarmee had hij berouw en hij was klaar en hij was op aangesproken. En ik zal het nooit meer doen en dat soort dingen. Nee, hè, mensen zijn mensen, maken fouten, dus het kan. Maar ik bedoel, niet om goed te praten, maar hè, dan was het een ander verhaal geweest. Maar nee, het komt voor onder jullie, zegt die hoererij. Tegenwoordige tijd, zie je dat? En wel zo'n vorm hoererij waarin zelfs, of waarvan zelfs, onder de heidenen geen sprake is. Zo erg. Namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren? Nou, en dan gaat hij verder natuurlijk. Gaat niet die hele brief behandelen. Maar
Kijk even, hij zegt tot twee keer toe in vers 1, voorkomt, tegenwoordige tijd, en vervolgens de vrouw van zijn vader heeft, had hij maar gezegd had, maar hij zegt heeft. Zie je? Dus hij had ook duidelijk geen brouw, hij ging gewoon door, schaamteloos ging hij door, en een deel van die gemeente, en gewoon doorgaan met die. Ja, en dan zegt God inderdaad, als je dan niet wil luisteren, en dan geen brouw, dat is een bewijs dat je geen brouw hebt als je gewoon door blijft gaan. Ja, dan hoor je uitgesloten te worden. En dat is een Bijbelse uitsluiting, maar dan is het ook logisch. Hè? Maar goed, er zit meer gewicht nog aan, maar dan moet je het hele hoofdstuk inderdaad, wat jij zegt, hij werd weer hersteld. Hè? Je hoofdstuige terminologie, hij werd hersteld. Een jaar later ongeveer, geloof ik. Nou, goed. Ik heb het boek van Raymond Frans gelezen. Alles is wetticisme bij die secte. Absoluut, absoluut. Ja, Johannes Graeber, oké, die kennen jullie dus. Klopt helemaal, een spiritist. Ik heb de herziene staatvertaling. Helemaal goed, zeg. Helemaal goed. Uitsluiten die je hoofdstuigen betekent. Geen omgang, niet praten. Echt demonisch, ja. Want Adam en Eva zondigden. En God heeft het nooit. Heeft hen nooit de omgang stopgezet of ontzegd. Ja, maar dat is het ook. Wie is er de destroyer, de vernietiger van families? Welke geest zou erachter zitten? Die wil dat jij jouw eigen kind niet meer groet. Nou, mijn Jezus, die ken ik niet zo hoor. Sterker nog, hij is degene die iedereen bij elkaar brengt. En straks in het einde der tijden alles herstelt. Harmonie brengt tussen hemel en aarde. Dat is een hersteller, dat is een genezer. Maar die Jezus die zij prediken, dat is een heel andere. Die maakt alles kapot. Die maakt families kapot, banden kapot. En dan, de hoofdstuigen zijn zo ver geïndoctrineerd dat ze denken dat hoe minder contact, hoe sneller iemand tot berouw gaat komen, omdat hij hun gaat missen en Jehovah gaat missen, denken ze. Maar het is 9 of 10 keer alleen maar anders familie en familie, vrienden weer terug willen zien. Daarom komen ze terug natuurlijk. Dus dat heet emotionele chantage. Manipulatie van de bovenste plank. En als ik het goed heb, gaat het zelfs in tegen een recht, mensenrecht in de Verenigde Naties. Maar artikel 8. Nou, dan ga ik dingen zeggen, weet ik even niet meer, maar dat heb ik ooit eens gelezen. Maar dat zou je eens kunnen uitzoeken. Ik moet dat ook eens een keer uitzoeken. Maar anyway, dus ja, dat is heel heftig. Dat is gewoon echt. Kun je je voorstellen dat grootouders soms hun kleinkinderen niet hebben gezien. Nog nooit. Die zijn misschien al 10 jaar of zo. Die hebben nog nooit gezien. Het is echt verschrikkelijk. Het is, echt, ja. Het is demonisch, absoluut. Jezus liegt. Nee, hij zei het is zijn tijd nog niet. De broers gingen bijvoorbeeld 9 uur en Jezus tijd was misschien 12 uur, dan heeft hij toch niet gelogen. Alleen antichrist trekken het uit verband. Nee, ik heb het over de corrupte Bijbelvertaling, moderne Bijbelvertalingen. Jezus zegt op een gegeven moment dat hij nog niet opgaat naar het feest in Jeruzalem. Hij zegt, ik ga nog, nadruk op nog niet. Dat is wat de Statenvertaling en de herziene vertaling zegt. Volgende vers staat er dat hij wel ging. Dat is logisch. Hij zei, ik ga nu nog niet. Met andere woorden, nog niet, maar ik kom wel. Maar wat staat er in de nieuwe vertalingen? In bijna allemaal. Ik ga niet. Het volgende vers, hij ging toch. Wat maakt dat Jezus dan? Vul maar in. Zie je hoe duister. Maar mensen hebben dit niet door. Als je ze er niet op wijst, dan zien ze het niet. Tuurlijk niet. Anders zou je hoofdstuigen gelijk stoppen. Ach ja, het is toch een Bijbel, hè, zeggen we dan. Het is toch een Bijbel. Ja, er staat toch Jezus in? Ja, dat staat erin, ja. Maar welke Jezus is dan de vraag op een gegeven moment? Bedenk, de allereerste aanval van de duivel was een directe aanval op de autoriteit van wat? Gods woord. Genesis 3 vers 1 tegen Eva. Is het wel zo? Is het echt zo?
dat God heeft gezegd. Met andere woorden, twijfel of Gods autoriteit zijn woord wel zo was wat hij gezegd had. En de duivel is er nooit mee gestopt. En dan is het ook logisch te verklaren. Kijk, moslims halen dit nog wel eens aan als tegenargumenten bij christenen. Ja, maar jullie hebben niet meer de originele geschriften, hè? Van het Nieuwe Testament onder andere. Jullie hebben zoveel overschrijvingen, zoveel verschillende vertalingen. Ja, wat is nou waar en dit en dat. En dan zeggen zij, ja, wij hebben nog steeds de Koran. Trouwens ook niet helemaal waar, maar oké, ze hebben wel minder vertalingen zoals wij dan. Maar dan kun je afvragen, hoe komt dat dan? Blijkbaar is de Koran niet het heilige boek van God. Dus de duivel laat het gewoon maar rust. Maar welk boek laat hij niet meer rust? Vul maar in, snap je? Auteur van wanorde, van chaos, is natuurlijk de duivel en niet God. Maar God heeft gezegd, ik heb mijn woord geïnspireerd, 2 Timotheüs 3 vers 16, en mijn woorden, er zal nog geen jota of titel, zegt Jezus, van afgedaan worden. Het zal bewaard blijven tot in alle geslachten. Dus kortom de Statenvertaling, of de King James in het Engels dan. Ja? Wil je meer informatie, dan kun je dat krijgen. Goed, God is liefde, zijn zoon ook is liefde. En zo ga je niet met mensen om. Nee, klopt. Ik heb een boek van Dr. Susan Froward. Title, Emotional Blackmail, of Emotionele Chantage. Heel goed boek. Oké, nou, mooi. Dus mensen, hebben jullie daar iets aan? Hij geeft hier een tip voor een goed boek. Wil je daar iets over weten? Emotionele Chantage. Een boek van Susan Froward. Dus misschien kun je het bestellen. Misschien kun je het googlen. Susan, Dr. Susan Froward. Kijk eens aan. Ja. Kijk, die hebben we gehad. Toch nog best eigenlijk veel vragen over je overtuigen of mededelingen die sommigen ook doen. Past wel een beetje bij het onderwerp wat we hebben besproken natuurlijk. Zijn er anderen die nog vragen willen? Want ik had vorige keer een aantal mensen zeggen, oh, maar ik wist niet dat je live ging. Dus gemist. Dus bij deze. Kan nog. Marjan van. Is de Statenvertaling de eerste vertaling van de boekrollen? Dat is een interessante vraag. Ik weet niet of je twee dingen door elkaar haalt hier. Want je hebt het over boekrollen. En je hebt het over een codex. Statenvertaling. Dus een codex is een samengebonden boek. Zoals deze. En die bestaan, dus codexes bestaan ongeveer, als ik het goed heb, van de derde eeuw ongeveer, na Christus. Ik pin me er niet op vast, maar iets in die richting. Sindsdien binden ze al die boeken. Vroeger had je boekrollen of schriftrollen. En dat waren natuurlijk zulke rollen die je helemaal uit moest rollen. Dus ik weet niet wat je precies bedoelt in je vraagstelling. Misschien kun je dat specificeren. Is de Statenvertaling de eerste vertaling van de boekrollen? Dus misschien kan je me even specificeren, je vraag, Marjan. Dan kan ik er een gerichter antwoord op geven. Anders praten we misschien langs elkaar zo. Dus. Ja. Ja, weet je wat, ook, dat is ook zo'n dingetje trouwens, die wil ik nog zeggen. Je overtuigen worden getraind om eenrichtingsverkeer een gesprek in te gaan. Dat wil zeggen, zij hebben de waarheid, hè, wat ze dus altijd zeggen, wij hebben de waarheid en al wat andere is uit de duivel. Of de synagoge van Satan. Dus jullie kunnen mij niks leren, als ik je overtuigen ben. Jullie kunnen mij niks leren, want wij hebben de waarheid. Dus wat je ook zegt, ook al ben je professor Hebreeuws, ook al ben je James White, of weet ik het wie. Maakt niet uit. Jullie kunnen het toch niet leren, want wij hebben de waarheid. Door onze gezalfden. Dus dat betekent dat ze eenrichtingsverkeer een gesprek ingaan. Dus alleen maar willen vertellen en alleen maar jou willen onderwijzen. En dat is ook de reden dat als jij
dat doorhebt en je gaat wat omheen praten, je gaat wat, misschien wat moeilijke vragen stellen, of je pakt ze terug op lectuur van vroeger, je weet de quotes of je hebt ze opgeschreven, wat dan ook. Of misschien heb je zelfs een wachttoren in je hand van toen, van de jaren 80 of zo, noem maar wat. En jij confronteert ze daarmee, dan lopen ze letterlijk, draaien ze zich om en zeggen ze, oké, we zijn uitgepraat en lopen ze weg. Letterlijk. Echt jongens, zijn YouTube-filmpjes waarin mensen dat gefilmd hebben, echt the world over. En hoe komt dat nou? Of ze kappen gewoon het gesprek af en dan zeggen ze eigenlijk, je bent niet oprecht. Wil je het nou echt weten? Wil je nou echt vragen stellen? Met andere woorden, je mag vragen stellen, maar dan moet je wel het antwoord dat wij je geven, moet je wel accepteren. Dat dus. Dus daarom zeggen ze ook heel snel, ja, maar wij gaan geen discussie met je aan. We gaan geen discussie. Heb je dat wel eens gehoord? Als je met je hoofdschrijver praat en je maakt het een beetje moeilijker. Je gaat een beetje doorhameren op een onderwerp wat gevoelig ligt. Ja, maar we zijn hier niet om te discussiëren. Dat zit er standaard ingepeperd. Dat zei ik ook altijd vroeger. Ja, we gaan niet discussiëren. Ja, dat is lekker makkelijk. Hè? Wel allemaal vertellen wat jij wil. En als jij dan iets wil zeggen, dan ja, we gaan niet discussiëren. Snap je hoe ze getraind worden? Heb je ook wel eens ooit gehoord van een openbaar debat van je hoofd stuigen? Dat doen ze ook niet, hè? Dat doen ze niet. Die leiders komen niet ineens op televisie en gaan met een of andere bijbelgeleerde of zo, of een baptistenpredikant, een debat aan over bijvoorbeeld wie is Jezus. Dat doen ze niet. Alle christenen doen dat. Christelijke leiders, veel kerken doen dat. Gewoon om een onderwerp uit te debatteren. Dit is wat wij geloven, dit is wat hij gelooft. Nou, weer leggen van elkaar, et cetera. Maar je hoofd stuigen doet dat niet, hoor. Die doen dat niet. Waarom doen ze dat niet? Omdat ze weten dat ze onderuit gaan. Ze kunnen het Bijbels niet hard maken. Dat weten ze. En ze poep in een broek. Die leiders. Die poep in een broek. Die zullen dat nooit doen. Nou heb je wel een getuige die ook niet meer bij de organisatie zit, zover ik weet. Die heeft wel ooit een debat op eigen houtje aangegaan met James White. Dat is Greg Stafford, geloof ik. Zoiets. Dat is heel zo lang geleden, 10 of 15 jaar geleden. Het ging dan over, is Jezus nou is hij God of niet, zeg maar. Dat was de vraag. Maar die is op zijn vingers getikt door de organisatie natuurlijk, want dat werd niet op prijs gesteld. Dan zie je alweer de controle, hè? Controle. Dat mag niet. Dus, en waarom verbergen zij zich? Omdat het niet te verdedigen is, die leer. En niet alleen dat. Wat denk je van de Bijbelvertaling, Joost, eigenlijk? Vraag is een gemiddelde getuige, als je ooit de kans krijgt, door wie is jullie Bijbel eigenlijk vertaald? De Nieuwe Wereldvertaling. Wie heeft dat vertaald? Standaard antwoord wat je gaat krijgen. Ja, dat is het Bijbelcomité. Dat is van onze organisatie. Ja, de leiders of dat soort antwoorden ga je krijgen. Ja, maar wie dan? Noem ze eens bij naam. Kunnen ze niet. Weten ze ook niet. Ja, maar hebben ze echt een... zijn het gerenommeerde taalwetenschappers in de Griekse taal? In het oud-Grieks, klassiek Grieks van de Bijbel, het Koine, Griekse Koine. Weten ze niet. En dat is ook niet zo. Snap je? Dus ze weten zelf niet wie hun Bijbel heeft gemaakt. Nou, ik weet het wel. En wij weten het wel. De ex-getuige weet het wel. Omdat wij verder kijken dan onze neus lang is natuurlijk. Komt allemaal van Fred Franz af. Niet Raymond Franz, waar we het net over hadden. Die eruit gestapt is. Maar Fred Franz was zijn oom. Die leeft ook niet meer. Maar die heeft in de jaren 50... Die heeft een paar lessen Grieks op school gehad, schijnbaar. Naar eigen zeggen een paar jaar. Maar was niet afgestudeerd aan de universiteit. Die is ook voor de rechter gedaagd door bijbelwetenschappers. Omdat hij zomaar een Bijbel ging uitbrengen natuurlijk. En die is letterlijk in de rechtszaal voor zijn neus moest hij Grieks uitspreken en Hebreeuws. En hij kon het niet. En dat is bij Russell is dat volgens mij ook gebeurd. Helemaal in het begin nog. Meer dan 100 jaar geleden. Maar goed, ik zal eens kijken of ik daar nog eens iets over kan vinden. Maar dat kan je zelf ook zo heel snel vinden trouwens. Ga eens naar jwfacts.com. jwfacts.com. Daar vind je echt alle informatie. Alles. Zelfs de uitschrijving van Michael Jackson toen hij stopte bij die hoofdstuigen net voor zijn Bad album in 1987. Heeft hij zich uitgeschreven.
Zelfs die brief van hem kun je daar vinden. Dus zover gaat het. Informatie is er. Alle informatie is openbaar geworden. Er zitten ook molletjes, of zeggen dat, er zitten spionnetjes binnen de organisatie. Ik weet nog wel, een paar jaar geleden gingen ze demonstreren bij het nieuwe hoofdkantoor in Warwick. Soms buiten de hekken. En van binnenuit, dus van binnenuit het hoofdkantoor van Joost Tuigen, werd gefilmd en dat stond op YouTube. Hoe kan dat dan? Wie heeft dat op YouTube gezet, van binnenuit? Dat bedoel ik dus. Dus er worden zoveel dingen gelekt. Brieven die naar ouderlingen worden gestuurd, worden allemaal gelekt. Er zijn echt wel mensen in die organisatie die gewoon ook wel weten, die beter weten. Ja. Maar die blijven er waarschijnlijk vanwege hun familie en banden blijven ze erin, weet je. Anders raken ze alles kwijt. Dus. Maar goed, anyway. Waarom kom ik helemaal op dit onderwerp? Ik weet het niet meer. Maar goed, waar zijn we gebleven? En alle Joost Tuigen staan onder vrijmetselij van Charles Taze Russell. Ja, de Freemason, daar hebben we het al over gehad. Marian bedoelt denk ik 1-op-1 vertaling van de grondtekst. Kan Marian niet voor zichzelf spreken nog een keer? Kijken, heb ik iets gemist? Ja, ik ben er nog niet. Even wachten, ik ben niet zo snel. Ik bedoel, je hebt toch de oudste teksten wat gevonden is. Is daar de Bijbel op voortborduurd? Geborduurd. Je hebt toch de Qumran-rollen? Nou hebben we het over de Dode Zee-rollen. Ja, maar de Dode Zee-rollen, lieve Marjan, die dateren van, als ik het goed zeg, van 150 ongeveer, 100, 200 voor Christus. Ja, voor Christus. Dus de oudste manuscripten, als je het daarover hebt, dan ligt het eraan, bedoel je de Griekse manuscripten, dan heb je de Sinaiticus en de Vaticanus. Ja, nou gaan we heel technisch worden. Maar, en dat zijn dus de corrupte. En wat de moderne liberale, niet altijd gelovige taalwetenschappers ons willen doen geloven, is dat, want daar zijn alle moderne vertalingen op gebaseerd, op die, slechts die twee, Sinaiticus en Vaticanus. Vaticanus, moet je al over nadenken. Vaticaan, waar is dat? Vaticanus, Sinaiticus, dat was het Catharina klooster, zo katholiek, is allebei van de katholieke kerk eigenlijk. Hè? Dan heb je nog Alexandrinus, maar goed. Dus, het is maar een zijnoot, maar toch. Dus, onder dat bewind zou je kunnen zeggen. En op basis van die twee teksten, dat zouden dus de oudste manuscripten zijn van 350 na Christus. Ja, 350 na Christus, in de tijd van Constantijn, zeg maar zo'n beetje. Die was toen net dood trouwens. En dan willen ze ons doen geloven dat omdat dat de oudste zijn, zijn het ook automatisch de beste. Maar dat is natuurlijk onzin. Want als ik nou een Jehovah's Getuigenvertaling pak, om het even te demonstreren. Ik pak een Jehovah's Getuigenvertaling van 1950. Die is ouder dan mijn 2021 HSV. Maar is die van Jehovah's Getuigen de beste, omdat die ouder is? Natuurlijk niet. Dus het is een drogreden. Maar goed, los daarvan. Voor 350 had je de kerkvaderen. Wel eens van gehoord, de kerkvaderen. Je had zeg maar de apostelen. De laatste apostel weten jullie ook wel, dat is Johannes, hè? Eind van de eerste eeuw. Waarschijnlijk het jaar 98 of 100 is hij overleden. Hij had leerlingen, waaronder Polycarpus, Irenaeus, is eruit voortgekomen, Ignatius van Antiochië. Enfin, hij had dus, en ook andere apostelen hadden leerlingen, zoals Clement van Rome, etc. Dus die zijn opgeleid door Johannes, door Paulus nog in de eerste eeuw. En die hebben ook, zijn ook allemaal de marteldood gestorven trouwens. En die refereren naar teksten in de Bijbel die zij hadden, die wij niet meer hebben. Want origineel heeft niemand meer. En laat je niemand vertellen dat er een origineel is. Het bestaat niet. Dat kan ook niet, want dat slijt. Dat is binnen een paar honderd jaar is dat helemaal versleten. Er is geen origineel. Dus, heel lang verhaal kort. En die citaties die de kerkvaderen, dus de leerlingen van de apostelen doen, die staan bijna allemaal hierin. In de Statenvertaling. Dus nog voor die twee manuscripten van de katholieke kerk, om het maar even zo te zeggen.
staan die er. Waaronder 1 Johannes 5 vers 7, de drie hemelse getuigen. Waaronder het lange gedeelte van Marcus, vers 9, van hoofdstuk 16, 9 tot 20, 21, dat is het. Waaronder de overspelige vrouw, wordt allemaal door hun geciteerd in hun boeken. Als zijnde de schrift die zij toen hadden. Vaticanus, Sinaiticus, hebben al die teksten niet. En die hebben nog veel meer teksten niet. En die hebben dus die tekst waarin Jezus zegt, ik ga niet. Hoe duidelijk wil je het hebben? Ik ga niet. Volgende vers, hij ging toch. Terwijl de Statenvertaling, ik ga nog niet. En de King James, oh, exact. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik ga daar dus weer een nieuwe videoreeks over maken. Had ik beloofd, begin van dit jaar of eind vorig jaar. Dat ga ik dit jaar weer doen, dus daar ben ik mee bezig nu. Ik heb dat ooit allemaal al uitgezocht, maar ik ben het weer opnieuw aan het uitzoeken. Laat ik zo zeggen, weer wat updates erbij. Dus ik ga daar nog een hele reeks over maken. Een hele serie over de geschiedenis van de Bijbelvertalingen. Maar waar het kort gezegd op neerkomt, in de Latijnse vertalingen, nog voor de Griekse weer, die waren... het merendeel van alle teksten komt overeen met de Statenvertaling. Het merendeel van de meer dan 5000 manuscripten die ze gevonden hebben, en fragmenten en alles, stemt overeen grotendeels met de Statenvertaling. En van die twee, Sinaiticus en dus Vaticanus, de zogenaamde oudste, die dus pas in de 19e eeuw zijn gevonden. Moet je nagaan, God heeft 19e eeuw, oh, dat was geen Bijbel. Oh, dat klopt niet, die Bijbel van ons. En dan ineens in de 19e eeuw, oh hé, hey, we hebben het ware woord van God. Ik denk daar eens over na, dat kan niet. Jezus zei, ik ben met u tot de tijd van het einde en hij zal met de kerk zijn. Dus dat klopt ook al niet. Ik heb het overwonnen, yes. En van die twee manuscripten waar dus bijna alle nieuwe vertalingen van de laatste 100 jaar gebaseerd zijn, zijn maar 46 ongeveer fragmenten en gedeeltes van gevonden en die stemmen allemaal niet met elkaar overeen. Die hebben ontzettend veel afwijkingen, tegenstrijdigheden. En dat is nou jouw Bijbel dan, als je geen Statenvertaling hebt. Dus, maar goed, er is veel over te zeggen, maar dus in die zin zou je kunnen zeggen, de Statenvertaling is niet per definitie, de Statenvertaling zelf is niet de oudste vertaling. Maar het is wel de traditie die de kerk altijd aanvaard heeft door alle eeuwen heen. Ja? Die altijd door christenen alle eeuwen heen zijn gebruikt. En dat noemen we dus dan weer de textus receptus. Textum receptum, letterlijk in het Latijn. Wat wil zeggen de aanvaarde, ontvangen tekst. Alle leiders, Calvijn, ook in de reformatie, Martin Luther, ga zo maar door. Allemaal hebben ze het aanvaard. Dit is de tekst. En dat zijn niet de minste jongens die ik net noem. En ook daarvoor al. Ja? Dit is de tekst. Nou, totdat er ineens een liberale Duitse geleerde met de naam Tischendorf, zogenaamd in de prullenmand van het klooster, in Katharina klooster, aan de zogenaamde Valsenberg, Sinaï, ook dat nog. Het is allemaal zo corrupt, jongens. Ik kan hier echt boeken over schrijven, maar goed. Het is te veel informatie, jullie kunnen het nu niet dragen. Hé, waar komt dat vandaan? Maar anyway... het is echt... En die vond dat in de prullenmand, die ze eigenlijk zouden gaan verbranden, die monniken. En zei, oh, dit zijn oude manuscripten. Nou, alle Bijbels zijn daar nu op vertaald. Ging naar de vuilnis dus eigenlijk. Oké, next. Ja. Dus dan gaan we, wat denk je van het doel is van Joost? Oké, nog een keer even terug. Zo, jullie zijn ineens veel fanatiek, zeg. Bestuur en lichaam in jullie fundament en niet de Messias. Ja, precies. Dat is het ook, hè. Ik geloof, Raymonde, er is een wachttoren, die ken je vast wel. Ik meen 1981, mijn geboortejaar, 1981. Nou weet ik niet of het augustus was of april. En in die wachttoren staat letterlijk, dat Jehovah's getuigen werden gewaarschuwd door hun leiders in de wachttoren. Jullie mogen niet zelf afzonderlijk van ons, van de lectuur, een Bijbelstudie doen thuis. Of de Bijbel voor jezelf lezen. Staat er echt letterlijk in. Ik overdrijf niet, echt niet. Staat er letterlijk in.
Wachttoren 1981. Ik meen augustus, het kan ook april zijn. Ik zit wel eens in de war met de Engelsen en de Nederlandse. Want de Nederlandse komen altijd een paar maanden later dan de Engelsen. Maar goed, het staat er allebei in. En dat alleen door de lectuur, door de bril van de organisatie, de Bijbel bestuderen, alleen dan zullen ze verlicht worden en zullen ze de waarheid kennen. Moet je eens over nadenken. Alleen door de lectuur van Joost Stuig kunnen ze de Bijbel begrijpen. En dan staat er nog bij, als ze de Bijbel zelf gaan lezen, dan zullen ze binnen een mum van tijd, of het nou een paar maanden of een jaar was, weet ik niet meer, zullen ze terugkeren, doordat ze puur alleen de Bijbel lezen, zullen ze terugkeren tot de afvallige leerstellingen van de christendom. Drie eenheid, hel, dat soort dingen. Echt. Laat het in je overstuigen zien. Druk het onder zijn neus. Ze draaien zich om. En ze zeggen, nee hoor, ik kom hier niet om te discussiëren. Je komt alleen maar om ons geloof te vernietigen. Brainwashed heet dat. Brainwashed. Trouwens, kun je 1 Korinthe 3 vers 11 gebruiken? Ik altijd... Wacht even hoor. Echt mensen. Let nou eens op je taal. Ja, ik word giftig, maar ik heb het zelf ook hoor. Als ik gewoon heel snel iets tik en dan gaat hij iets anders invullen dan wat ik wil. Weet je, heel frustrerend. Maar ik probeer er echt uit te halen wat je zegt. Trouwens, kun je 1 Korinthe 3 vers 11 gebruik ik altijd bij religieuze personen, want als je in een religie zit, volg je de filosofie van de oprichter. Ja, dat is helemaal waar, Raymond. Daar heb je helemaal gelijk in. Religie zegt altijd via ons, tot God. En een christen zegt, via Jezus, tot God. Ja, helemaal goed. Maar 1 Korinthe 3 vers 11. Ik bedoel het fundament. Is dat het fundament? 1 Korinthe 3 vers 11. 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Het gaat volgens mij over de werken die wij doen. Die in vuur opgaan. Dan kan ik het niet meer vinden. Staat hier niet in of zo? 3 vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Helemaal goed. Prachtig. Ja. Dus en de vraag of jij gebruikt die altijd bij religieuze personen, oké. Okay. Ja, Jezus fundament en de apostelen. En de apostelen. Marjan gaat verder. Toen de dag erna keek ik op YouTube en kwam voor het eerst op jouw filmpjes. En daarna was mijn nare gevoel weg. Ik kreeg ze weer aan de deur en wees ze naar jou. Ja, dat zullen ze natuurlijk niet accepteren. Maar nee hoor, ze wouden niks van. Natuurlijk niet. Nou, dit is het levende bewijs. Kijk, dat bedoel ik dus, zo'n reactie. En waarom? Waarom doen ze dat niet? Waarom doen ze dat niet? Dat is de vraag. Kijk, de Bijbel zegt heel simpel. Was het Salomo die dat zei? Ik dacht het wel. Spreuken of prediken? Hoort een zaak altijd van weerskanten, aan twee kanten. Ja? Zodat niet de een heel snel binnenkomt als eerste het bericht geeft dat je dat gelooft, maar dat je wacht en dat de ander ook binnenkomt later en dat je dan een oordeel vraagt. Hoofdstuigen? Nope. Zeg je hoofdstuigen. Ik heb een vriend en die is ex-Jehoofdgetuige. En die zegt, maar dat is een afvallige. Daar luister ik niet aan. Ben je uitgepraat, jongens? Ben je uitgepraat? Zo gaat het. Ben je uitgepraat? Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Dus wij hoeven geen religieus gebouw, tempel te zoeken hier op aarde. Want nadat de Messias het offer gegeven. Kijk, word je slaaf of slavin van mensen? Wow, volgens mij mis ik iets of zo. Moet ik een stukje terug. 1 Korinthe 3 vers 11, ja, die haal je altijd aan de deur. Ik vraag, wie is jullie fundament? Bestuur en lichaam is jullie fundament en niet Messias. Ah ja.
Ja, ik ga terug in de tijd, jongens. Wat denk je wat het doel is van de Joodstuigen misleiden, geld verdienen? Zijn ze eigenlijk net zo erg als de Rooms-Katholieke Kerk? Dat is een eerlijk antwoord. Het is een dochter van de Rooms-Katholieke. Weet je wat er over de Rooms-Katholieke Kerk staat in Openbaring 17, 18? De moeder van de... Wat? De moeder van wat? Wie weet het? Ik ga het niet meer zo makkelijk maken. Ik ben echt... Babylon de Grote. Het mysterie. Geheimenis. De moeder van... Wie weet het? En die moeder, dat is Rooms-Katholieke Kerk. Onder andere. Wie weet het? Moeder van de... Wordt niet voor niks de moederkerk genoemd, toch? Ja, ik ga niet het antwoord geven. Ik laat het even bij jullie. Ga eens maar eens over naar de Openbaring 17 en 18. Zijn ze eigenlijk net zo erg... Oh, ik heb er een keer ook een video over gemaakt. Joodstuigen en de Rooms-Katholieke Kerk. Weet iemand het al? Nee? Weet jullie het echt niet? Kom op, jullie zijn bijbelkenners. Ik merk het aan alles. Babylon de Grote, het mysterie. Kijk, ik denk dat je... Juist, Robert, helemaal goed. De moeder van de hoeren. Meervoud. Dus als je de Rooms-Katholieke Kerk aan de top hebt, de moeder, dan heeft zij dochters. Moeder van de hoeren. En je overstuigen zijn daar een dochter van. Sorry dat ik het zeg, maar het is echt zo. Nou, eigenlijk niet, sorry. Het is gewoon. En de Bijbelvertaling van Joost Stuyg komt nauw overeen met de Rooms-Katholieke Kerk. Hun vertaling. Hun structuur, dus zeg maar kerkhierarchie of organisatorische hierarchie, dan in hun termen, komt nauw overeen. Kijk, de Katholieke Kerk heb je de paus aan het hoofd, aan het roer. Je hebt de kardinalen, je hebt de bisschoppen. Ja? En dat gaat, werkt zich helemaal zo naar beneden, priesters, et cetera. Je kent het wel. Misschien als je zelf katholiek bent geweest, dan snap je het nog. En ook alleen via die kerk kom je tot God. Hè? Dat is de ware kerk. Joost Stuyg, besturend lichaam. 8 pausen zou je bijna kunnen zeggen. Daaronder hebben ze allerlei comité's. Dan hebben ze de kringopzieners, reizendopzieners. Dan heb je, zijn zeg maar de Paulusjes die overal rondreizen. Al die gemeenten. Dan het district, vroeger hadden ze nog een districtopziener zelfs, dat stond daar nog boven. Dat werkt ook helemaal naar beneden, om de ouderling in de gemeente, de dienaar in de bediening in de gemeente en dan de gewone leek. En ook alleen via hun kom je tot God. Zie je de overeenkomsten? En dat is niet alleen bij hun hoor, maar dat is bij hoeren, meervoud, dus meerdere. Er zijn er zoveel. Dus ja, heel goed. 10 punten voor jou. Helemaal goed. Weer een stukje terug. Jullie gaan ineens snel, man. Een paar jaar geleden kreeg ik 2 Jehovense getuigen aan de deur. Ik heb ze binnengelaten en een lange, leuke, interessante avond gehad. De dagen erna ben ik gaan nadenken en begon te twijfelen als ik wel het juiste pad bewandelde. Zoals ik veel uitzoeken en onder andere ook Koran. Ik was die dagen zo in de war. Het bleef aan mij knagen als ik geen Jehovah's moest worden. En vroeg God om hulp door te bidden. Ja, dat, weet je, dat is wat ze doen, hè? Verwarring. Verwarring brengen. En als je zelf niet goed gegrond bent in het woord, dan ben je een makkelijke prooi voor zulke mensen. Waaronder ik zelf vroeger, want ik ging niet naar de kerk. Ik ben niet religieus opgevoed. Ik had een Bijbel, maar dat was toen staatvertaling, de oude. En als jongen van 15 snapte ik er niks van. Toen ging ik andere Bijbels halen, snapte ik trouwens ook niet veel van. Maar goed. Dus ik had geen vergelijk. Dus zij liet iets in de Bijbel zien. Ik denk, wauw, ja, staat er, joh. Het is zo. Ja, weer een tekst. Nee, dat klopt, hè, wat ze zeggen. Ja, dus je bent een makkelijke prooi als je niet gegrond bent in het woord. Wat een zegen is het als je in een geestelijk gezin bent opgegroeid. Als je in een kerkelijk gezin bent opgegroeid. Als je bijbelkennis hebt. Echt waar. Juist wat we dan uitzoeken. Oké.
Oké, die heb ik ook gehad. Ja, soms sla ik misschien iets over. Dan kom ik te veel praten en ondertussen gaan jullie door. Dus moet ik weer terug. Dus vandaar dat het even duurt voordat ik weer bij de recente vraag ben. Maar goede vraag trouwens hoor. Wie is jullie fundament? Ja, een hele goede. Eigenlijk net zo erg als Rooms-Katholieke. Ja, die had ik net beantwoord. Ik ben wel geen JG geweest. Gelukkig trouwens. Trouwens, kun je 1 Korinthe 3 vers 11 gebruiken? Oh nee, die hadden we al gehad, sorry. Ik zie, ik loop echt achter. Toen, de dag erna, keek ik op je. Die heb ik ook gehad. Word je slaaf of slavin van mensen? Dat sowieso. Een slave driving organization. Het is eigenlijk gewoon een business met managers. Kringloopziener zijn managers. Ik kom alleen maar kijken of er genoeg geld binnen is gekomen. Dus. Weten. Ik was er gelijk klaar mee. Ik krijg nog vaak appjes, maar zij wilden mij overtuigen. Maar hoe kun je iemand overtuigen als je zelf niet eens te overtuigen bent? Ze wouden niks van mij aannemen. Nee, klopt. Vroeger namen we ze ook helemaal geen lectuur aan. Hè? Meeste getuigen, als jij iets van jouw kerk gaf of een blaadje of iets, dan moest wel dat van hun aanvaarden. Maar als je iets teruggaf, nee, dat namen ze niet. Want jij hebt niet de waarheid. Snap het nou eens. Dus, en als ze het al wel aannemen, dan verbranden ze het in de gootsteen, zoals ik en mijn vrouw vroeger. Dus, ja. Zo fanatiek was ik dus. Want het was uit de duivel, dachten we. Even kijken, dan hebben we ons lichaam is de tempel. En die hebben we gehad. Ja, dat is waar. Hè? De gemeente is de kerk. Of de kerk is de gemeente. Weet je, het zijn eigenlijk twee woorden die bijna op hetzelfde neerkomen. Kerk komt van het Griekse woord kuriake. En kurios heb je wel eens van gehoord. Heer betekent dat. Dus van de Heer betekent dat kerk. Wij zijn van de Heer. Dus vandaar het woord kerk. En ecclesia is het Griekse woord voor uitgeroepenen. Ek, uit. Nou, Griekse les, leuk. Niet dat ik Grieks ken of zo, maar dat weet ik dan toevallig. Maar in ieder geval, en dat wisten jullie ook, Ecclesia. Alleen Kyriake weet ik niet of jullie dat wisten. Heb je weer wat geleerd? Misschien. Maar ja, weet je, bij de mensen zijn de kerk of de gemeente. Dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet samen kan komen. Sterker nog, we moeten samen komen. Christus heeft ons geen gemeente gegeven, geen omgang gegeven om op je houtje, eigen houtje te zitten natuurlijk, hè, om niet samen te komen. Je hebt gaven, iedereen heeft zijn gaven, talenten om elkaar mee te dienen, elkaar aan te moedigen, op te bouwen. Dus wat dat betreft is het niet verkeerd als je samenkomt in een gebouwtje of gewoon thuis, kan ook, hè. Zo is het begonnen bij de mensen thuis. Christendom is thuis begonnen. Gewoon thuis. Het was natuurlijk een illegale religie in het begin, of geloof. En daardoor moesten ze wel. Ons lichaam in de tempel, die heb ik gehad. Had is de gordijn van de tempel in tweeën gescheurd. Ons lichaam nadat ik eruit ben gegaan, de hele Bijbel opnieuw gaan bestuderen. Heel goed. En ook onderzoek gedaan over de vijand. En de technologie van de afvallige engelen en hoe zij ons vermoorden. Oké, dat is hoogmoedig geest. Oké. Verder geen vragen meer? Of, in de tussentijd heb ik jullie weer ingehaald. Dus nou, we doen een wedstrijdje. Ja, dus dat is wat ik daarnet nog zei. Hè? Dus ze komen alleen jou iets vertellen. Jij kunt hun niks vertellen. Het lijkt soms wel zo dat je denkt dat je een gesprek met ze hebt en dat ze aardig zijn en smilen en zeggen: Oh ja, is goed, ja, leuk, ja. Maar het gaat er hier in en daar uit. En het enige wat hier nog in blijft is om jou weer ergens op te pakken. Om te overtuigen dat jij fout zit en dat je bij hun moet komen. Voor de waarheid. Dus dat. Goed, man. Hoe laat leven we? Ja, ik kan morgen uitslapen, dus ik kan nog wel even. Hebben jullie verder nog? Mag ook iets anders dan je overtuigen, want we praten heel veel over je overtuigen, maar het mag ook over totaal iets anders zijn. Of gewoon een hele simpele vraag waarvan je denkt: ik kan het niet in de Bijbel terugvinden of zo. Dat kan ook nog. Ja.
Kijk, had ik nog een vraag van iemand? Ik had ook nog een vraag per bericht gehad van iemand trouwens. Waar is jouw gitaar? Die staat hier trouwens. In de hoek van mijn kamer. Hoezo? JG zijn heel erg hoogmoedig. Nou ja, dat is het ook. Kijk, het erge is, ze denken dat ze nederig zijn. Sterker nog, ze leren dat Jezus nederig was. En dat Jezus, en natuurlijk was Jezus nederig, begrijp me niet verkeerd. Als iemand het was hij. Maar daar leggen ze erg in hun onderwijs, leggen ze daar heel erg de nadruk op. We moeten nederig zijn. En zo praten ze ook heel vaak de hele tijd. Ja, we moeten nederig zijn. En dan krijg je echt zo'n opgelegde houding, weet je wel. Ik heb een video ooit gemaakt. Dat heet de gemanipuleerde persoonlijkheid van een Jehovah's getuige. Hoe je eigen identiteit kwijtraakt, zeg maar. Als je daar, als je de groep joint. Dus, ja, en dat zie je dus heel sterk. Hè? Dat overdreven. Dat lovebombing, hè, dat heel overdreven zijn en echt totaal niet dat je denkt, dit is gewoon onnatuurlijk, weet je, gewoon een beetje eng, een beetje raar. Zo doe je normaal niet, weet je. Maar dat is om een bepaald beeld af te geven, zeg maar, naar de buitenwereld toe. Als je erin zit, dan heb je het op een gegeven moment door. En als je er echt goed in zit, dan is dat je tweede natuur. Dan kun je zelf niet eens anders meer bijna. Dan raak je je eigen identiteit kwijt. Dus dan heb je ook weer een persoonlijke gewetens... conflict, zeg maar. Maar, anyway. Zij praten heel veel over nederigheid en Jezus was zo nederig en dit en dat. En toen zei iemand een keer tegen mij, zei, oh, was het niet diezelfde Jezus die gewoon keihard zei, huichelaar, dit en dat. Maar goed. Anyway, ik dwaal af. Maar wat krijg je dan als je constant in je lectuur, dus ze hebben een dagtekst die ze elke ochtend doorlezen, waar ze geïndoctrineerd worden. Ze hebben een wachttorenstudie die ze elk weekend doornemen op de vergadering, normaal gesproken nou via Zoom. Ze hebben nog zoveel andere lecturen, daar hebben ze nog gezinsstudie, daar hebben ze nog, afijn, voorbereiden op de prediking, op van huis naar huis en ga ze maar door. Het hoofd zit helemaal vol. En dan is je constant hetzelfde te horen. Ja, je weet wel, de kracht van reclame, dat werkt, hè? De kracht van reclame. Hoe vaker je iets hoort, hoe meer je het gaat geloven. Dan denk je ineens, oh, ik heb ook die type tandpasta nodig. Ja, ja. Terwijl nooit maakt je druk om, maar omdat je 10 keer die reclame hebt gezien, denk je, ja, ik moet die Sensodyne moet ik hebben. Dus, nou, zo gaat dat gewoon. En dat weet ook de leiding van Joost Huygen, weten dat dus ook. Dus constant, oh, je moet nederig zijn. En wat ga je dan krijgen? Dat mensen schijnnederig worden. Schijnheilig ook al, zeg maar. He, dus ze praten over nederigheid, maar ze zijn het zelf niet meer. Want ze weten helemaal niet meer wat het is. Ze weten niet wat echt nederig is. Ga de voeten van de apostel maar. Ga de voeten maar eens wat. Ga het maar eens echt doen. Dan weet je wat nederigheid is. Dus, nee, maar dat is waar wat jij zegt. Dat is echt zo. Dus dat is zo'n gemaakte houding. En... voor de buitenwereld, die snapt dat niet. Die denken altijd, als ze Joost Huygen zien, over het algemeen denken ze, oh, het zijn vriendelijke mensen, goed uitziende mensen, netjes gekleed. En dat is allemaal zo, maar dat is nou juist de hele poppenkast. Om je in te palmen. Net zoals mormonen. Vriendelijke jongens op een fietsje, wit over hem, met bordje ouderling, elder. Jonge jongens van begin 20. Heel vriendelijk, komen je helpen in de tuin als het nodig is. Oude mensen doen ze boodschappen voor. Nou, wat denkt zo'n oud vrouwtje? Zo, die doet mijn eigen kinderen nog niet eens. Hè? Nou, die is al ingepalmd als ze niet oppast. Snap je? Dat zijn de trucken van de duivel. Dat is trouwens 2 Korinthe 11 is dat. 2 Korinthe 11, zal ik hem eens opzoeken? 2 Korinthe 11 is dat, die zegt dat. 2 Korinthe 11. En die zegt in vers 13, want... zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.
Het lijkt allemaal, ik zeg altijd, het is niet alles is wat het lijkt. Het lijkt allemaal mooi. Mooie woorden, mooie glimlach. Sterker nog, kennen jullie dat nog, Robert, Raymonde? Het redeneren boekje ken je nog, het breinenboekje? Waar letterlijk in ergens in die inleiding stond dat je de koninkrijksglimlach moest laten zien. Er wordt dus letterlijk gezegd, voordat je van huis tot huis gaat, dat je zo moet zijn. Dus je mag niet gewoon jezelf zijn, nee, je moet de koninkrijksglimlach, werd er dan altijd gezegd. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar... Nou, dat is dus die gemanipuleerde persoonlijkheid. Je wordt iemand anders, maar je hebt het niet door. Langzaam, het gaat heel geleidelijk. En dat, vandaar Steven Hassan, was het Steven Hassan? Dat boek over mind control is echt een aanrader, inderdaad, om dat eens te onderzoeken. Goed, daar zijn we weer. Waar ben ik gebleven? Bedankt voor je video, inspirerend, dank u. Waar is je gitaar? Mijn gitaar was daar. Spelen is een stukje, had je dat nog gezegd? Ik mis dat best wel. Ja, maar ik weet je, ik speel al heel lang niet meer. Maar ik ben er een beetje uit. Je hoofdstuigen zijn heel hoogmoedig, hebben we ook gehad. Ik ben open-minded. En zo heb ik heel veel geleerd. En jammer van die 28 jaar verloren tijd in de secte. Ja. Voor mij was het 11 jaar, voor jou 28 jaar. Het is het hakt erin in je leven. Het is echt. Het waren mijn beste jaren, mijn twintiger jaren. Tot 33 geloof ik, als ik toen. Maar dat is de beste periode, joh. Heel veel dingen moet je dan afzeggen, omdat je daar zit. Hè? Dus waaronder mijn muziek, als je het over gitaarspelen had. Ik zat in een bandje daarvoor. Allemaal opgegeven. Want je moet voor de organisatie, je moet voor Jehovah werken. Hè? Zo ging dat dan. Ja. Of als je een opleiding wilde doen. Kan niet, moet voor Jehovah werken. Investeren in de organisatie. Vandaar dat ik even benadrukte arbeiders in die tekst net over die valse apostelen. Nu weet ik zoveel dan al die jaren verloren. Ja, dat is waar. 'S'nachts zal er geen lamp meer branden en van bruiloften zal geen sprake meer zijn. Dit alles staat haar te wachten, omdat haar zakenlui de machtigen ter wereld waren en omdat zij met haar toverij verder, eentje verder, in het Grieks dacht ik is parma Kaya, farmakaya, ja, klopt. Wat afgeleid is van farmacie. Kortom, drugs, daar komt op neer. Spiritisme. Weet jij hier ook meer van? Ja, dat weet ik zeker. En zijn door de lockdown ook weinig bruiloftfeesten? Ja, oké, okay, maar je moet wel op gaan passen dat je geen inlegkunde gaat doen. Hè? Nee, maar dat is waar. Het woord farmakeia in het Grieks, dat is, daar hebben wij farmatische industrie van. Pharma, big pharma. Gedrogeerde middelen. En het staat rechtstreeks in verband met spiritisme ook. In Galaten 5, ergens in Galaten 5, tussen 19 en 21, wordt dat hetzelfde woord ook gebruikt. Voor spiritisme geloof ik. Maar vaag staat dat nog ergens bij. Dat klopt, ja. De tijd waar we nu in zitten. Tijd in openbaring 18, vers 23. Openbaring 9. Zo, er komt openbaring weer. Ik heb het net afgerond, jongens. Ik heb het net afgerond. Die hele studie, vers voor vers, de openbaring. Ik was blij dat ik er vanaf was gisteren. Openbaring 9, vers 13 tot 15. Is in vervulling gegaan. Een derde deel van de mensheid zal vermoord worden. Nou ja, hij is nog niet in vervulling gegaan. Sorry, daar ben ik niet met je eens. Context, mensen. Context. Erin opgegroeid tot mijn 20ste, zeg Robert, van 1992. Of tot 1992, sorry. Heb mijn carrière, dirigent klassieke muziek, zo moet je kijken, en opera, wauw, misgelopen daardoor. Trieste. Heb het zelf laten verwateren, dus niet laten uitsluiten. Ja. Ja, dat is maar een beetje zo gaan die dingen, weet je. Het is gewoon, je moet je daar ook niet schuldig over voelen, over dingen. Maar dat is ook zo één ding, nou ik dat nu zeg. Schuldig voelen, dat is typisch Jehovah's getuigen. En jullie weten wat ik zeg, hè?
De gemiddelde overtuigde voelt zich continu schuldig. Waarom? Ze kennen geen genade door geloof. Die hele leer is niet bekend bij hen. Sterker nog, het woord genade of grace en mercy is uit hun vertaling gehaald. Kun je je voorstellen? Het mooiste wat God je geeft, de genade van Christus, het woord genade staat er niet in. Wat hebben ze daarvoor in de plaats gezet? Onverdiende goedheid. Maar dat is niet hetzelfde als genade. Maar los daarvan, zoals vele religies, wat ik al zei, via hun moet je tot God komen. En wat doen ze dan? Werken, arbeiders, weet je nog? 2 Korinthe 11, vers 14. Nee, vers 12 tot 15. Zo, ja. 12, nee, 13, 14, 15. Anyway, dat gedeelte. Arbeiders, als van gerechtigheid. Werken. Daar gaat het om. Je moet werken voor je redding, voor je behoudenis. Dat is bij heel veel religies, is dat zo. Dus geloven in het geloof, dat je door geloof gered wordt, dat geloven ze, maar ze voegen er wel werken aan toe. En bij je overtuigen doe je het dus nooit goed genoeg. Dat is de reden waarom ze dus veel van huis tot huis prediken. Omdat ze dan denken dat ze dan in een goed daglicht bij God komen. Dat ze dan iets gaan verdienen, eeuwig leven. Maar alle vergaderingen gaan, lectuur bestuderen, helemaal opgaan in die organisatie. Hun uren opschrijven, want hoe beter die rapportjes, hoe hogere urenaantal, hoe meer positie jij krijgt in die organisatie. Ik zei dat het is gewoon een business. Dus werken. Dat is het hele probleem. En doordat je nooit genoeg doet, want constant wordt het schuldgevoel in je gepraat, dat weten jullie ook nog wel. Ja, maar je kan toch meer doen voor Jehovah? Je kan toch eens 50 uur in de maand gaan prediken in plaats van 20 uur? Je kan toch eens een keer in de pioniersdienst? Zo wordt er gepraat. Elke vergadering krijgen ze dat weer om de oren. Je doet het nooit goed. Hoe triest is dat? Je doet het nooit goed. Nee, Christus heeft alles voor ons gedaan. Maar dat leren ze niet. Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar daarom heel veel. Ja, ik heb er ook mee te maken gehad toen ik ouderling was met een vriend van mij toen. Jong was dat nog. Ik leidde een beetje de jongeren op toen in die gemeente. En hij kwam bij me en altijd huilen, altijd depressief. Ja, misschien heb je de onvergeeflijke zonde gedaan. En ik wil graag meer doen voor Jehovah, maar ik kan niet. En huilen en toeters en bellen. Maar triest toch? Dat is toch triest? Hoe anders is het christelijk geloof? Dat Jezus alles voor jou gedaan heeft. Ik wil niet zeggen dat je erop los kan leven, want dat maken zij er weer van. Snap er gewoon helemaal niks van het evangelie. Ze prediken ook helemaal niet ons evangelie. Prediken een ander evangelie. Dus het is allemaal zo getwist en gedraaid en het is verschrikkelijk. Hoe meer je erin verdiept, hoe droeviger het wordt eigenlijk voor die mensen. En dat is de reden waarom ze verloren gaan. Als ze niet door de Heilige Geest, door Jezus, door de Vader, behouden worden. En gered worden. En dat is een hele ernstige gedachte natuurlijk. Dus we moeten hard voor ze bidden. En we moeten moeite doen. We moeten niet lui zijn. De kerk is lui geweest al die tijd. Kom je overstuigen bij jou aan de deur en je weet helemaal niks. Je weet alle teksten en ik weet eigenlijk niet eens waar het staat. Het is toch zo? Dat is toch met heel veel kerk. Ik zeg niet jullie specifiek, maar het algemeen. Dat was mijn ervaring. Ik wist heel veel uit mijn hoofd. Ik ging gewoon aan de deur vol zelfvertrouwen. En kom maar op. En het was een enkele gereformeerde die zijn Bijbel helemaal ondergekalkt had. Dat ik dacht van oké, die studeert zijn Bijbel, oké. En hij wist ook antwoord te geven, oké. Maar de meeste mensen waar ik van huis tot huis ging, die wisten helemaal niet wat in de Bijbel stond. En dan zeiden ze, ja, maar ik ben christen. Snap je? Wij hebben het fout gedaan. We moeten dezelfde ijver als hun hebben. Het gaat wel om hun leven uiteindelijk. Hè? Natuurlijk is het God die redt. Maar wij hebben het voorrecht om hun te vertellen over die geweldige Christus. Over het genade waar ze nog nooit van gehoord hebben. Dus het ligt bij ons om te gaan prediken. Om getuigenis te geven. Zet jezelf eroverheen. Doe het. Dat is werkelijk die illustratie van de getrouwe en beleidvolle beheerder. Jezus komt terug en hij beloont ons naar wat we gedaan hebben. Voor hem, toch? Denk aan de maagden, de wijzen, denk aan de talenten die verdubbeld werden. En niet. Dus
We moeten wel onze gaven gebruiken. En niet iedereen zal een evangeliepredikker zijn. Dat hoeft ook niet. Maar probeer te doen binnen jouw mogelijkheden wat je kan. En God kan je soms ergens overheen helpen om een bepaalde schroom weg te halen om het toch te doen. En dat is zo belangrijk, want het gaat om mensenlevens. En hoewel Robert nog niet zo ver is dat hij niet gelooft in die hel, het is wel zo triest dat het wel zo is. En weet je dat Jezus meer over de hel sprak dan over het koninkrijk of over de hemel? Meer over de hel. Als er iemand een doemprediker was, dan was Jezus het. Maar, en snap je nou, je hebt ook de hel nodig om ook over de hemel te kunnen praten. En Jezus deed het als geen ander. Matthäus 5, de bergreden. Matthäus 10, vers 28. Lucas 8. Matthäus 25. En ga zo maar door. Openbaring, komen we weer tegen. Thessalonicense. Ik heb een keer een video gemaakt over dat onderwerp. Trouwens, Robert, als je dat een keer wil zien, duurt wel 3 uur volgens mij. Zijn we ook al 3 uur bezig? Ja, gaat de goede kant. En die gaat vanuit Genesis begin ik, helemaal tot Openbaring, door heel de Bijbel heen, om te bewijzen dat dit de leer van de Bijbel is. Over de hel. En ook hoe noodzakelijk het is. Maar ook binnen het christendom wordt dat maar al te weinig benadrukt, maar al te weinig gepredikt. En dat is zeer triest. Dat is zeer triest. Oké, waar zijn we gebleven, jongens? Want ik dwaal weer af, denk ik. Tovenarij, Griekse, tijd waar we nu in zitten. Nee, ik weet niet meer eens. Ja. Erin opgegroeid tot mijn, ja, die had ik ook gezien. Ik ben christen, maar leer heel veel van Jehovah getuigen. Ik neem niet al hun leringen over. Ik ben en blijf een soort Bereer. Maar, Steve Patrick, je bent christen en je leert heel van Jehovah getuigen. Ben ik wel benieuwd, wat leer je dan van Jehovah getuigen? Schuldig valt bij mij wel mee. Heb het daarna goed ingevuld. 30 jaar gewerkt bij Koninklijk Huis. Departement, sorry. Ja, echt, maar ik moet echt een bril aanschaffen. Dat is echt een probleem bij mij. Ik moet gewoon een keer naar de oogarts. En toch een 2300 opera's en concerten in 57 landen meegemaakt. Wauw. Indrukwekkend. Ja, ten tijde van deelneming bij Jehovah's getuigen voelde ik me schuldig. Daarna niet meer. Nee, maar dat is heel goed. Dat is heel goed. Daar kun je ook vanaf komen. Angst en schuldgevoelens zijn heel sterke invloed bij Jehovah's getuigen. En toen ik eruit ging, vreselijk die angst dat ik verdrietig zou worden om uit de organisatie te gaan. Echt sectarisch. Of satanisch, sorry. Ja, sectarisch, satanisch. Het ligt dicht bij elkaar. Nee, ja, klopt, helemaal waar. Dat is het middel angst, emotionele chantage, uitgesloten worden. Iedereen straft jou, niemand kijkt meer naar je, niemand praat meer naar je, niemand zegt meer iets tegen je. Loop je straal voorbij, je bent er gewoon, je bent gewoon dood. Zelfs in hun koninkrijk, als jij er gewoon heen gaat, je bent uitgesloten, word je zo behandeld. Het liefst hebben ze ook dat je later aankomt, net na de dienst, terwijl iedereen al zit, zodat ze geen contact met je kunnen hebben. En ze willen het liefst dat je nog voor de dienst weggaat. Dat is het liefst, dat is het ideale beeld dat ze hebben, want dan heb je geen contactmomenten. Verschrikkelijk. Maar dat is Gods liefde, zeggen ze. Dat is liefde van God. Dus, en dan ga jij natuurlijk jouw familie en vrienden missen. En dat is vaak het motief waardoor mensen teruggaan. Daar heb je hem, emotionele chantage. Dat is wat ze doen. En angst voor Armageddon. Angst en die chantage, die gaan samen. Angst voor Armageddon, met andere woorden, als Jezus terugkomt, die vernietigt jou. Want je bent geen Jehovah's getuige, je zit niet in de organisatie. Dus je bent geen volgeling van Jehovah, zie je? Organisatie Jehovah, daar hadden we het over, weet je nog? Op één lijn. Laatst was ik met
een zuster die inmiddels christen is geworden, naar mijn mening. Ik studeer daar ook mee trouwens. En zij en haar man, zij is ook Joop Stuiger, hij ook geweest. Hij kwam wel uit een kerk, maar zij is heel officieel is nog getuige volgens mij. En haar familie zit natuurlijk nog in. Maar dat is natuurlijk, dat hakt er wel in, weet je. Het is moeilijk, omdat je dan... En dat is wat veel getuigen doen. Die eigenlijk, dat noemen ze dan, mentaal eruit, maar fysiek er nog in. Dus dat wil zeggen dat je nog officieel je overtuigen bent. Dat je officieel nog naar de vergaderingen zou gaan. Hè? Nu gaat dat dan niet door, vanwege corona, weet ik het allemaal. Maar normaal gesproken. Maar je bent er eigenlijk al uit met je geest. Weet je? Je voelt je er niet meer mee geassocieerd, maar je gaat nog voor de vorm eigenlijk. Of je luistert nog naar de vergadering, de Zoom of wat dan. Mentally out en physical in, ja, zo zeggen ze dat. Maar heel veel doen dan aan fading away. Ja, sorry dat ik heel vaak in het Engels praat, maar langzaam drijven ze af, zeg maar. Dus ze gaan op een gegeven moment niet meer. Ze zeggen niet, oh, ik wil geen Jehovah's getuige meer zijn, want dan weten ze de consequenties, dan kunnen ze niet meer met hun familie omgaan. Dus wat ze dan doen, ze trekken zich gewoon helemaal terug, worden inactief. En ondertussen leren ze Jezus gelukkig kennen en zoeken ze hem in het woord. Niet allemaal, maar even in dit voorbeeld dan van die zussen. Maar ja, de druk van de familie, die gaat ook vragen stellen. Dus het wordt wel steeds lastiger natuurlijk. Hè? Op een gegeven moment moet je dus toch wel een keus maken, denk ik, om er vooruit te komen. Dat je niet meer daarachter staat. Maar zolang je dat eigenlijk tegen kan gaan, word je niet uitgesloten. Kun je contact met je familie houden. En ik ken ook zusters of broeders of die dus eigenlijk tot Jezus zijn gekomen en zelfs gedoopt zijn. In het geheim, tussen haakjes. Dus het geheim van de organisatie van Jehovah's Getuigen bedoel ik dan. En die dus, dus eigenlijk ook christen zijn, maar nog niet officieel uitgeschreven zijn. Maar ondertussen wel redeneren en praten aan de hand van de Bijbel met hun familie en vriendenkring. Zodat ook in de hoop dat ook zij overtuigd raken van de waarheid achter de waarheid. En dus gaan inzien hoe corrupt de organisatie is. Ik dwaal misschien wat af, maar in ieder geval, het is echt niet makkelijk voor die mensen. Het gaat om je familie, om je vrienden, om je sociale contacten, waar je dag in en dag uit mee omgaat, normaal gesproken. Dus ik heb altijd zeer groot respect voor hen. En ik zeg ook altijd, het zijn eigenlijk alleen Jehovah's getuigen die het begrijpen. Van elkaar, ex-getuigen. Die snappen die hele journey die je maakt, weet je wel. Die snappen de consequentie. Zo moeilijk aan een ander uit te leggen. Die hoort het wel. Je kan het verstandelijk misschien wel meekrijgen, maar gevoelsmatig moet je eens indenken dat je hele familie kwijtraakt. Je ouders, je broers, je zussen. Omdat ze allemaal Jehovah's getuigen zijn. Maar jij gelooft het niet meer. Je bent tot Jezus gekomen. Maar je kan het niet zomaar zeggen. Komen de ouderlingen op je dak. En ja hoor, volgende week word je omgeroepen, je bent niet langer Jehovah's getuige. En die hele familie van jou, die zegt, aju paraplu. Oeh, heftig, heftig, heftig. Dat is echt niet makkelijk hoor. En toch zeggen ze, ja, maar dat is liefde van God noemen we dit. Dat zeggen zij. Ja. Jongens toch. Oké, ik ben Christian. Oké, die heb ik ook gehad. Tijden, deelneming, voelde ik me zo. Mompel. Waarom koos God ervoor? Kuipers dacht. Waarom koos God ervoor om de Bijbel door mensen te laten schrijven? Had hij het beter niet zelf kunnen schrijven? Waarom moesten de mensen de pen vasthouden? Nou, goede vraag. Waarom? De waarom-vraag. Ik denk niet dat je dat per se direct in de Bijbel kan terugvinden. Misschien ook wel, maar ik zou er even geen voorbeeld van hebben. Maar gewoon in principe zeg maar de reden, maar dan geef ik mijn mening. Waarom heeft God bijvoorbeeld niet zelf de Bijbel geschreven? Nou, feitelijk heeft hij wel natuurlijk de 10 geboden zelf geschreven. Maar en daar heb ik ook een kopie uiteindelijk van gemaakt. Maar ik denk, maar dat is puur mijn mening, onderscheid dat alsjeblieft, puur mijn mening.
Ik denk dat als engelen het bijvoorbeeld hadden gedaan, of God zelf, de hele Bijbel, dan had het toch anders overgekomen op mensen. Kijk, het feit, je moet er hierover nadenken, het feit dat hij mensen heeft gebruikt, zoals jij en ik, die gevoelens hebben, die struggelingen hebben, die worstelen met problemen, emotioneel, financieel, met verwarring, met misleiding, met zonde. Diezelfde mensen, wij kunnen ons associëren met hen. Wij kunnen ons, snap je? Ik kan niet op het woord komen, jongens, het wordt laat. Je weet wat ik wil zeggen. Dus wij kunnen ons daarmee verbinden. Nou, als je leest over een Jozef, bijvoorbeeld. Een Jozef. Die al zijn broers vergeeft op het eind. Ik ga er echt van, ik krijg echt tranen van. Ik kan het verslag niet lezen zonder emotioneel te worden. Nee, serieus. In Genesis. Of als je leest over die overspelige vrouw. Of over David. Koning. Gezalfde ook. Over Israël. Maakt een paar domme fouten. En zie hoe emotioneel en hoe sterk zijn gebed is in, ja, ik noem dat het zondaarsgebed, Psalm 51. Lees het maar eens door, Psalm 51. De smeekbeden. Heer, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Poeh, ik kan het bijna niet droog lezen. Maar goed, dat ben ik hoor. Ik ben misschien een watje of zo, weet ik het. Maar in ieder geval, nee, het is heel gevoelig, weet je. En dat komt omdat wij kunnen ons inbeelden. Wij voelen met die mensen mee. Wij snappen het. En ik denk dat dat Gods wil is. Maar dat is mijn mening. Ik denk dat hij daarom dat zo op die manier heeft laten schrijven door mensen. Aan de andere kant demonstreert hij daar ook zijn kracht mee en zijn godheid. Want hij heeft niet alleen het woord geïnspireerd. Het is één harmonieus geheel. Een rode draad als het ware, spreek elkaar niet tegen, als je de goede Bijbel hebt tenminste, spreek elkaar niet tegen, je mist geen verzen, alles is compleet, perfect. En ook nog bewaard tot in deze tijd. Ik denk dat dat een groter wonder is dan dat God gewoon zegt, kijk hier heb je een compleet boek, zoals bijvoorbeeld Joseph Smith van de Mormonen gewoon twee gouden platen kreeg, of Mohammed ineens een Koran kreeg of zoiets. Nee, ik denk dat het een grote wonder is dat door alle tegenstand van Satan, misleiding, corrupte manuscripten ook, dat toch zijn woord overal door de Heilige Geest tot stand is gekomen en overgebleven is tot in deze tijd. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat is mijn mening. Dus dat zijn mijn twee redenen die ik heb. En wellicht hebben jullie daar ook nog je gedachten over uiteraard. Dus ja, dat denk ik. Dat geloof ik. Oké. Even kijken, dat was een hele goede vraag trouwens, Kuipersdag. Ik ben mijn enigste zoon verloren door die secte. Hij heeft verkering met een Jehovah's getuige en ik ben eruit. Dan weet je wat dit met mij doet. Ja, dat weet ik zeker. Nu komen zij niet meer in de vergaderingen, geen congres, dus het gaat heel slecht. En dat is dan goed om uit de secte te vluchten. Maar weet je wat? Er is hoop, hè? Het feit dat Jehovah's getuigen nu feitelijk nog steeds in een soort van lockdown zijn, omdat ze niet samenkomen, maar alleen via de Zoom, zitten ze dus al 2 jaar thuis, anderhalf, 2 jaar thuis. En op mijn YouTube-kanaal heb ik een aantal mensen, waarvan één nu goed bevriend is met mij, en zelfs nu het evangelie verkondigt overal, in Spijkenissen omgeving, die dus ook met een soort van stand gaat staan en allemaal bijbels omstelt en zo, en uitdeelt, en dan op de goede manier. Nou, en die is heel fanatiek geworden. Maar die heb ik ook leren kennen eigenlijk door corona, zou je kunnen zeggen. Doordat ze thuis zitten en gaan googlen. Of op YouTube komen en toch eens dingen weer gaan onderzoeken. Of denken van, goh, weet je, ze hebben dan ineens de vrijheid. Niemand kijkt met ze mee. Er zijn geen ouderlingen die meekijken. Ze zijn binnen hun eigen muur van huis veilig. Dan gaan ze, hup, stiekem toch even kijken. En dan komen ze ineens op mij terecht of op een ander zijn kanaal. En dan horen ze dingen dat ze denken, huh? Ik dacht dat het allemaal zo slecht was. En dan worden ze een beetje in de war en zo. En sommigen nemen dan contact op. Nou, daar heb ik dan bijbel. Ik heb haar zelfs een bijbel gebracht. Weet ik nog.
Ja. En toen hebben we de Bijbel een poosje bestudeerd. En goed, later is ze dan weer, heeft ze het zelf weer opgepakt verder. En is ze gedoopt ook weer, hoorde ik vorig jaar, geloof ik. En nou verkondigt ze overal Jezus. Dus, en dat is niet mijn verdienste, zo bedoel ik het niet. Maar het laat maar zien dat mensen die nu thuis zitten, gaan toch wel vaak op internet. Wie gebruikt er geen internet meer tegenwoordig? En dan kom je natuurlijk nu, er zoveel in het licht verschijnt, wat vroeger kon je daar allemaal niet bij komen. Wist je het niet? Vroeger wist die overtuigen bijna niet eens of amper wie de leiders waren. Die zagen ze één keer in de zoveel jaren eens een keer een paar foto's, of verhaaltjes ervan, van die leiders van bestuurlichaam in de wachttoren. Dat weet jij nog wel, Robert, in die tijd, 1992. En dan, oh, dat is iemand van bestuurlichaam. En nu staan ze als ster in de hemel, staan ze een soort tv-dominee te spelen, weet je. Hele dagen filmpjes van hun worden uitgezonden en iedereen weet bij naam en bij gezicht wie het is. Dus het is zo'n verandering, dat internet, de laatste 20 jaar. Dat is ongelooflijk. En dat is in hun nadeel. Ze kunnen het niet meer verborgen houden. Het werkt tegen hun. Google is hun grootste vijand. Google is hun grootste vijand. Maak daar gebruik van. Vrije wil is onze geboorterecht. En als je in een sectarische groep zit, dan zal je wil aan banden gelegd worden. Maar veel getuigen komen nu los van die organisatie, inderdaad. Doordat ze nu thuis zitten. Ja. Dus die totale controle is er niet meer. Antwoord aan Kuipers dacht: oh, God werkt met zijn Heilige Geest of kracht. Zo is ook alles geschapen. En de schrift zegt dat de Bijbel door Heilige Geest geïnspireerd is. En daardoor indirect van hem. Ja, ik zeg altijd, de Bijbel is het product van de Heilige Geest. Ingeademd. Of eigenlijk door God geademd. Even kijken. Eigenlijk alle Jehovah's getuigen hebben twijfels, alleen willen zij dat verbergen en zien dingen die echt niet kloppen. Ja, maar dat is ook zo, maar dat komt, daar hangt zoveel van af, hè. Velen twijfelen, velen denken ook wel van, dit klopt allemaal niet meer wat we nou leren. Weer een rare lering, nieuwe lichten. Of ze zien dingen onrecht gebeuren in de organisatie die gewoon niet kan. En natuurlijk, er zijn heel veel die lopen de kantjes er vanaf, in hun ogen dan, hè. Maar. En dan op internet, ja, dan komen ze ineens tot ontdekking dat die altalligen toch niet zo satanisch waren. En toch niet allemaal zo hatelijk, alleen maar het doel hebben om de organisatie zwart te maken. Nee, maar ook gewoon hun eigen ervaringen vertellen en gewoon eerlijk zijn. En ik heb het niet per se over mezelf, maar er zijn zoveel mooie ervaringen die mensen verteld hebben. Ook heel ontroerend. En dat heeft hun leven beïnvloed. En ja, velen moeten ook psychologische hulp gaan zoeken daarna. Ik overdrijf niet. Zelfmoordcijfer bij overstuigen, dat wereldwijd gezien. Dat is onder jongeren. Dat is ook ongelooflijk. Ik heb er zelf twee vrienden van me, toen ik er nog in zat. Dus allebei in de 20. Eén was 24, ander was 25. Dus ja, het is echt verschrikkelijk wat die druk met je doet. Van zo'n secte. En ja, dan gaan ze twijfelen en dan weten ze wel. Ik moet er eigenlijk uit, maar die stap zetten, dat is nog even een ander dingetje. Dat doe je echt niet zomaar. Dan moet je echt Jezus kennen. Daar moet je het ook voor doen. En dat is ook wat Jezus zegt. Ik kom om een zwaard te brengen. Niet om vrede, maar een zwaard. Je moet je vader, moeder en alles niet meer lief hebben dan ik. Want anders ben je me niet waard. En je moet mij openlijk belijden. En dat is ook een dingetje. Voor de getuigen die dus eigenlijk in het geheim van de organisatie eigenlijk al weg zijn en eigenlijk in het geheim Christus hebben aanvaard en wedergeboren zijn zelfs sommigen, om dan toch openlijk te belijden voor Jezus in het openbaar dat je voor Jezus te bent, dat je van hem bent. En Matthäus 10, vers 32 of zo. En als je dat doet, doe ik het voor de Vader, zegt Jezus. Ja, dat is wel een dingetje, maar daar gaat tijd overheen. We gaan niet in één keer. Maar je moet wel doen. Ja, moeilijk, 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 man. Ah, nou, nog even kijken. Wie hebben we nog niet gehad? Hebben we nog een nieuwe?
Ik kom niet meer in de gang. Oké. Het schrijven is een middel, maar de inspiratie doet daartoe. Nou, weet je, dat is wel wat je zegt, Robert. Weet je, dat is het mooie. Weet je, even terugkomen op die manuscripten. Er zijn natuurlijk vele fragmenten, er zijn vele duizenden manuscripten gevonden. En manuscripten wil zeggen manu, hand, script, schrift, handgeschreven. Fragmenten op perkamentrollen, papieren, noem maar op. En moet je eens over nadenken, waarom is het origineel er niet meer? Waarom is niet gewoon de hele originele Bijbel, van alle brieven van Paulus, alles gewoon origineel, vanaf dag 1, gewoon compleet. En het hele Oude Testament. Weet je waarom niet? Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Wat deden de Israëlieten zodra Mozes te lang op die berg was? Mozes kwam naar beneden. En wat hadden ze gedaan? Afgoderij, nietwaar? Een gouden kalf. Dat is hun, een feest voor Jehovah, een feest voor Yahweh, zei ze. Waarom is Mozes lichaam door God verborgen na zijn dood? Wie reden twisten er over Mozes lichaam, de duivel met Michael? Waarom? Anders zouden ze Mozes lichaam vereren, nietwaar? Waarom zouden er geen originele manuscripten meer van de Bijbel zijn? Anders gaan we het vereren. Gaan we aanbidden. En daarom denk ik dat God zijn kracht demonstreert. Dat alles is gesleten, alles is gekopieerd, 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 gekopieerd en bewaard gebleven. Dat wel. Maar er is geen origineel meer. Persoonlijk denk ik, ben ik daar eigenlijk van overtuigd. Dat God het bewust heeft, ja, niet meer heeft laten bestaan. En dat we ons niet te veel moeten focussen dus op de Sinaiticus of de Texas Receptus of dit of dat, maar gewoon moeten focussen op, we hebben nu het woord van God. Het woord van God is allereerst gesproken. En het woord van God is levend en in het vlees naar de aarde gekomen en heeft gesproken en dat is opgeschreven. Kopie, kopie, kopie en als een bewijs, niet alleen van inspiratie, maar ook van preservatie, oftewel van bewaren tot in deze tijd. Hadden we de originele? Wat doen ze met de lijkwaden van Turijn? Denken ze ook dat het echt Jezus lijkwaden zijn? Wat doen ze daarmee? Ze aanbidden het, ze vereren het. Ze doen het zelfs met mensen, de heiligen in het katholicisme bijvoorbeeld, heilige vereren. God is niet gek. Die denkt niks met die manuscripten. Ik zorg dat mijn woord in al die talen bewaard blijft, in alle generaties. Daar ben ik van overtuigd. Oké. En die mondkapjes is ook tegen Gods wil, omdat wij moeten ademen. Gaan we die kant serieus op, jongens? Vind je het goed als ik die oversla? Geen commentaar. Precies, geen mondkapjes. Oh, niet meedoen met de leugen. En vooral niet de levensgevaarlijke satanische vaccin nemen. Robert van der Toorn, zo zie je maar weer wat de kracht van de Heilige Geest is. Een complete Bijbel geschreven via zondige menshanden, inderdaad. Ja, dat is Israëlieten ongeduldig. Yep. Koningsdag is ook afgoderij. Koningsdag is ook afgoderij. Jongens, ga nog niet in extreme denken alsjeblieft. Die overstuigen zitten nog een beetje in, hè, bij sommigen. Ik proef het. Mee eens met je uitleg, zegt Robert. Het door mensen geschreven is uitsluitend een middel, maar de inhoud en inspiratie telt. Yes, dat vind ik dus ook. Ja, goed. Hebben jullie nog wat op je hart? Kom maar, kom maar. Ik had nog iemand, denk ik. Ik had een hele lastige vraag gesteld, maar mijn vraag blijft bestaan.
Wanneer is iemand goed gedoopt? Wanneer is iemand goed gedoopt? En staat er niet in de Bijbel dat je zonden zijn vergeven door of na gedoopt te zijn? Misschien een leuke vraag voor jullie, de Bijbelkenners. Vraag van een vriend van mij. Mijn vraag blijft bestaan. Hij zegt, ik heb eigenlijk bijna twee vragen eigenlijk, maar hij zegt, wanneer is iemand goed gedoopt? Dus de juiste manier van dopen, denk ik dat hij bedoelt. En staat er niet in de Bijbel dat je zonden zijn vergeven door de doop of nadat je gedoopt bent? Misschien een leuke vraag voor jullie. Misschien kunnen jullie daar eens commentaar op geven. Heb ik ook eens een makkie. Ja. Ja, ja. Oké, ondertussen kijk ik even verder. Tot volgende keer. Groeten aan allemaal. Oké, mazzel. Robert, het was leuk dat je er was. En ik hoor nog van jou, hè. Als het goed is. Trouwens, ik zit net te denken. Ik kan toch ook... Op een of andere manier, ik ben niet zo technisch. Moet er ook een link kunnen plaatsen van een studie uit Word. En gewoon hier kunnen plaatsen, of niet dan? Weet je, ik ga het nog eens een keer uitproberen. Ik ben echt zo atechnisch. Digibet. Digibet. Ik heb één tekst. Naar aanleiding van die vraag. Dat is 1 Johannes 1 vers 7. 1 Johannes 1 vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden. Oké. Je bloedlijn moet je reinigen. Gaan we dat weer. Generatievloek, ook vernietiging door gebeden. Oh, jongens, jongens, jongens. Raymonde. Oké. Na de doop begint pas je bediening. Oké, dus na de doop begint pas je bediening, zegt er één. Hebben we nog meer mensen die meedenken? Wie durft? Jawel, de doop is wel verplicht, omdat je precies moet doen wat de Messias als model gegeven heeft. Ja, de doop is dus een opdracht. Hè? Matthäus 28 vers 19 gaat heen. Maak discipelen, mensen uit alle naties, hen dopende in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Weet je, niet iedereen is gedoopt in de naam van, over de manier van doop gesproken, niet iedereen is gedoopt in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Heel vroeger bij Jozef Stuyver deden ze dat wel. Later hebben ze het veranderd naar alleen één vraag over zo'n belijdenis was dat dan. Eén vraag was dat voor je doop. Heb je op grond van slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonde? Ja, moest je dan zeggen. En de tweede vraag was iets van... besef je dat je nu deel uitmaakt of een geordineerde dienaar bent van Jehovah's met de geest geleide aardse organisatie of iets in die geest. Zo'n lange zin. Maar in ieder geval, kortom, opgedragen niet aan God alleen. Of niet aan God eigenlijk, helemaal niet. Maar aan een organisatie. Dat is dus een foute doop. Dus als je als Jehovah's getuige op die manier bent gedoopt, zoals ik vroeger was, dan zou je moeten overwegen om een christelijke doop alsnog te doen in gehoorzaamheid.
Wat heb je dan nog meer voor doop? Dan heb je nog natuurlijk besprenkeling, doop door besprenkeling in veel kerken, vooral traditionele kerken, protestant, katholiek. Daar is nog wel het een en ander over te zeggen. Maar goed, ik had aan jullie gevraagd trouwens. Ga ik weer terug? Ga ik weer? Ik kan het niet laten. Ik ben er niet mee eens. Kijk, ik heb van een christelijke vrouw gehoord. Wij hoeven niet te trouwen, dus samen wonen mag. Ik ben het niet mee eens. Nou. Een christelijke vrouw, zeg je. Dat is geen christelijke gedachte, inderdaad. Wie gelooft en zich laat dopen, gaat niet verloren. Dat is Marcus 16, vers 16 die je aanhaalt. Ja, leuk, weet je. Maar we moeten het erover hebben, hè? Nee, echt, hè? Ik ga het je laten zien. Ik heb net een studie uitgewerkt over de doop. Kijk, ik zal het je laten zien. Ik weet niet of je het kan lezen. De twee sacramenten van de kerk. Deel 1, de waterdoop. En dan drie hoofdvragen. Wat in blauw is, is trouwens uitgeschreven bijbelteksten. Dus ik heb, volgens mij zijn het 5 blaadjes, dat is 1 studie, bijbelstudie. En dan heb ik de wedergeboorte erachteraan, dan heb ik de behoudenis. Toevallig over de doop, hij ligt hier. Ik heb hem net afgerond, een tijdje geleden. Vorige week heb ik hem afgerond. Ik ben nu weer bezig met de opstanding, weer een ander onderwerp. Uiteindelijk wil ik een boek samenstellen en dan wie wil kan hem krijgen of zoiets. Dus, maar dat is dan een bijbelstudieboek. Oké, dus verder over de doop, kom op. Wat hebben we allemaal? Dus wie gelooft, Mark 16 vers 16, en zich laat dopen, gaat niet verloren. Oké, laten we Mark 16 er eens bij pakken. Gerdien wijst ons op Mark 16. Mark 16. En als die niet in jouw Bijbel staat, dan hoop ik dat je begrijpt waarom. Na deze video. Misschien staat hij in de voetnoot. Mark 16 vers 16. Laten we daar eens mee beginnen. Daar staat dit. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dus dat is die tekst die jij waarschijnlijk bedoelt. Dus, nou weet ik, nou lijkt de tekst te zeggen dat je gedoopt moet zijn, wil je gered worden. Toch, als je het zo leest, denk ik. Maar dat is niet wat Marcus bedoelt. Marcus koppelt het een gewoon aan het ander. En dat is wat jij daarnet zei. Het is een verplichting, het is een opdracht van Jezus. Redding is alleen door geloof, door genade, door geloof. Het is een vrije gave van God. Hij redt ons. Wij zijn geestelijk dood. En als je dood bent, kun je jezelf niet opwekken. Alleen God kan dat. Dus als je dood bent geestelijk, kun je ook jezelf niet opwekken. Dus God doet dat. Wedergeboorte. Dus het is een daad van hem. Ga je laten dopen, dat is een mensendaad. Dan doe je het zelf. Onder water of sprenkel of wat je ook doet, dan is het niet langer van God. Maar toen Jezus over de wedergeboorte sprak, sprak hij over een woord in het Grieks. Volgens mij was het anagenao. En ana is van boven. En genao is van Genesis, begin, oorsprong, opnieuw. Dus anagenao wil zeggen van boven geboren worden. Daarom is het van God afkomstig. Hij doet door de Heilige Geest jou geboren. Dus, het is een daad van hem, niet van onszelf. Maar ga je dopen, dan doen we het zelf. Snap je? Daar heb je al een probleem. Nou, Ezechiël 36, ik meen vers 25 tot 28, die spreekt over dat God zegt, ik zal jullie met rein water besprenkelen. Ik. En hij zegt 3 keer ik in die tekst, geloof ik. Ik zal jullie een nieuw hart geven, een vernieuwing van geest. Ik. Niet wij, hij. Dus dus 1 handeling van hem, daar komt het op neer. En wat Marcus hier eigenlijk doet, hij zegt gewoon simpelweg, wie geloof zal hebben, ja, geloof,
genade, geloof, redding, hè? Dus dat is de formule, om maar even zo te zeggen. En gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Daar bedoelt hij niet mee, je moet gedoopt zijn om zalig te worden. Want hoeveel voorbeelden vind je in de Bijbel van mensen die niet gedoopt zijn en toch zalig zijn? Tel ze maar op, zijn er behoorlijk wat. Dus, en daarom zegt hij ook het B-gedeelte van Markus 16, vers 16. Kijk eens naar het B-gedeelte. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Hij zegt niet, wie niet geloofd zal hebben en niet gedoopt zal zijn. Daar laat hij de doop ineens weg. Daarom zie je in de tekst zelf al dat Markus niet bedoelt dat je per se gedoopt moet worden om gered te worden. En dat gaat ook tegen alle andere leringen in het Bijbel. Wat zegt Efeze hoofdstuk 2, vers 8 en 9, die kennen we allemaal natuurlijk. Want uit genade zijt gij zalig geworden door uw geloof, niet uit u. Omdat je niet opschept, hè? Dat je niet boos, zeggen ze meteen. Het is van God afkomstig. En dat is maar één tekst en zo zijn er veel andere. Dus dat is, dus de doop zelf is niet zaligmakend. Maar het is een directe gehoorzaamheid. Je ziet ook in de Bijbel vaak, ze kwamen tot geloof en ze werden direct gedoopt. Gingen niet wachten, uitstellen, gelijk. Hele huisgezinnen werden gedoopt. Nou is natuurlijk de vraag, binnen zo'n huisgezin zijn dan ook de kinderen gedoopt? Nou, ik ben van mening, als jij een jong kind bent en je kan al redeneren, hè, je hebt een besef van wat geloof is. Als je zes bent of je bent acht bent, dan vind ik dat je gedoopt kan worden. Maar heel specifiek, expliciet voorbeeld in de Bijbel van de kinderdoop vind je nergens. Nergens. Maar onder huisgezinnen, wordt dan door sommigen gezegd, hè, ja, daar bedoelen ze dan mee de kinderen. Die er ook bij zitten. Ja. Weet je, ik laat het een beetje in het midden. Ik ga niet zeggen dat het niet is. Maar ik denk dat het alleen kinderen geweest zijn die besef van geloof hadden. Snap je? De geloofsdoop noemen we dat dan in baptistische kringen of in evangelische kringen. Is dat de geloofsdoop, de onderdompeling uiteraard. En dat doe je pas nadat je tot geloof bent gekomen. Oh, sorry, ik dwaal af. Hadden jullie nog wat? Ik ga weer veel te veel zeggen. Na de doop begint pas weer. Die hadden we gehad. Oké. Ik geloof en zich laat dopen, gaat niet verloren. Ja. Nee, afvallig word je als je eigen dingen wilt gaan doen en zeggen dat God het goed vindt. Ik geloof wel in het belang van trouwen, maar niet in het belang van dopen. Oh, dat is wel een... Dan bevind je een beetje op glad ijs, eerlijk gezegd, vind ik, als je dat zegt. Want beide zijn duidelijke leerstellingen en opdrachten van de Heer. En kijk, de doop, ik noem het simpel gezegd het symbool, het uiterlijk vertoon, het uiterlijk symbool van de innerlijke verandering. En je bent tot geloof gekomen, je bent wedergeboren. Nou, wat is wedergeboren? Kijk eens even naar Romeinen 6. Pak Romeinen 6 er eens bij, dan snap je het belang van de doop. Romeinen 6. Want eigenlijk, weet je, ja, dan ga ik misschien heel hard erop in, maar eigenlijk zeg je dan ook, als je zegt, ja, ik zie het belang van de doop niet, dan zeg je eigenlijk, oh, als je ervan uitgaat, het is maar een symbool bijvoorbeeld, hè. Maar hoe zit het dan met avondmaal? Moet ik dan ook maar geen wijn drinken? En geen, maar ja, dat is toch ook niet echt Jezus bloed? En, snap je? Dus als je in die lijn gaat, dan, daarom zeg ik, dan bevind je op glad ijs. Maar kijk even naar Romeinen 6. En dan lezen we vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dat is ook precies de reden waarom er gedoopt wordt door onderdompeling. Je gaat onder water, je sterft met Christus en ten aanzien van je oude leven en je komt boven in een nieuw leven met Christus en in Christus. Dus het is inderdaad een uiterlijk vertoon, een uiterlijk symbool, maar wel belangrijk. Het is een opdracht van Jezus.
Het is niet van misschien moet je laten dopen of wow, kijk maar als het je uitkomt. Nee, het is gewoon opdracht. Het is gewoon een command. Het is gewoon een gegeven. Je moet dat doen. Dus nee, ja, en het heeft dus te maken met het sterven en het opstaan. Het hele evangelie zit erin, in die paar versen. Het hele evangelie. Zo belangrijk is het. Dus persoonlijk, ja, denk ik er toch anders over dan hoe jij dat stelt. Maar misschien bedoel je het anders, hoor. Dat kan ook nog. Opvallen goed je als je eigen dingen. Religies doen, mensen allerlei regels verzinnen. En God veroordeelt nog steeds hoe rein of spel is. Even kijken hoor. In religies doen mensen allerlei regels verzinnen. Ja. En God veroordeelt nog steeds hoererij en overspel. Dus. Oh, misschien volgende. Kinderdoop is niet bijbels. Katholieke leer. Oké. Okay. Ja. Nou, weet je. Zelf ben ik ook geen voorstander van de kinderdoop. En dan bedoel ik met name de babydoop. Ja. Nogmaals, ik maak onderscheid tussen kinderen die voor zichzelf hun geloof kunnen uiten, hoe jong ze ook zijn. Als je toevallig een Einstein hebt die op 3 jaar al zo iets kan zeggen, dan dat is mooi, dan word je gedoopt. Nee, maar even gekkigheid op een stokje. Maar dus als een kind bewust is van wat het inhoudt, en hoeft niet alles te weten, maar ja, dan vind ik dat een kind gedoopt kan worden. Maar dat is mijn mening. En kijk, en dat valt dan onder het huisgezin in dat opzicht. Maar baby's, dat geloof ik niet. Dat is inderdaad niet bijbels. Want een baby kan helemaal niet kiezen. En dan worden van alles bijgehaald, besnijdenissen. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Laat alle kinderen tot me komen. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Dat zijn allemaal indirecte versen die ze dan bijhalen om iets te onderbouwen wat de Bijbel niet leert. Maar de vroege kerk, eerste, tweede, derde eeuw, deed ook kinderen daarbij in begrijpen. Dus bij zo'n huisgezin. Je leest dat ook in de kerkvaders bijvoorbeeld in hun verslagen, maar ook bijvoorbeeld het besprenkelen. Dan, ik weet niet of je wel eens van de Didache hebt gehoord, hè? Didache. Dat is Grieks. Dat is een van de allereerste, ja, zo bijna een testament noemen, maar een geschrift van leerstellingen. Eigenlijk betekent het de leerstellingen, de eerste leerstelling, beginselen van de leerlingen en van de apostelen. Die daar kennen. En die stamt ook uit de eerste eeuw. Hè, dus dat is eigenlijk een van de oudste documenten die we nog hebben. En daarin zie je, dat is eigenlijk van, ik geloof, als ik het goed heb, nadat Jeruzalem vernietigd was, een tempel, dus na het jaar 70. En je kan hem gewoon voor laten lezen hoor, op YouTube, de Didache. Noem maar eens op, Didache schrijf je dan. Ake is eerst in het Grieks, begin. En die is volgens mij, Dice is van, volgens mij spreken of iets ergens, of lering. Of, nou, maakt niet uit. Maar Didache, met CH. En nou, dat heb je echt in 10 minuten, 20 minuten, en dan is het document uit. Dat kun je gewoon voor laten lezen. Dat is wel interessant, want dan krijg je een inkijk in hoe de eerste christenen na de vernietiging van Jeruzalem dachten, hoe ze spraken over bijvoorbeeld de doop. Waar ze in zeggen, als ik me goed herinner, het liefst in stromend water, het liefst natuurlijk ook ondergedompeld, maar als het niet anders kan, dan maar besprenkelen. En dan 3 maal in de naam van de Vader, Zoon, Heiligheid. Dus dat is een van die documenten uit de eerste eeuw, waarin christenen ook worstelden met hoe nu verder. He, Jezus is weg, de apostelen zijn dood, en wij nu. Dus ja, dat is, dus het is geen, in die zin wil ik niet zeggen, het is een externe bron. Het is geen gezaghebbend bron, zoals de Bijbel gezag heeft, maar het geeft wel een inkijk in hoe zij dachten. En hoe ze handelden in die tijd. Dat is onder andere over de doop, maar ook over andere dingen. Het is een heel simpel verslag eigenlijk, van gewoon regeltjes inderdaad, van, en voornamelijk uit de bergreden. Grotendeels komt uit de bergreden uitspraken van Jezus, die ze gewoon hebben gezet. Dus anders dan religie. Maar wel bijbels, grotendeels. Nou, dat dus. En de vroege kerk, wat ik zeg, de eerste 3 eeuwen, zeg maar, de voor het Niceaanse tijdperk noemen ze dat.
Die leerde ook wel, ook over de doop trouwens, ook wel dat je inderdaad ook pas bij de doop de wedergeboorte kreeg, weet je wel. Dus ja, ze hadden soms ook wel niet alles helemaal zuiver, hè. En soms wel, soms niet, maar het blijven mensen. En toch zegt Jezus, ik ben met u tot het eind van de tijden. Dus ja, ja, het is soms een debat, zulke soort dingen. Goed, ik geloof wel in belang van vrouwen, oké. Kinderloop, katholieke leer. Dus dit, dus dat. Jantina zegt, als je gelooft, ziet God je als een goed mens, dan krijg je de Heilige Geest, dan ben je als het ware gedoopt met de Heilige Geest. Ja, dat stukje wat je zegt, dat heeft dan een beetje te maken met rechtvaardigmaking, hè? Dus je komt tot geloof. Je bekeert je ook, hè? Dat moeten we niet onderschatten. Bekering. Hè? Dat is een verandering van denken ten aanzien van je vroegere leven. Ja, rechtvaardigmaking zit daar eigenlijk een beetje in opgesloten, wat jij zegt, Jantina. Want hoe wordt een mens rechtvaardig? Hoe wordt een mens rechtvaardig? Kijk, Christus was de rechtvaardig. Hij heeft een rechtvaardig, perfect, zondeloos leven geleid. En doordat wij geloof in hem stellen, dat hij dus het werk heeft gedaan, in tegenstelling tot religies, hè, die zeggen wij moeten het werk doen, hij heeft het werk gedaan. Door dat te geloven, ontvangen wij rechtvaardigheid van God. In die zin dat God, om het heel makkelijk voor te stellen, dat God naar jou kijkt alsof hij Jezus ziet, zijn zoon. En als hij naar Jezus kijkt, dat hij jou ziet. Een soort ruil, zou ik kunnen zeggen. Ja? Dus dat zit er een beetje in wat jij zegt. Trouwen is toch puur bedoeld om ontucht te vermijden. Trouwen hoort bij beschaving. Meen je dit nou serieus, Kuipersdag? Of zit je me nou gewoon te sollen? Maar later is het. Trouwen. Nageslacht. Dat is het voornaamste. Maar ook geluk hebben. Elkaar gelukkig maken. Dat zit er ook bij. Hechtheid van de familie. God houdt van families. Is de schepper van familie. De insteller van het huwelijk. Dus er komt wel iets meer bij kijken dan wat jij zegt. Ik weet niet of jij dat bedoelt wat Paulus zegt. Van als zij branden van hartstocht, laten zij dan trouwen. Maar dan moet je ook in de context begrijpen waarom hij dat zegt. Dus ik weet niet of je dat bedoelt. Maar in ieder geval, het is niet puur bedoeld om ontucht te vermijden. Dat is niet, het is wel een van de redenen die je erbij kunt geven, dat wel. Maar het is niet puur bedoeld. Alleen daarvoor. Dat zou ook wel heel raar zijn trouwens. Het was wel zo dat de kijk op het huwelijk vroeger, en nog niet eens zo heel lang geleden, ook in Nederland, was voornamelijk wel, niet alleen voor het nageslacht, maar ook voor de goede naam natuurlijk. Reputatie. En bijvoorbeeld vrouwen wilden graag trouwen, omdat ze in veel culturen is dat zo geweest altijd. Omdat ze dan zekerheid hadden. Hadden zekerheid. Als ze een goede man trouwden, die welgesteld was. En dan hadden ze een goede naam. En dan kon ze ook weer voor de familie zorgen, et cetera. Dus dan was ze, ja. En eigenlijk in de Bijbel lees je inderdaad ook wel in de wetten van Israël ook wel. Hè? Een losser bijvoorbeeld, weet je. Als de man van een vrouw was overleden. En dan zijn broer zou dan de verantwoordelijkheid nemen. Dat soort dingen. Dus het bood ook ergens bescherming in die tijd. Tegenwoordig kun je dat bijna niet meer bevatten, dat het zo ging misschien. Maar wij denken altijd dat hoe wij nu leven, dat dat normaal is. Ja, dat denken wij. Wij denken wij zijn normaal. Maar eigenlijk moet je denken vanuit 1900 jaar lang hoe mensen hebben geleefd. En als ze naar ons zouden kijken, hoe gek ze ons vinden eigenlijk. Dus een keer van de andere kant bekijken. Wij denken dat we het allemaal normaal doen en goed weten, maar zij stonden nog dichter bij de Bijbel vaak. Dus ja, goed. Ik denk dat het zo wauw. We hebben de 3 uur hebben we gewoon bereikt.
en 9 minuten en 20 seconden. Ja, wat zeggen jullie ervan? Over de doop. De doop redt niet op zich, maar is wel noodzakelijk. Omdat de opdracht is. Omdat het je openbaar... Kijk, dat is ook zo'n dingetje. Je doet een openbaar belijdenis. Nou heb je bij de kerk, kun je belijdenis doen los van je doop en al die dingen. Maar als we bijbels kijken, dan zien we van de... de kamerling... Sorry. Handelingen 8, 37. Als die niet in je bijbel staat, weet je waarom. Handelingen 8, 37. Er staat er in 38 en 39 over de kamerling uit Ethiopië. En wat zegt hij? Zie, hier is water. Wat belet mij gedoopt te worden, toch? Nadat Filippus hem getuigenis gaf. En wat is de reactie van Filippus? Als gij het van ganse harte wilt of gelooft, hè? En dan wat zegt hij dan? Ja, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Een belijdenis. Openbare belijdenis. En hij werd gedoopt. Nou, juist die tekst staat in veel moderne vertalingen niet meer. Of voetnootje. Dat soort dingen. Maar je ziet ook als Jezus aan Petrus vraagt. Dat heeft dan niet direct met de doop te maken. Maar als Jezus aan Petrus vraagt. Wie zegt gij dat ik ben? Wat zeggen de mensen? Elia, de profeet, et cetera. Maar wat zeggen jullie? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toch? Openbare belijdenis. En bedenk, Jezus riep in het publiek, publiekelijk riep hij altijd mensen, Zacchaeus, kom uit die boom. Dus hij was niet stiekem of zo. Dus openbaar, openlijk. Daarom zegt hij ook, belijd mij voor de mensen, dan zal ik het voor de Vader doen. Ja, zo vind je meer voorbeelden. Timotheus heeft ook de goede belijdenis afgelegd. Romeinen 10, waar Paulus natuurlijk spreekt over met het hart oefen je geloof, rechtvaardigheid, maar met de mond beleid je de Heer Jezus. Dus ik ben van mening dat het goed is en dat heeft de vroege kerk ook, en tot nu toe eigenlijk heeft de kerk dat altijd wel gedaan. Belijdenis, vaak is het zo dat je alvorens je gedoopt wordt, een kort getuigenis kan geven. Dat kan je schriftelijk doen, dat kan je sprekend doen. Dat je gelooft in Jezus, of soms kan je zelfs een hele ervaring vertellen. Hè? Van hoe je tot geloof bent, dat kan ook goed. En dan word je gedoopt. Dus de openbare belijdenis is ook het getuigen, het openlijk uitspreken van je geloof. Dat wil niet zeggen je zonde. Ik heb het niet over je zonde beleiden, het gaat een ander niet aan. Het gaat even over je getuigenis van je geloof. En die voorbeelden vinden we wel in de Bijbel. Ja, dus daarom is het wel belangrijk. De doop, er komt heel wat bij kijken, zeg maar. Het is niet alleen maar het kopje ondergaan en weer boven komen. Anders gaat het niet goed. Maar het is meer dan dat. Dus ja, goed. Dus ja, heb je twijfels of denk je, goh, ik ga er toch nog eens over nadenken. Ja, ik was Jehovah's getuige, ben ik verkeerd gedoopt, niet bijbels gedoopt. Maar ja, het is niet noodzakelijk voor redding, maar ja, het is wel weer een opdracht. En misschien denk je nu van, dat moet ik doen. Ik heb er ook een tijd over gedaan. Ik heb er een paar jaar over gedaan. Nadat ik geloofde dat Jezus God was, de Zoon van God, et cetera, en de Messias en de genade, leerkinder, toen heeft het nog even geduurd om me te laten dopen. En ik ben trouwens in het mooie Zeeland in het Veersemeer gedoopt. Dat is prachtig. Maar anyway, dus als je hoofdstuigen of ex-mormoon of ex-weet ik het wat, kan het soms tijd nodig hebben, omdat je beseft het misschien niet, of je denkt van, joh, ik ben toch ook onder water gegaan. En nee, het is niet bijbels. Dus denk er gewoon over na voor jezelf. Oké, zijn we er dan? Zijn we er dan? Moet je trouwen in de kerk? Of kan dat ook via bidden? Hoe trouw je via bidden? Hoe bedoel je dat? Hè? Sorry, die snap ik niet. Moet je trouwen in de kerk? Of kan dat ook via bidden? Hoe gaat dat dan? Huh? Sorry, ik snap het niet. Bidden, trouwen, bidden. Bidden te trouwen? Trouwen is toch puur bedoeling. Ja, je kan ervoor kiezen. Hè? Maar kijk, in Nederland moet je ook officieel, volgens mij is dat de wet gewoon, dat je officieel in het stadhuis of een gemeente of een locatie, maar wel door de burgerlijke... Hoe zeggen ze dat? Ambtenaar
van de burgerlijke stand moet laten trouwen. Volgens mij moet dat officieel. En daarna kan je wel naar de kerk gaan of zo, weet je wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel erg in verdiept heb. Dus dat zou je dan gewoon eens na moeten kijken voor zo. Maar het kan wel in de kerk. En ja. Ja, dat dus. Dat dus. Goed. Maar bidden, hoe bedoel je dat, joh? Ik snap je vraag niet helemaal, denk ik. Kun je een paar gezonde kerken opnoemen? Zegt Issachar. Dat is een Joodse naam, een Israëlische naam. Issachar, een van de stammen. Ben jij ook Israëlisch, toevallig? Je naam doet het vermoeden. Maar, goede vraag. Kun je een paar goede of gezonde kerken opnoemen? Nou, weet je, dat is lastig te zeggen, zoiets. Waarom? Ten eerste ken ik niet alle kerken. Ten tweede, de kerk zijn de mensen. De gemeente zijn de mensen. En ten derde, we leven in een... ja, ik noem het het gemeentetijdperk van Laodicea. De afvallige, zonder ruggengraat kerk, zeg maar. Niet standvastige kerk. In zijn algemeenheid gesproken. Dat wil niet zeggen dat er geen kerken zijn die heel serieus zijn. En de Bijbel en de juiste doctrine hebben. En ook de liefde hebben. Die zijn er wel. Maar dat is wel even zoeken, ja. Zeker in Nederland. In Amerika heb je iets meer mogelijkheden, maar in Nederland is het echt is het best lastig soms. Dus wat ik altijd aanmoedig is om die Bijbel te hand te nemen en gewoon eens wat kerken rond te gaan. En dan is gewoon naar een dienst te gaan. Je kan ook online even kijken van tevoren. Tegenwoordig hebben ze heel vaak online diensten. Kan je een beetje kijken hoe gaat het dan toe. En is het Bijbels hoe het gaat? Nou, dan wil ik bijzeggen, wees niet al te kritisch. Omdat er is geen één perfecte kerk. Er is geen één perfecte kerk. Iemand zei een keer tegen me, als jij denkt dat er een perfecte kerk is, het moment dat jij binnenstapt, is het een onvolmaakte kerk geworden. Dus, en daar had hij 100% gelijk in. Dus er is geen perfecte kerk. Dus niet alles in geen één kerk zal precies zo gaan als dat in de eerste eeuwse gemeente in boekhandeling bijvoorbeeld zou gaan. Dat kan ook niet. Paulus zegt in Korinthe, er moeten ook wel scheuringen zijn onder jullie. Waarom? De reden geeft hij erachter. Zodat er een zuivering zal plaatsvinden. Zodat eigenlijk het tarwe van onkruid wordt gescheiden, zou ik zeggen. Zodat de zuiveren overblijven, zeg maar. Dus het heeft soms ook nut, juist al die scheidingen. Het is niet altijd fijn, maar het kan nuttig zijn. Voor je eigen geloof, persoonlijk geloof. Voor de kerk zelf. Ja, weet je, wat moet ik erop zeggen? Neem je Bijbel mee, onderzoek. Wat ik altijd doe, ik geef gewoon even mijn ervaring. Wat ik altijd doe, als ik een kerk, in het begin dan, toen ik ging zoeken, kom natuurlijk uit de Joodse getuigen, dat is totaal anders. En dan ben je huiverig om naar een kerk te gaan. De meeste Joodse getuigen die weg zijn, die denken, ja, ik ga me nooit meer aansluiten bij een kerk of gemeente. Allemaal boe, bè, bè, boem, bang. Dus omdat je denkt, ja, ze gaan me niet nog een keer belazeren, weet je wel. Dus dat idee en van, ik ga me niet weer zomaar mijn vertrouwen geven in een organisatie of iets. Dus dat is heel logisch, bedacht uit. Zo was ik ook. Maar je leert al gauw, als je de Bijbel eerlijk neemt, leer je al gauw dat de gemeenten bij elkaar moeten komen. En dat dat gewoon Gods gebod is, ook. En dat het normaal is, dat je elkaar moet dienen en helpen. Hoe kan je nou je gaven gebruiken als je alleen bent? Dat gaat niet. Dat gaat niet. Dus, wat ik al zei... Vroeger begonnen ze in de huizen, dus soms, ik heb zelf ook een huisgemeente mogen helpen oprichten vorig jaar, in Zoetermeer. Die zitten nou in, heet nou de Philadelphia gemeente Nederland, die zitten nou in Gouda. Daar zijn we samen begonnen. Goed, we zijn ook weer uit elkaar gegaan om verschillende redenen, maar dat is een ander verhaal. Maar ik volg ze nog steeds, gewoon digitaal, dan sturen ze ook wel eens een link, en dan kijk ik even naar de dienst, dus dat is wel grappig. Dus huisgemeente ben ik zelf een voorstander van, moet ik zeggen, omdat het is intiemer, het is meer aandacht voor elkaar, het is, je hoeft niet met veel te zijn per se, weet je wel. Het heeft veel voordelen.
Het heeft heel veel voordelen. Het is echt een familiedingetje, zeg maar dan. Dus met vrienden, familie. Dus daar ben ik zelf een voorstander van. En het is ook heel bijbels, want zo ging dat vroeger ook in de huizen. Kwamen ze samen. Nou. Maar ik doe dus altijd opbellen. Ik ga opbellen naar de dominee van een kerk. Of ik ga opbellen naar de voorganger van een kerk. En ik zeg, kan ik mee praten? En wat is jullie leer, dit en dat? En hoe staan jullie hier tegenover, daar tegenover? Nou, ja, dat gaat dan heel ver. Maar ik nodig ze ook wel eens uit thuis, want ik praat gewoon makkelijker. Maar ja, vanwege corona ging dat een tijdje niet, natuurlijk, dus bellen. En dan, dan zitten er soms bij dat ik denk van, nou, daar kan ik me helemaal in vinden, in die visie van die kerk, omdat het bijbels is. En er zijn ook, dat ik denk van, jongens, er gaat ook de kant van de afval op, weet je wel? Denk ik, helaas. Dus zo doe ik dat. Ik verdiep me eerst in de doctrine. Wat leren ze? Waar staan ze voor? Wat geloven ze? Want kijk, als je naar al die websites van die kerk gaat, allemaal prachtige websites. En allemaal zeggen ze, wij geloven in Jezus en wij volgen de Bijbel. En dat zeggen ze allemaal wel. Maar daar moet je heel veel onderscheid in hebben. Ik weet het duurt lang, wat ik allemaal zeg. Dus ik doe dat zelf. Hoor. Ik zeg niet dat jij dat moet doen, maar ik doe dat voor mezelf. Deed dat voor mezelf altijd. En soms doe ik het nog wel staan. En dan informeer ik gewoon. En dan, daarna, stap 2, ik ga eens naar een kerk toe. Ik ga erheen, ik ga soms een paar keer en kijk hoe het er aan toe gaat. En, Nou, ik ben zelf toen bij de Baptistengemeente uitgekomen, ook omdat ik kerkgeschiedenis heb bestudeerd. En zelf overtuigd ben dat het in die hoek, zeg maar, een beetje te vinden is. Dat wil niet zeggen dat elke Baptistengemeente hetzelfde is. Totaal niet. Het kan heel vrij evangelisch zijn, het kan heel erg reformatorisch zijn. Persoonlijk vind ik dat de beste, de reformatorische baptistgemeente. Maar dat is persoonlijk, hè. Dus, maar ik ga ook wel eens naar een gereformeerde gemeente. Daar ben ik ook al meerdere keren geweest. En gaat het er anders aan toe, hè. Dat weten sommigen wel. Maar ze gebruiken in ieder geval de Statenvertaling. Daar ben ik wel blij mee. Dus daarom zeg ik, het is moeilijk te zeggen welke kerk per se. Het is niet zo even, dit is hem. Weet je, dat moet je zelf ontdekken. Je moet zelf door de geest ook laten leiden. En er zijn ook gewoon heel veel kerken. Kijk alleen maar naar, en daarom zeg ik, je moet ook weer niet te kritisch zijn. Dat was ik in het begin wel heel erg. Maar daar ben ik een beetje voor teruggekomen. Kijk alleen maar naar de 7 gemeenten in Openbaring. Wat een afval. Synagogen van Satan, hè? Weet je nog? De Nicolaïten. Izebel. Allemaal kerken waar Jezus te midden wandelde. Dat was zijn kerken. Verschillende kerken. 7 gemeenten. En kijk wat ze allemaal niet goed deden. Maar kijk ook wat ze sommigen wel heel goed deden. En Jezus geeft complimenten. Maar hij geeft ook waarschuwingen. Dus je ziet, er is geen volmaakte kerk. Er zijn heel veel kerken die in beginsel, in doctrine goed zitten. De meeste zitten wel, denk ik, christelijke kerken. De meeste zitten in de leer goed. Alleen komt er niet uit. In de uitvoering is soms belangrijk. En dan heb je natuurlijk in elke kerk heb je dan weer een sterke kern van broeders en zussen die dan wel de kerk een beetje dragen. Ze hebben de pilaren van de gemeente, zoals de Bijbel het dan heeft. En je hebt een hele gros, weet je, die doet maar een beetje wat, hangt erbij. Of ik ga gewoon omdat het moet van de ouders en dat soort dingen. Dus ja, ik weet, het is een ontzettend lang antwoord, maar ik kan er geen specifiek zeggen, want die kerk moet je naartoe gaan. Hoewel ik het toch een beetje heb gedaan, maar dat is voor jou, voor ieder persoonlijk. Maar dat je samen moet komen is wel een gegeven. Daar wil ik toch mee afsluiten. Is trouwen in de kerk of in de gemeente, huis, bijbels? Nou, wat is bijbels? Jezus ging naar een bruiloft van te Cana, hè? Canaan. Cana was het, sorry. Er staat natuurlijk niet dat het in een synagoge was of zo. Het waren Joden natuurlijk. Dus. Maar vanuit de Joodse traditie doen ze dat vaak wel natuurlijk. Hè. De synagoge wordt erbij betrokken. Het is heel uitgebreid ook in die cultuur natuurlijk. Maar als je heel vroeg teruggaat, dus even van het begin, dus bij de patriarch gaat kijken bijvoorbeeld. Dan zie je Abraham, Isaac, Jacob, hè, en dan nemen ze een vrouw mee. En dan nemen ze een vrouw mee naar de tent van hun moeder.
Nou, dit is mijn vrouw en hup, ze waren getrouwd. Hè? Bewijs van. Zo ging dat. Maar dat was in die tijd. En het is natuurlijk een nomadenleven die ze hadden. Dat is heel anders dan nu. Kun je niet vergelijken. Snap je? Kun je niet vergelijken. En het zet ook niet het precedent voor de hele Bijbel. Want later zie je dat je moet trouwen. Hè? En hoewel dat toen misschien niet heel officieel ging. Ging het later in het Nieuw Testament wel officiëler. Dus, maar om te zeggen, ja, moet het in een kerk per se? Nee, maar het is wel logisch dat je met je gelovige familie natuurlijk houdt een bruiloft. En hoe je dat invult, ja, dat vind ik persoonlijk, dat moet je zelf weten. Dus ja. Ja, dus, maar goed, ja, dan zou je gewoon in de Bijbel gewoon die lijn moeten volgen van waar kom je een bruiloft tegen, hoe dachten ze erover. Maar dat je moet trouwen, dat is een zekerheid. Dus samenwonen is geen optie. Hebreeën 13, vers 4, denk ik. Het huwelijksbed zij eerbaar of onbesmet. Nou, die tekst. Ik dacht Hebreeën 13. Kunt u behouden, gaat. Een gemeente moet toch bijbelvast zijn. Ik heb het zo als jij gedaan, precies zo. Oké. Okay. Ja, weet je, een gemeente, natuurlijk, het zou het ideaal zijn als een gemeente zich nou gewoon eens een keer houdt aan hoe het vroeger ging toen de apostel Paulus een gemeente bezocht. Dat zou het mooiste zijn. Maar ook toen had je al verdeeldheid, scheuringen. Dus het blijven mensen. En daarom moeten we denk ik niet uit het oog verliezen. Dat het onze broeders en zusters zijn, maar tegelijkertijd ook denk ik dat het ook goed is dat er zoveel verdeeldheid is soms. En dat klinkt misschien een beetje raar dat ik het zeg, maar kijk, je hebt zwakkeren in een gemeente, daar spreekt Paulus ook over. Denk maar even aan Romeinen 14, hè, over dat vlees eten, wel of niet, weet je wel. Je hebt mensen die heel strak geweten hebben en dan daarna handelen, en je hebt er in de gemeente die veel losser geweten hebben. Dat wil niet per se zeggen dat ze slecht zijn, maar. Jij kan soms iets leren als jij een strak geweten hebt, of als jij serieus bent, kan jij soms iets leren. Kan God jou schaven door de ander die minder serieus is. Snap je? En vice versa. Degene die wat zwakker in het geloof schijnt te zijn, kan weer wat zich optrekken aan jou, omdat jij weer wat serieuzer bent. Dus het houdt elkaar ook wel weer in balans. Dus ja, er is veel over te zeggen hoor, maar een perfect antwoord heb je daar niet op. Dus. Ik ben gedoopt als kind. Ben ik dan wel gedoopt? En dan neem ik aan dat je bedoelt als baby. In de protestantse of katholieke kerk, denk ik zomaar. En dan besprenkeld. Dan ben je gedoopt, hè? Ja, dan ben je gedoopt. Want dat is wat dopen is, hè? Besprenkelen. In de kerk daar dan. Alleen was het een geloofsdoop? Ben je gedoopt vanwege je geloof, zoals een Bijbelse doop zou zijn? Nee. Want je had dat besef niet als kind. Maar ja, weet je, het is een moeilijk onderwerp voor velen. Omdat er zijn natuurlijk eeuwenlang kerken die het alleen maar zo hebben gedaan. Hè? En er zijn dan op een gegeven moment na de Reformatie zijn er weer meer gegaan. Dan kreeg je de Anabaptisten, later de Baptisten ook nog. De Quakers en van alles. En die gingen allemaal onderdompelen weer. Die gingen eigenlijk weer terug naar hoe het was. En dan heb je nog de Waldenzen daarvoor nog. Ja, ik zeg, er is puur Bijbels gezien, is het alleen een geldige doop. Puur Bijbels gezien, hè? Dus puur vanuit het woord gezien. Is een onderdompeling. Want je leest nergens in de Bijbel over een besprenkelende doop. Dat iemand echt gewoon een paar druppels kreeg en hij was gedoopt. En vervolgens zie je ook nergens dat een baby gedoopt werd. Staat niet expliciet in de Bijbel. Nogmaals, op die huisgezinnen terugkomen, kan zijn dat er jonge kinderen bij waren die wel gedoopt werden. Maar het staat er ook niet specifiek. Ja. Snap je? Dus. En als het er niet specifiek in staat, ja, dan ja, snap je? Dus dan moet je zelf maar je geweten over laten gaan. Wat jij vindt, ik kan het niet bepalen voor jou. Dus vandaar.
Even kijken, dan zegt Issachar, kan het je plaats in de hemel in gevaar brengen, denk ik dat je bedoelt, komen, als je onbewust in een wat slechtere gemeente terecht bent gekomen? Nee, nee. Nee, Issachar, had je trouwens al antwoord gegeven op mijn vraag, Issachar? Even terugkijken, want misschien ging ik te snel. Was je nou, jouw naam is van de stammen, een van de stammen van Israël? Ben je ook oorspronkelijk daar? Dat was mijn vraag. Maar op jouw vraag terugkomen, kun je plaatsen in de hemel, kan die in gevaar komen? Nee, in feite kan die sowieso niet in gevaar komen. Ja, je hoort het me goed zeggen, eens gered, altijd gered. Dat klopt. Daar geloof ik in. Dat heeft te maken met als jij eenmaal wedergeboren bent, dan ben jij een nieuwe schepping, een nieuwe creatie. En je zal nooit meer sterven, zegt Jezus ook nog. Want ook al sterf je fysiek, je blijft leven, zegt Jezus. Johannes 5, vers 24. En de liefde van God kan niet gescheiden worden van ons. Liefde van Christus, Romeinen 8, kan niet. Kan ons, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Niets. De dood niet staat er zelfs. Staat erin. Kijk maar Romeinen 8. Ik wil hem dus bijpakken even. Er staat een heel rijtje Romeinen 8. En dan vers 38. Romeinen 8, vers 38. Want ik ben ervan overtuigd. Apostel Paulus zegt dit. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, diepte, nog enige andere schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Niets kan je scheiden. Jezus zegt tegen de Vader: ik heb geen van allen die gij mij gegeven hebt verloren doen gaan. Hij zegt elders in Johannes 10, vers 27 tot 30. Ik en de Vader zijn één, weet je die tekst? Dan zegt hij daarvoor: niemand kan de schapen uit mijn hand rukken. Niemand. En ook niet, later zegt hij, en ook niet uit mijn Vaders hand rukken. Zekerheid heeft. Geloof brengt zekerheid. Je bekering, je wedergeboorte, het brengt zekerheid. Op dat moment ben je zalig. Op dat moment ben je gered. Wil dat zeggen dat je niet slecht beïnvloed kan worden? Omdat de Satan niet van alles gaat proberen om je een beetje verkeerde paden te brengen? Oh, dat kan zeker. Dat kan zeker. Je kan hele domme dingen gaan doen. Maar nochtans ben je van hem. Van Christus. Snap je? Dus dat. Maar weet je, moet je weer een studie over gaan doen weer. En dan, het is even weer in de gauwigheid verteld natuurlijk. Maar. Oké, dus, nee, dus het is niet zo, Issachar, dat als je in een gemeente zit waar hele slechte omgang is, oh, het bederft nuttige gewoonten, zeker. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar dat staat los van jouw behoudenis. Jij was toch gedoopt als Jehovah's getuige? Ben jij dan weer opnieuw gedoopt als christen? Helemaal goed. Ja. Dat heb ik volgens mij net verteld, maar misschien was je naar de toilet, ik weet het niet. Ik heb net verteld dat het een paar jaar duurde bij mij. Dus vanwege je overtuiging, die achtergrond. Maar uiteindelijk, ik ben erachter gekomen, een Bijbel studeren. Ik denk, ja, het is een opdracht, het hoort, het moet, klaar, ik doe dat. En ik had er ook zin in en ik was er klaar voor. Dus ja, ik heb me laten dopen, ja. Bij een baptistengemeente in het Veersemeer in Zeeland. Prachtig trouwens. Mooie dag, zon. En het is geweldig. Was in de maand juni ook nog, geloof ik. Dus ja. Yes. Nee, helaas ben ik niet Joods. Nou, hoef je geen helaas van te zeggen. Helaas. Je bent wie je bent, toch? Maar wel een mooie naam. Is dat schaar.
Dus, ja, en weet je, vroeger, als jij in de reformatie leefde, dus 500 jaar geleden, 400-500 jaar geleden, en jij liet jouzelf overdopen, dat is ook dat Anabaptisten komt daar weer vandaan, overdopers, daar stond de doodstraf op, door de protestantse kerken. Hey. Door de protestanten, die dus in reformatie waren aangegaan, en baptisten en anabaptisten werden vervolgd, werden aan de gallen gehangen, werden, weet ik het wat, werden ook letterlijk onder water, oh, wil je gedoopt worden? En we houden je wel onder water, weet je wel? Gemarteld. Door de protestantse kerken. Ja, dat weten er misschien niet veel, maar dat is wel zo. Dat is ook de geschiedenis, de andere kant van het verhaal. Dus, omdat ze zich nog een keer lieten dopen. Terwijl ze eigenlijk als kind al gedoopt waren. Het zijn de katholieke kerk vroeger. Of toen ze al een hervormde kerk zaten. Of iets of gereformeerde kerk. Dus ja. Dus het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Wie zei dat ook alweer? Is het nou Irenaeus of Cyprianus? Priscillianus? Ik weet het niet meer. Maar goed. Dus ja. Ja, ja. Dankjewel, goede gezegende nachtrust. Ja, volgens mij wordt het tijd om te slapen voor jullie, ook niet? Wow. Ik kan makkelijk praten, ik kan uitslapen. Ja. Dus ik was gedoopt, ja, dat klopt. Helaas ben ik niet jood. Nou. Hey, nou, bedankt. Verder nog laatste ronde of nog een rondvraag doen? Kan ook, kan nog. Ik zou er bijna een wijntje bij gaan pakken nu, op dit tijdstip. Het is wel gezellig zo. Hè? Trouwens, in Handelingen 19 vind je dat ook. Hè? In Handelingen 19 is wel een interessant verslag. Die wil ik nog even jullie niet onthouden. Handelingen 19. En dan lezen we vanaf vers 1. En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan. En Paulus zei tegen de discipelen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Ik wil weten wat Paulus toen dacht. Oké. Okay. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden, met de doop van Johannes. Ah, Johannes de doper. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Dus we zien hier ook een Bijbels precedent voor een overdoop. Ze waren door Johannes doper gedoopt, ook onder gedompeld, waarschijnlijk in de Jordaan. Stromend water ook nog. Perfecte doop. Maar ze hadden nog niet van de Heilige Geest gehoord. En Paulus zegt, ja, maar je moet ook geloven in hem die na Johannes zou komen. Die voor mij was, die komt en ik ben niet waardig zijn sandaalriem te los te maken. En dat is Jezus. En toen wil ik hun gezichten wel eens zien. Aha, oké. Okay. En toen werden ze gedoopt. Voor de tweede keer dus. Zie je? Dus, dat wil niet zeggen trouwens dat Johannes doop niet goed was. Maar zo zie je, de doop die volgde in het boek Handelingen was een andere doop. Goed. Bestaat er eigenlijk zoiets als een doopnaam ontvangen bij de doop? En we worden door doop geroepen bij naam, maar is dat onze geboortenaam? Ja, je hebt mensen die krijgen een doopnaam. Namen, soms.
Maar als we het weer even terug naar de Bijbel gaan. Nee, ik kan niet herinneren dat ik in de Bijbel lees dat ze nadat ze gedoopt waren een naam kregen extra of zo. Maar nee, misschien heb ik het niet goed gelezen, dat kan. Maar. Dus wat dat betreft niet, maar ik weet dat dat de gewoonte is. Maar. En mijn geboortenaam. Kunnen we ook nog steeds in tongen bidden, wat sommige predikers zeggen dat. Want sommige predikers zeggen dat dat niet meer kan. Je treft de goede, jongen. Ik ben een van die predikers. Wil jij het over hebben? Dit wordt een. Nee, dat wordt een hele preek, man. Ik heb daar een video over gemaakt. Het lijkt wel je overtuigen. Op mijn website staat. Ga maar naar de website. Waar ik uitleg. Dan geef ik uitleg over de merktekenen van apostelen. Volgens mij heet die zo ook. Merktekenen van de apostelen. Iets in die geest. Maar scrollen. Er staat een videootje. En ik heb er nog wel eens een over. Moeten we nog steeds in tongentaal spreken? Inderdaad. Dat heb ik. Ik heb er meerdere video's over gemaakt. Persoonlijk ben ik van overtuigd dat het niet meer nu gebeurt. Persoonlijk, hè? Maar weet je, het is heel moeilijk, omdat ik kan het nu wel zeggen allemaal, maar er zit weer zo'n lading achter. Weet je, dan moet je dan weer helemaal bijbels ontbouwen, maar dat ga ik jullie nou niet aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat het niet de bedoeling is, dat God niet meer zo werkt, dat we nu in tongentaal spreken. En ik heb daar hele goede argumenten, redenen, aan de hand van de Bijbel voor. En die vind je in die video's die ik dus heb. En ik geloof dat het een tijd voor hun was. En letterlijk zeggen de apostelen dat ook trouwens. Ja, maar goed. Dus nee, wat je nu ziet van mensen die in tongentaal spreken. En ik weet, dit is een heel gevoelig punt wat ik nu ga zeggen, maar ik ga toch zeggen: ik, Alexander Kopjans, ben ervan overtuigd dat het niet van de Heilige Geest is. Ik heb het nu gezegd, maar jullie hebben het gehoord. Ik ben daarvan overtuigd. Ik wil niet zeggen dat jij dat moet geloven. Als jij er wel van overtuigd bent, vraag jezelf wel af: heb ik het Bijbels goed onderzocht? Heb ik het goed genoeg uitgezocht? Of heb ik het gewoon aanvaard, omdat ik geloof dat God wonderen kan doen? Ja, dat geloof ik ook. God kan wonderen doen. Absoluut, dat kan hij nog steeds. En ik geloof dat hij nog steeds mensen kan genezen. Maar er is een verschil tussen een poppetje gebruiken, iemand die zich een apostel of profeet noemt, of een gebedsgenezer, of dat God het gewoon zelf doet. Er zit een heel groot verschil in deze tijd. Dus daar er zijn zoveel dingen die ik allemaal kan vertellen, maar dat ga ik nou allemaal niet doen. Maar ik ben alweer veel te ver gegaan. Maar ik geloof niet. In deze tijd, in tongentaal, ik geloof niet in gebedsgenezers, sterker nog, ik vind het vaak oplichters. Ja, goed, ik heb er nog andere woorden voor, maar dat zou ik maar niet gaan gebruiken. Nee. Nee. Ik geloof wel, even om te verduidelijken voor jullie, ik geloof wel dat als jij oprecht bidt tot God om genezen te worden, of voor je tante of je oma, wat ik wel, en als God dat doet, dat dat ook van God is, dat geloof ik wel. Maar niet dat hij dus een profeet of iemand die zich opwerpt als ik ben een gebedsgenezer, dat hij dat dan met handoplegging, dat soort dingen. Dat onderscheidelijk heeft gemaakt. Maar dus God kan alles, maar God werkt niet meer zo en dat heeft hij ook aangegeven. En als we dingen in de context gaan lezen, dan ga je dat zien. Maar dat is iets wat een groot gebrek is in christelijk Nederland helaas, in de christelijke wereld denk ik. Context is moeilijk voor mensen. Context. Het is makkelijk om een tekst te pakken en denken, ja, het staat er toch? Het lijkt net die overstuiver. Die tekst, poep. Ja hoor, samenvoegen. Lees nou eens de context. Dus ja, dus dat is. Dus ik geloof daar niet in. Nee, dat klopt. Dus ik ben een van die predikers. Dan ik ben geen prediker trouwens, maar ik verkondig het wel. Ja, ik moet jullie teleurstellen, maar het is echt zo. Dus. Ja. Oké. Gaan we door tot de nacht? Pakken we er een wijntje bij? Of gaan we nou echt een keer stoppen? Kunnen we ook nog steeds in tongen bidden? Wat sommige mensen. Dat is de laatste vraag. Daar houdt het bij op. Iedereen is stil. Iedereen gaat slapen. Sommigen slapen al, denk ik. En ik zit er ook niet heel ver vanaf.
Dus, dank jullie wel. Ik vond het echt super leuk vandaag. Veel goede commentaren ook en goede opmerkingen en overeenkomsten in ons achtergrond soms. Herkenningspunten, raakvlakken en hele goede vragen, scherpe vragen weer. Ja. Oh, nog één vraag dan. Ik ben wel op dreef, Issachar. Vindt u het boek een goede vertaling? Jullie doen het er gewoon om, hè? Jullie doen het er gewoon, of niet? Issachar, je bent aan het schelden. Je zegt, vind je het boek een goede vertaling? Als er al slechte vertalingen zijn, het is niet zozeer dat de vertalers of vertalingen slecht zijn, laat ik het zo zeggen, maar de manuscripten, de grondtekst waar het op gebaseerd is, is corrupt. Daar is mee gesjoemeld. Okay? Dus op zich de vertaling. Maar het boek vind ik wel het meest verschrikkelijke van alle Bijbelvertalingen in het Nederlands. Die vind ik echt. Die zou bij mij zo de prullenbak in gaan. Ja, sorry, maar het is echt zo. Dus nee, ik vind dat geen goede vertaling. Persoonlijk. En kom ook niet met Willibrord vertaling, Petrus Canisius vertaling. Dat zijn de katholieke vertalingen trouwens. Er is er nog één. Die ben ik kwijt. Kom niet met de NBG, kom niet met de NBV. Wat hebben we nog meer? Nee, echt niet. Issachar, Statenvertaling. That's your book. De Statenvertaling. Ja? Maar voor jou, ik weet niet hoe oud je bent, maar voor jou de HSV. Oké? Okay? Die is misschien iets luchtiger lezen, wat moderner voor jou. Dus ze zijn gebaseerd op de traditionele tekst die de kerk door alle eeuwen heen heeft gebruikt. Dus. En daarmee sluiten we op deze noot. En ik ga jullie binnenkort weer zien. En blijf vragen stellen. Als je ze hebt, stuur ze op mijn YouTube kanaal. Stuur ze privé als je me kent of wat dan ook. Of stuur even een berichtje als je contact wil. En dan kan ik ze meenemen in een andere bespreking. Of gewoon volgende keer weer live of zo. Dus kom goed. Ja, fijne dag allemaal. Een gezegende week. Halleluja. Praise the Lord. En vergeet niet, Jezus is altijd met je. Ciao.